De dwergpage. Auw! Hé, hey, kun je niet uitkijken, suffert? Kijk zelf uit, je lijkt wel een op hol geslagen paard. Woedend zitten de twee kinderen tegenover elkaar in de stenen gang van Kasteel Pontorgson. Kleine Robert wrijft over zijn voorhoofd, dat in botsing kwam met de elleboog van Therese. Therese wrijft over haar arm, waar kleine Robert met zijn hoofd tegenaan ramde. toen hij uit de nis tevoorschijn schoot, juist op het moment dat het meisje voorbij kwam stuiven. Ze dreunde op elkaar stuiterde terug en nu zitten ze daar, allebei op hun achterwerk, elkaar de schuld te geven. Jij bent ook altijd zo wild, klaagt Robert verongelijkt. Niet dus? Jij komt uit die nispring alsof de duivel je achterna zit, Snuit Therese. Ze krabbelt overeind en hijst kleine Robert op zijn benen. Mijn moeder zoekt me, fluistert hij, maar ik heb vandaag geen zin in lessen. Therese grijnst. Kleine Robert heeft nooit zin in lessen. De jongen kijkt om. Vlug, daar komt iemand. Hij grijpt zijn vriendinnetje bij de hand en trekt haar mee de gang uit, vijf stenen treden af en de hoek om. Zullen we naar de paardenstal gaan? stelt hij voor. Dan ben ik de ridder en jij de gevangen jonkvrouw. Nee, antwoordt Thérèse. Ik vind er niks aan om vastgebonden te zitten en toe te kijken hoe jij een draak verslaat die er niet eens is. Ik wil naar de smidse. Clopin is de wapens aan het slijpen, dat is veel spannender. Kleine Robert's gezichtje betrekt. Ze gaan er morgen weer op uit. Vechten tegen de Navarese, zegt hij jaloers. Achter hen gaat een deur open. Snel glippen de kinderen naar buiten, de binnenplaats van het kasteel op. In de smidse mogen we niet komen, herinnert Therese zich opeens. Ik wel, pocht de kleine Robert, ik mag alles. Dat is natuurlijk niet waar, maar op dit ogenblik gelooft Therese het omdat ze het wil geloven. Clopin is de sergeant van de wacht op kasteel Pontorçon. Maar voor hij soldaat werd, was hij smid. En nog altijd heeft hij de plicht de wapens van ridder Bertrand du Guesclin en diens schildknapen te onderhouden. De kinderen horen het heldere geklinkhamer uit de smidse komen. Niet ver daar vandaan staat een lege kar. Daarachter verstoppen ze zich. Onder de wielen door gluren ze naar de open smidsen. Ze zien Clopin met een leren schootsvel voor bij het aanbeeld staan, terwijl een knecht de blaasballig bedient en het vuur opjaagt. Een fraai jonge man staat erbij te kijken. Hij smeet hoefijzers, fluistert Therese opgewonden. Ja, voor bliksemschicht, knikt kleine Robert. Mathies is er ook. Zullen we wat dichterbij gaan? Mathies is een aardige jongen, die jaagt ons niet weg. Therese werkt zich al onder de kar uit, schiet de smitsen in en duikt weg achter een paar ijzeren wielbanden. Kleine Robert kijkt eerst even om. Een knecht loopt over de binnenplaats zonder hem op te merken. Mevrouw Béchet, de moeder van Thérèse, komt juist naar buiten en gaat naar de mesthoop waar de kippen scharrelen. Ze werpt hun niets toe. Kleine Robert ziet alleen haar brede rug. Dan springt hij op en vlucht ook de smidsen binnen, snel als een wezel. Stil hurken de beide kinderen achter de ijzeren berg en kijken hoe Clopin zich beweegt. Het is een mooi gezicht tussen sergeant bezig te zien als hij zijn vroegere handwerk uitoefent. De gloed van het vuur speelt over zijn grimmige gezicht. Het zweet doet de spieren van zijn blote onderarmen glanzen. De vonken vliegen rond. Mathis Cuvillier, de heraut, staat erbij met een gezicht alsof hij er een gedicht op zou kunnen maken. Kleine Robert zucht van jaloezie, van verlangen. Maar ook omdat hij zo geniet van de aanblik van die zwaargebouwde sergeant en zijn reuzekracht. Hij is sterk, hè, fluistert Therese. Zo sterk word ik later ook, belooft Kleine Robert. Thérèse werpt een vlugge blik op haar vriendje en grinnikt. Hoor dat! Kleine Robert doet of hij er niets van merkt. De grote ellende van zijn leventje is dat hij zo klein blijft. Hij moet nu zeker al een jaar of acht zijn, maar nog altijd ziet hij eruit als een kind van vijf en dat hindert hem verschrikkelijk. Thérèse is een jaar ouder dan hij en zeker twee koppen groter. Hij reikt nog niet eens tot haar schouders. Andere speelkameraadjes heeft hij niet op pont -Horson. En met de dorpsjongens kan hij niet goed overweg. Met Therese wel. Ze is ondernemend, vlug van begrip en ondanks het verschil in lengte, heeft ze voor het jongetje een soort goedmoedig respect. Dat komt door het standsverschil. Kleine Robert is de pleegzoon van een beroemd trouvere echtpaar Thérèse is het dochtertje van de kochin. Een vader heeft ze niet meer. Over niet al te lange tijd zal ze ook maar een gewoon dienstmeisje zijn. Clopin is klaar met zijn hoefijzers. Hij steekt ze in de trog koud water, het sist en het dampt. Therese voelt een aangename huivering over haar rug lopen. Dan ziet ze hoe Mathis Cuvillier, de knappe jonge heer Raut, zijn dolk uit de schede haalt en hem klopijn voorhoudt. Wil je die voor me slijpen? Waarvoor? Grinnikt de sergeant. Je gebruikt hem nooit. Wie weet hoe hard ik hem binnenkort nodig heb, antwoordt Mathis luchtig. Kleine Robert's hartje bonst van afgunst. Zijn pleegbroer heeft zo'n prachtige dolk met ingelegd ivoor en hij heeft alleen een houten namaakzwaard waarmee je nog geen rat kunt doden. Terwijl het nu juist zo spannend wordt. Enkele dagen geleden arriveerde op kasteel Pontorson een koerier uit Parijs met een ontstellend bericht: Jean II, koning van Frankrijk, was overleden. De vorst, die met ridderlijke geestdrift fout op fout stapelde, die vocht als een held en regeerde als een nar. Die ervan droomde de Turken te bestrijden terwijl zijn eigen land overspoeld werd door plunderlegers, is dood. Jean le Bon, Jan de Goede werd hij door zijn volk genoemd. Wat was er nou zo goed aan deze koning? Hij was een krijgshaftig man die uitblonk op het toernooiveld, die tweemaal een ongelukkig huwelijk sloot en voortdurend met zijn vier zonen overhoop lag. Hij was verkwistend en goochelde met de munteenheden als de eerste de beste oplichter. Hij bracht zijn land aan de rand van de afgrond. En verloor hele provincies aan de Engelse invallers. Gedurende zijn leven leed hij de ene nederlaag na de andere, maar zijn moed en ridderlijkheid waren spreekwoordelijk. Vier jaar lang was hij de gevangene van de Engelse koning geweest en hij moest worden vrijgekocht met onvoorstelbare offers. Toen zijn op ene oudste zoon, Louis d'Anjou, die als gegijzelde in Engeland werd vastgehouden, wist te ontvluchten. Nam deze koning om de eer van zijn familie te redden, weer de plaats van zijn zoon in als krijgsgevangene? Of deed hij dat om de moeilijkheden in zijn eigen land te ontlopen? Kroonprins Charles werd tot regent in Parijs benoemd, maar zonder werkelijke macht of zeggenschap, wat de situatie er niet beter op maakte. En nu is Jean II, die moedige, dwaze koning, onverwacht in Londen gestorven. Charles zal hem opvolgen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Karel de Slechte, koning van Navarra, een neef van de koning van Frankrijk, is meteen in beweging gekomen. Eindelijk ziet Karel zijn kans schoon om een greep naar de macht te doen. Charles de Vijfde zal zich pas werkelijk koning kunnen noemen nadat hij in Rijms is gezalfd en gekroond en de eed van trouw heeft afgelegd. Maar de nieuwe jonge vorst moet wachten tot het gebalsemde lichaam van zijn vader in Frankrijk is aangekomen en plechtig ter aarde is besteld in de basiliek van Saint-Denis. De traditionele rustplaats van Franse koningen. Tot aan die begrafenis en de kroning van de opvolger zullen weken verlopen. Van dit hiaat wil Karel de Slechte misbruik maken. Hij hoopt de weg naar Rijms voor Charles te kunnen versperren, de kroning te verhinderen en dan zichzelf uit te roepen tot koning van Frankrijk. Omdat Karel de Slechte ook grote gebieden in Normandië bezit, is het daar dat hij nu troepen verzamelt die de weg naar Rijms moeten gaan blokkeren. Charles, beseffend dat de troon onder hem wankelt, een troon die hij nog niet eens kan bestijgen, heeft onder de indruk van dit gevaar een beroep gedaan op de gouverneur van pont Orson, de befaamde krijgsman Bertrand du Guesclin. De ridder moet zo snel mogelijk naar Rouen komen met alle gewapende ruiters waarover hij kan beschikken. In Rouen wordt een koningsleger samengesteld dat de dreiging van de Navarrese zal moeten afslaan. Kleine Robert weet dit alles. En hij zou niets liever doen dan meegaan naar Rouen om de Navarese tot staan te brengen... en een heldhaftige rol te spelen in de redding van het koninkrijk. Matisse mag mee. Roland Baudin, een 16-jarige jongen en de persoonlijke schildknaap van Duguay-Clair, mag mee. Clopin mag mee. En hij, kleine Robert, moet achterblijven. Hij is nog helemaal niets. Een ondermaats jongetje is hij, door iedereen over het hoofd gezien... Met alleen Therese om indruk op te maken. Verder mag hij een houten zwaard zwaaien en zich verbeelden dat hij een held is. Oh, heilige Antonius, waarom groeit hij niet? Clopin is met de dolk naar de slijpsteen gelopen. De knecht brengt het wiel in beweging. Even is er geen ander geluid in de smidse te horen dan het gierend gekras van staal op steen en het sissend neerkomen van de sneldovende vonken. Kleine Robert waagt het een stap naar voren te doen. Jullie gaan er morgen op uit, hè? Zegt hij afgunstig tegen Matisse. Verrast draait de heer Hout zich om. Zo, ben jij er ook, Dreumers? Ja, we vertrekken in alle vroegte. Wou je soms meegaan? Mag ik? Vraagt het jongetje gretig. Nee, domoor, natuurlijk niet. Kleine Robert zwijgt, vernederd. Clopin houdt de dolk tegen het licht om te zien of er geen bramen op het snijvlak zijn gekomen. Hij heeft de kinderen nog niet opgemerkt. Zo, daarmee kun je voortaan een haarklieven, zegt hij tevreden. Wil je geloven, Mathies, dat ik me verheug op de nieuwe veldtocht? Ze zeggen dat Karel de Slechte de hulp heeft ingeroepen van Kaptaal de Buc. En dat is niet de eerste de beste. Nou ja, voor die Gascogne ben ik niet bang. Die draai ik met mijn blote handen de armen uit. Hoor dat, lacht Mathies. Clopin, de verschrikkelijke man. Kaptaal de Buc heeft nog nooit een gevecht verloren. Dan zal dit de eerste keer worden, voorspelt Clopin grimmig. Therese kan niet stilstaan. Net als de kleine Robert is ze steeds dichterbij gekomen. Ze staat nu vlak bij het aanbeeld. Eindelijk dringt het tot de sergeant door dat het vol is geworden om hem heen. Zeg eens, wat moeten jullie hier? Maak dat je wegkomt. Geen kleine kinderen in de smitsen. Therese deinst terug na een smekende blik op Matisse. Maar de kleine Robert blijft staan waar hij staat. We willen zien hoe de wapens geslepen worden. Zegt hij flink. Ach, laat die jongen toch. Hij kan er nog iets van leren, meent Matisse zachtzinnig. De ridder wil niet, begint Clopin plichtsgetrouw, maar op dat ogenblik komt er nog iemand te smitsen binnenwandelen. De schildknaap Rolin Baudin. In zijn armen torst hij een reusachtig zwaard en een zware vechtbijl. Met een zucht laat hij zijn vracht op de vloer glijden. Alsjeblieft, Clopin, ga je gang. Komt u door, met een komisch gebaar wrijft Rolin over zijn gemartelde armen. Begrijp jij hoe een man met zoveel ijzer aan zijn gordel kan vechten? zegt hij tegen Matisse, dat zwaard alleen al is niet te tillen om van die bijl maar te zwijgen. Maar als je ridder Bertrand ermee bezig ziet, zou je denken dat zijn wapens van hout zijn gemaakt. In zijn handen wegen ze niets. In de mijne ook niet, pocht de Clopin. Hij pakt het zwaard op en zwaait ermee boven zijn hoofd. Hij grijnst als hij Matisse en Rolin ziet duiken. Dan loopt hij weer naar de slijpsteen, nog altijd grinnikend, en gaat aan het werk. Wie is Captal de Buc? vraagt kleine Robert. De rijkste edelman van Gascogne, antwoordt Matisse. En een goede vriend van de prins van Wales, die daar de lakens uitdeelt. Maar Captal is ook een voortreffelijk generaal. Bevalt me niets dat Karel de Slechte hem de leiding over het Navarrese leger heeft gegeven. Daar zullen we een flinke kluin van krijgen. Ridder Bertrand kan hem wel aan, roept Thérèse die toch weer naar voren is gekomen. Reken maar, gilt kleine Robert geestdriftig. Al is Bertrand du Guesclin een lelijke grove kerel met een stem die het vaatwerk doet rammelen... hij is ook een held, de kampioen van de boeren. Van afkomst is hij een Bretonse herenboer. Dankzij zijn moed en slimheid heeft hij het tot ridder gebracht. Kleine Robert die een geweldige bewondering heeft voor een ieder die sterk en dapper is... Beschouwt Bertrand du Guesclin als een soort halfgod, absoluut niet te verslaan. Thérèse staat dicht naast Matisse. Met een vuil vingertje strijkt ze even over zijn fluwelen wambuis. Waarom moeten mannen altijd vechten? vraagt ze plotseling. Vinden ze dat leuk? Nou en of, grinnikt Roland Baudin. Maar Matisse schudt bijna onmerkbaar het hoofd en dat is het meisje niet ontgaan. Jij niet, hè? zegt ze zacht. Nee. Maar we kunnen niet anders, antwoordt Matthies met spijt in zijn stem. Clopin is klaar met het zwaard. Hij knikt voldaan en legt het voorzichtig op het aanbeeld. Kleine Robert, die zich verdienstelijk wil maken, bukt zich en probeert de strijdbijl op te heffen om hem aan Clopin te geven, maar hij krijgt het ding niet eens van de grond. Afblijven, snauwt de sergeant. Dat is geen kinderspeelgoed, dat is moordtuig. Hij duwt het jongetje opzij, pakt met gemak de bijl op en legt hem tegen de slijpsteen. Zie je, zo doe je dat, bromt hij, trots op zijn kracht. Opnieuw springen de vonken rond. Kleine Robert trappelt van afgunst. Ik wil ook mee morgen, roept hij verhit boven het krijzen van de slijpsteen uit. Ach, Drummers, wat kun jij nou, lacht Clopin. Meer dan je denkt. Ik kan op mijn handen lopen en kermiskunstjes, zegt Clopin minachtend. Dat laat Kleine Robert niet op zich zitten. Dit kan ik! Schreeuwt hij, en voor iemand beseft wat er gebeurt, heeft hij de vlijmscherpe dolk uit Matisse scheden getrokken en weggeworpen. Schwoef! Trillend blijft de punt van de dolk steken in de houten balk boven de slijpsteen, geen twee duim boven Clopins hoofd. Zie je wel, ik mis nooit, zegt kleine Robert trots. Zeg eens, ben je gek geworden? De sergeant heeft de bijl laten vallen en trekt razend van woede de dolk uit het hout. Je had me wel dood kunnen gooien. Ik mikte niet op jou, ik mikte op die kwast, antwoordt Kleine Robert. En het was precies raak. Trillend en doodsbleek staat Clopin op hem neer te kijken. Pardieu, als je nog één keer zo'n grap uit durft halen, duivelsjong, dan draai ik je je kippennek om. Je zei dat ik niks kon, gilt het jongetje, stamvoetend, net zo woedend als de sergeant. En ik kan wel wat. Ik ben geen klein kind meer. Ik ben. ik ben een held. Therese staat te springen van bewondering. Doe het nog eens, roept ze opgetogen. Moesten ze dus durven, dondert Clopin. Onverwacht neemt Roland Baudin de jongen in bescherming. Ach, plaag hem niet, zegt hij terwijl hij kleine Robert opzij trekt buiten het bereik van Clopin's graaiende handen. Kom hier en laat die ruwe kerels maar kletsen. Ze zijn vergeten dat ze ook eens onnozele jongetjes waren die onder de tafel kropen als het onweerde. Nu zetten ze een grote mond op en denken dat iedereen bang wordt als ze hun spieren laten rollen. Dat is allemaal bluff, hoor, zulke geweldenaars zijn het niet. Ik wel? snauwt Clopin terwijl hij de bijl opraapt. Goed, jij wel. En wat dan nog? Kunst je dat kleine Robert net uithalen, doe jij hem niet na. Ik heb hem dikwijls zien oefenen met een gewoon keukenmes. En het is waar wat hij zegt, hij mist nooit. Wel ja, verdedig hem. Dan wordt hij nog verwaander dan hij al is, voetert de sergeant. Hij wrijft zijn rode nek alsof hij de dolk erin voelt steken. Je bent geschrokken, daarom maak je je zo kwaad, zegt Mathies sussend. Allicht ben ik geschrokken! Zou jij je hart niet voelen stilstaan als er een dolk op je af komt vliegen die je net zelf hebt staan slijpen? Robert, Robert, doe het nog eens! roept Therese opgewonden. Dan schiet ze snel weer weg, want ze heeft Bertrand du Klein gezien, die plotseling breed uit voor de open smidse staat. Hoe is het? Zijn jullie eindelijk klaar? dreunt hij. Kleine Robert verstijft. De meester. Wat moet dat kind hier met het scherpe wapentuig? Bas duke clerm boos als hij het jongetje in het oog krijgt. Kind? Een duivelsjong is het, roept Clopin. Zo even heeft hij me bijna aan de muur genageld met zijn kunsten. Geef hem je dolk, Matisse, en laat hem het nog eens voordoen. Moet u zien, seigneur, wat dat joch met me uithaalde toen ik uw bijl stond te slijpen. Het is God geklaagd dat zoiets hier vrij rondloopt, grote mensen lastig valt en nog een brutale mond heeft ook. Ik mikte niet op Clopin, ik mikte op de kwast in het hout, gilt kleine Robert. Angstig kijkt hij naar de brede gestalte van Duquesne. "Signeur, ze zeggen dat ik Clopin probeerde te vermoorden en dat is niet waar. Het kwam alleen omdat ze zeiden dat ik niks kon en ik kan wel wat. "Mon de Dieu, schreeuwen jullie niet zo? Ik begrijp er niks van. Wat heeft die dwerg gedaan dat iedereen hier op zijn benen staat te trillen? Laat zien, zegt Rolin, terwijl hij kleine Robert zijn dolk toesteekt. Ik, ik deed dit, fluistert het kind. Hij weegt de dolk even op zijn hand, brengt eerst zijn arm naar achteren en dan bliksemsnel snel naar voren en laat het mes wegzuizen. Trillend blijft het steken in dezelfde kwast. Bertrand's mond valt open. Dat is knap voor zo'n turfje oog. Zien jullie nou wel, roept de jongen triomfantelijk, ik mis nooit. Duguay Klein stampt naar voren en rukt de dolk uit het hout. Nog eens, zegt hij hard, en precies op dezelfde plek. Ja, seigneur. De knecht die de slijpsteen moest draaien heeft al lang gemaakt dat hij wegkwam. Dit is hem te bar. Therese, alle eerbied voor de meester vergetend, danst door de smidsen. Ja, nog eens, juicht ze. Maar kleine Robert laat zich niet afleiden. Zorgvuldig weegt hij de dolk op zijn hand. Laat hem wegschieten. Weer raak. Dan grijpt hij in ene door naar Mathies' mes en werpt dat precies naast de dolk van Rolin in de houtkwast. Van papa geleerd, zegt hij trots. Maar papa kan het niet zo goed als ik. En daar stond ik met mijn onbeschermde hoofd vlak onder, tiert Clopin. Als dat mes twee duim lager terecht was gekomen... had Mathies morgen bij mijn uitvaart kunnen zingen. Je leeft nog, zegt Dugé claire droog, terwijl hij de dolken lostrekt. Ik voelde verdorie de wind om mijn haren zuizen, gromt Clopin. Bertrand grijnst. Zeer geïnteresseerd kijkt hij neer op dat jongetje dat nog niet weet of hij straf of lof zal krijgen en dat verlegen van de ene voet op de andere gaat staan. Een harde knuist knelt hem om zijn arm. Kom mee jij, Bas de ridder. We gaan met je vader praten. Half angstig, half verbaasd trippelt kleine Robert met de ridder mee naar het woongedeelte van de vesting. Nu zul je het hebben. Hij zal in bijzijn van zijn pleegouders ter verantwoording worden geroepen. Opnieuw zullen de standjes en verwijten op zijn hoofd neerhagelen, en die heeft hij al vaak genoeg gehoord. Robert, waarom ben je toch altijd zo ongehoorzaam? Waarom ben je nooit te vinden als het tijd is voor je lessen? Waarom? Hoe kun je toch? Wees niet zo. Kijk me aan! Moet je soms. In zijn krijgshaftig hartje welt een groot verdriet op. Hij kent zijn voorgeschiedenis. Als kind van nog een jaar oud. Werd hij door twee zwervende troeveeres gevonden tussen de puinhopen van een verwoest dorp? Deze troeveeres, Berton de Fleur en zijn vrouw Marie-Claire, bijgenaamd Gods vlindertje, ontfermde zich over deze krijzende baby, op wie geen mens ter wereld aanspraak scheen te maken. Ze noemden hem Robert naar een vroegere vriend van hen. En iedereen die deze geschiedenis kent, meent dat kleine Robert ongelooflijk veel geluk heeft gehad dat hij werd gevonden door die twee prachtige mensen. Hij zou dankbaar en tevreden moeten zijn, maar kleine Robert is niet dankbaar. Tevreden is hij nog minder. Muziek interesseert hem niet. Lezen en schrijven vindt hij afschuwelijk. Wanneer gedurende de zomermaanden zijn pleegouders de kermissen en jaarmarkten afreizen en optreden voor domme boeren en gapende porters, voelt hij zich vernederd. Hij wil geen trouvere worden zoals zijn pleegvader. Hij wil een held zijn, roemrijke daden verrichten. Van het hanteren van een ganzenveer word je niet groot... Je krijgt geen spierbundels van een gedicht. Je verslaat geen vijanden met een viella of een volksliedje. Alleen Swinters voelt hij zich gelukkig, omdat ze de koudste maanden van het jaar meestal doorbrengen op kasteel Pont d'Orson. Bertrand de Fleur bezit weliswaar een huisje in de Poitou, maar sinds die provincie vier jaar geleden Engels bezit werd, zijn ze er niet meer geweest. Bertrand weigerde pertinent Engels onderdaan te worden. Op Pont zijn ze altijd welkom. Bertrand du Guesclin en de Trouveres zijn oude vrienden. En bovendien woont Matisse Cuvelier ook een pleegkind van Marie-Claire en Bertrand de Fleur. Matisse verliet hen toen hij 15 jaar oud was om in dienst te treden bij Bertrand. Kleine Robert heeft zich vast voorgenomen dat voorbeeld te volgen. Juist daarom vindt hij het zo vreselijk dat hij bijna niet groeit. De ridder-krijgsman Bertrand du Guesclin. Zit beslist niet te wachten op een soldaat die niet groter is dan een dwerg en nooit heeft leren vechten. Op Pontorson, waar hij kan spelen met Thérèse, waar duizend plekjes zijn om je te verstoppen, als het tijd is voor zijn lessen voelt kleine Robert zich thuis. Maar nu is het lente. Elk ogenblik kan Berton de fleur beginnen hun kleine huifkar in te laden om af te reizen met vrouw en kind. Dan moet kleine Robert weer mee. Niet daarheen waar het spannend wordt. Niet naar een plaats waarover het lot van het koninkrijk zal worden beslist. Maar naar vreedzame marktplaatsen, volksfeesten, bruiloften. Hij wil niet! Bertrand du Quesclin duwt het kind voor zich uit, de trap op, de grote rittenzaal binnen. Kleine Robert durft nauwelijks op te kijken. Tiffen, de slotvrouwen, zit bij het venster te lezen. Berton de Fleur en Marie Claire zijn in een andere hoek bezig muziekbladen te sorteren en kijken verwonderd op. Als de ridder komt binnenstappen met de tegenstribbelende kleine Robert. Berton! dreunt klein zware stem. Ik kom je een voorstel doen. De trouvere knikt, legt het blad dat hij in de hand houdt neer en doet een paar passen naar voren. Marie Claire komt naast hem staan. Uit zijn ooghoeken ziet kleine Robert hoe de arm van Berton om de schouders van zijn vrouw glijdt. Zo heeft hij hen zijn leven lang gekend, zo verschrikkelijk samen. Zijn pleegouders zijn goed voor hem en toch heeft hij altijd het gevoel dat ze hem vreemd zijn gebleven. Ah, ik zie dat je Robert hebt gevonden, zegt Marie-Claire opgewekt. Hij was er weer vandoor gegaan toen ik hem riep. Allicht, gromt Du die zelf totaal ongeletterd is. Wie wil er nou leren schrijven, dat is toch tijd verspillen? Niet voor een toekomstig trouvere, grinnikt Berton de Fleur. Luister, zegt Du ik weet dat jullie binnenkort weggaan. Ik stel voor dat jullie kleine Robert bij mij laten. Er gaat een schok door het jongetje heen. Dit heeft hij niet verwacht. Blij kijkt hij op, maar zijn hart krimpt ineen als hij Marie-Claire's gezicht ziet betrekken. Die laat haar boek in de steek en komt er ook bij. Zij is een mooie, grote vrouw. Berton de Fleur is een stevige vent. Bertrand du Guesclin is één geweldige bundeling van kracht en spieren. Te midden van al die volwassenen voelt kleine Robert zich nietiger dan ooit. Een stofje is hij, verdwaald in een overweldigende wereld. Robert achterlaten? Waarom? vraagt Bertrand verbaasd. Een zanger en dichter zal er uit het joch nooit groeien. En ik kan hem gebruiken. Hij kan mijn paasje worden, dreunt de slotheer. De mijne bedoel je? roept die fan verheugd. Ze heeft zelf geen kinderen en ze is dol op kleine Robert. De jongen heeft een kleur van vreugde gekregen. Hoopvol kijkt hij op naar zijn pleegouders... Die mensen hebben het recht om ja of nee te zeggen. Kleine Robert is niet hun slaaf, niet eens hun bloedeigen zoon. En toch schijnen ze om een of andere reden het recht te hebben zijn lot te bepalen. Opstandig roept hij: Oh, toe, mama! Maar. begint Marie-Claire verbijsterd. Bertrand de Fleur trekt haar dicht tegen zich aan. Wat bedoel je met. Ik kan hem gebruiken? vraagt hij, niet minder verbaasd. Bertrand grijnst: Die jongen is slim en handig. Van wat jullie hem proberen te leren, komt toch niets terecht. Geef hem maar mij, ik maak wel iets bruikbaars van hem. Onze pleegzoon, zegt Marie-Claire, is geen stuk ijzer dat je in een gewenste vorm kunt smeden. Precies. Duguay klein duwt het jongetje naar voren, zodat hij klein en nietig midden in de kring van volwassenen staat. Kijk naar hem. Hij is bijna niet zichtbaar. En dat, buldert hij tevreden, is precies wat ik nodig heb. Ik begrijp het niet, zegt Marie-Claire. Als hij nu een grote sterke jongen was, grote sterke jongens zijn er genoeg. Maar kereltjes als hij, die als een slang door het gras kunnen glijden, die de kunst verstaan, zich onvindbaar te verstoppen, die overal hun oren te luisteren kunnen leggen omdat iedereen hen over het hoofd ziet, die zijn zeldzaam. Je wilt hem voor je laten spioneren, roept Marie-Claire vol afkeer uit. Bertrand, hij is nog maar een kind. Ik kan niet toestaan dat je hem gevaar laat lopen. Gevaar lopen we allemaal, antwoordt Duke Ruw. Vooral nu de Navarrezers weer tegen ons optrekken. Daarom heb ik een goede verspieder nodig. En hij kan zich verdedigen. Dat messenwerpkunstje heeft hij goed onder de knie. De vensters van de zaal staan open. Van buiten weer klinkt gehamer uit de smitsen. Op de binnenplaats lopen mensen heen en weer. Hinnikt een paard, vloekt een soldenier. In de zaal hangt zwaar en ademloos de spanning van het ogenblik. Marie-Claire en Berton de Fleur kijken elkaar aan, weifelend. Als iemand weet dat de kleine Robert elk muzikaal talent mist, is het Berton wel. Maar hij beslist nooit alleen. Marie-Claire strekt opeens de armen uit en trekt kleine Robert tegen zich aan. Bertrand, Barcelos, jij verbruikt mensen alsof het broden zijn. Je neemt hen in je op, je verteert hen. Ja, antwoordt de ridder zonder aarzelen, dat doe ik. Zodra ik een mens ontdekt met bijzondere gaven, vraag ik hem in mijn dienst te treden. En ik gebruik hem. Intussen staat kleine Robert doodsangsten uit. Straks verliest de ridder zijn geduld en ziet hij af van zijn plotselinge inval om hem als verspieder in dienst te nemen. Dan is zijn kans voorbij. Hij haalt diep adem, rukt zich los en stelt zich op naast Du Ik zal u trouw dienen, seigneur, zegt hij snel en opgewonden, alsof de zaak al beslist is. Tiffen klapt verheugd in de handen. Een page is iets om op te voeden en te verwennen. Ze wil niets liever. Haar sterrenogen stralen. Geef Bertrand zijn zin, vrienden, zegt ze vlijend. Ik bezweer jullie dat we goed voor hem zullen zorgen. Bertrand knikt. Marie-Claire klemt de lippen op opeen. Ze heeft verloren. Niet omdat ze tegen Bertrand du Guéclin niet opgewassen is. Ze is nooit bang geweest voor de geweldenaar omdat ze ook wel inziet dat een toekomst als trouwvert voor kleine Robert niet is weggelegd. Mooi! Bertrand klopt het jongetje even op het hoofd en loopt de zaal uit. Voor hem is de zaak daarmee afgedaan. Tiffan slaat haar armen om kleine Robert heen en knuffelt hem even. Denk erom dat je niet ongehoorzaam mag zijn, fluistert ze hem in. Heb ik een kind onder het puin vandaan gehaald om een soldaat te zien worden? vraagt Gods vlindertje verdrietig. Tiffan lacht haar toe. Lieve vriendin, jouw pleegzoon zal nog eens grote daden verrichten, voorspelt ze opgewekt. Ik heb het in de sterren gelezen. Kleine Robert wacht niet tot de volwassenen de omkeer in zijn leventje verwerkt hebben. Hij holt de zaal uit. Hij wil Therese het grote nieuws vertellen. Springend van vreugde danst hij over de binnenplaats de smidsen binnen. Klopin, Mathis, schreeuwt hij uitgelaten. Ik word page. Ik mag toch mee morgen. Klopin begint hard te lachen. Zo'n ruimers, hoor je dat, Rolin? Deze dwerg denkt dat hij kan helpen de voormalige naar Varese tegen te houden. Kleine Robert, de geweldige, klacht me een ongeluk. Verlangend kijkt de jongen rond, maar Therese is nergens meer te zien. Blijkbaar is ze teruggegaan naar de keuken. Ik ben heel dapper, roept die dan maar in het wilde weg. Oh ja, hoont Klopin. Nou, als je zo dapper bent, haal bliksemschicht dan uit de stal en breng hem hier. Ik wil hem zijn nieuwe hoefijzers passen. M moet, moet ik dat doen? Je bent toch niet bang voor een paard? Eigenlijk is kleine Robert dat wel. De temperamentvolle zwarte hengst is zo ontzaggelijk groot, maar in dienst van ridder Bertrand du Guesclin kun je geen angst tonen. Met bevend hart gaat hij het strijdros uit de stal halen. Heel heel klein voelt hij zich daarbij, maar diep in zijn strijdlustig hartje groeit een fier besluit. Eens zal Clopin ook zijn wapen staan te slijpen. De onoverwinnelijke wapens van kleine Robert de Geweldige, o zo. De brug over de Eure. Rouen is de hoofdstad van Normandië. Kleine Robert is er dikwijls met zijn pleegouders geweest, maar zo vol hoge officieren, wapperende vlaggen en optochten heeft hij de stad nog nooit gezien. De aprilzon schijnt op het plein voor de kathedraal. De leien daken fonkelen, het goud en zilver van de stoete edelen lichten fel op. Kleine Robert voelt zich geweldig wanneer hij naast Roland Baudin de hoofdstad binnenrijdt. Hij draagt zijn beste kleren. Vrouwe Tiffen heeft voor hun vertrek de halve nacht opgezeten om de dubbele adelaar van Du Clains wapen op zijn wambuis te borduren. Vrouw Bechet, Thérèse's moeder, heeft zijn haar geknipt en een mooie baret voor hem gemaakt. In zijn gordel draagt hij een kleine dolk. Toen Clopin dat wapen zag, bromde hij: Denk erom, geen grapjes met het mes. Een slagveld is geen kermis. Kon Thérèse hem nu maar zien? Toen ze de vorige dag in alle vroegte uit Pontorson vertrokken, was het meisje al opgestaan om hen uit te wuiven. Ze kon geen moment stilstaan en riep steeds maar: Denk aan mij, Robert, denk aan mij! Daarna rende ze de wenteltrap op naar de hoogste torentrans om de stoetruiters tot aan de horizon te kunnen nakijken. Beseften ze dat het voorbij was met de fantasiespelletjes... en dat het zowel voor haar als voor kleine Robert nu ernst ging worden? Met zijn neus in de wind rijdt de page langs de vele kinderen op straat. Ik ben een held, wil hij daarmee zeggen. Jullie zijn maar gewone leerjongens, ik ben soldaat. Hij klopt zijn paardje op de hals alsof hij met dat dier al twintig veldslagen heeft overleefd. Maar hij krijgt een kleur van schrik als hij opeens iemand hoort roepen: Wie is die dwerg? Zeker de nar van Duguesclin. Ik ben zijn page, roept hij verontwaardigd terug. Naast zich hoort hij Rolin lachen, en hij moet de neiging onderdrukken zijn dolk te trekken en die naar het hoofd van de spotter te smijten. De nieuwe koning heeft zijn intrek genomen in het kasteel van Rouen, een geweldige burg die deel uitmaakt van de ommuring van de stad. Bertrand du stuurt Clopin met zijn ruiters het veld in... om daar tijdelijk een kampement in te richten... en gaat dan in gezelschap van Mathis Cuvillier op audiëntie bij de vorst. Robert had daar ook wel bij willen zijn. Waarom Mathis wel altijd en hij niet? Ondanks zijn jaloezie loopt hij opgewonden rond door het kamp in aanbouw. Hij voelt zich helemaal thuis. Ah, dit is iets anders dan met zijn pleegouders de hele zomer van stad tot stad trekken... Overnachten in smerige herbergen liedjes zingen voor de zwetende menigte. Hier is hij een krijgsman, een strijder voor het recht. Hey dat dwerg, aanpakken, Snauwt een ruiter hem toe. Ga haver halen voor de paarden. Even later loopt hij te sjouwen met loodzware haverzakken... tot hij bang is dat zijn rug zal breken. De ruwe kerels stompen hem opzij... en sturen hem van de ene hoek van het kamp naar de andere. Kleine Robert komt snel tot de ontdekking dat een page, al is hij nog zo mooi aangekleed... Niets is in een legerkamp. Een duivelstoejager is hij die tenttouwen uit de knoop moet halen, brandhout moet aanslepen. Dan ziet hij dat de tent van Du Guesclin al is opgericht. Vlug laat hij alles uit zijn handen vallen. Hij glipt naar binnen, rolt zich op onder een paar zakken en valt in slaap. Priesend van woede komt Bertrand Du Guesclin de tent binnen stampen. Hij stuurt iedereen weg behalve Mathis en de kleine Robert, want die ziet hij niet. Dreunt zwaar neer op de rand van zijn veldbed en vloekt hardgrondig. Kleine Robert, wakker geschrokken, durft zich niet te verroeren. Kom nou, zegt Mathis Couvillier sussend. Had je dan werkelijk verwacht dat de koning je het opperbevel zou opdragen? Waarom niet? stuift de Breton op. Charles ontvangt maar zijn goede vriend, roept uit. Messire Bertrand, red onze troon en deelt me dan koudweg mee... dat ik mij onder bevel van de graaf van Auxerre moet stellen? Pardieu! Die graaf van Auxerre is nog niet eens droog achter zijn oren. Een jaar of twintig is die, dit wordt zijn eerste veldtocht. Wij hebben maar 200 ruiters meegebracht. De graaf van Auxerre is de koning te hulp gesneld met 500 man en betaalt hun soldij uit eigen zak, zond Matisse nuchter op. De koning kan zich niet veroorloven hem te passeren. Vertel mij niet hoe die koningslegers in elkaar zitten, daar heb ik ervaring genoeg mee, gromde Duquesne. We verliezen niet voor niets de meeste veldslagen. Maar dit keer mogen we niet verliezen, er staat te veel op het spel. De edelen die in Rouen zijn aangekomen kennen je reputatie, Bertrand, zegt Matisse kalmerend. Ze zullen het niet wagen je in een ondergeschikte positie te drukken. O oh ja, dat durven ze wel. Ik heb de status van held, want ik bezit een gespierde arm en ben niet bang. Van mij zullen ze maar één ding verwachten: harde klappen uitdelen. Die hoge heren kunnen nooit vergeten dat ik van afkomst niets ben dan een Bretonse boer die in zijn jeugd een Engelse bandiet van zijn paard moest slaan om een nieuwe broek te bemachtigen. Dus moet ik maar gewoon doorgaan met slaan. Maar in deze veldtocht zullen we niet genoeg hebben aan het uitdelen van klappen. We komen tegenover Captain de Buc te staan. Dat is ook maar een mens, zegt Mathis zacht. En daarbij een voortreffelijk veldheer, grootgebracht in de Engelse krijgsschool. Kapitaal de Buc maakt geen fouten. Dat maakt hem tot zo'n gevaarlijk tegenstander. Waar is mijn paasje? Hier, piept kleine Robert terwijl hij uit de zakken kruipt. Kan ik iets voor u doen, signeur? Even, kijkt Duguay Klein verbijsterd. Ik, ik, uh, ik zat een ogenblik uit te rusten, signeur. stamelt het jongetje. Kleine Robert, de onzichtbare, grinnikt Mathies. Tot grote opluchting van het kind begint ook Duguay Klein te grijnzen. Haal een kruik wijn voor me en zeg tegen Roland dat hij voor bliksemschicht zorgt. Ja, seigneur. Blij dat hij er zonder een standje is afgekomen, schiet de jongen de tent uit. Maar opnieuw heeft hij een reden om schreeuwend jaloers te zijn. Mathis mag de ridder gewoon met de voornaam noemen. Ieder ander zegt onderdanig, ja, seigneur, nee, seigneur. Waaraan heeft zijn grote pleegbroer toch zo'n bevoorrechte positie te danken? Alleen omdat hij kan schrijven? De volgende ochtend maken ze kennis met de edelieden die de koning eveneens te hulp zijn gekomen. De belangrijkste onder hen is Jean de Chalon, graaf van Auxerre. Een mooie jonge man die een zenuwachtige indruk maakt. Zijn beste vriend, Vicomte Louis de Beaumont, is er ook. De vicomte is wat ouder en meer ervaren. Het opvallendste aan hem is een geweldige Arendsneus die strijdlustig naar voren steekt. Verder is er Enguerrand de Dain. Een schatrijke Normandier, die geldt als de best geklede man in Frankrijk. En dat is hem ook aan te zien. Bij de pracht van zijn kledij valt zelfs de uitmonstering van de jonge graaf in het niet. Baudouin d'Anquin is minstens zo rijk en belangrijk en bovendien een dronkaard. Alle vier zijn ze naar Rouen gekomen met een groot aantal ruiters en voetknechten, met lagere ridders en schildknapen. En ze behandelen Du Guesclin met een beleefde neerbuigendheid. Die Matisse Cuvilliers soms het bloed naar het hoofd jaagt. Een veldtocht voorbereiden kost tijd. Koning Charles vertrekt naar Calais om het stoffelijk overschot van zijn vader in ontvangst te nemen. Daarna doen de graaf van Auxerre en zijn adellijke vrienden het rustig aan. Op hun manier hebben ze het druk. Hun strijdrossen moeten in goede conditie zijn. Hun wapenrustingen moeten glanzen en schitteren. Ze willen alles tot in de puntjes verzorgd hebben alsof ze onder de ogen van schone dames aan een feestelijk toernooi gaan deelnemen. Dat binnen vijf minuten hun vrijgeborduurde geborduurde wapenrok in flarden zal hangen... als het eenmaal op vechten aankomt. Dat de helmbossen geknakt zullen zijn. Dat modder, bloed en schuim de schabrakken van hun paarden zullen bevuilen... is iets waarbij ze geen moment stilstaan. Knarsetandend ziet Duguay Klein hoe ze hun kostbare tijd vermorsen. Ik wacht niet langer, beslist hij na een paar dagen... We mogen in geen geval toestaan dat de kaptaal de Buc met zijn Navarrese doorbreekt. Matisse, blaas het signaal, we vertrekken. De graaf van Auxerre is nog niet reisvaardig, werd Matisse tegen. En hoe wil je met 200 ruiters een heel leger tegenhouden? Bertrand knast tand. Ken jij het dal van de Eure? Jazeker. Wat zeur je dan nog? De Normandische stad Evreux behoort toe aan Karel de Slechte en het is daar dat Captain de Buc zijn leger heeft geformeerd. Het ligt in zijn bedoeling de grote verkeersweg naar het noordoosten te volgen. Deze weg steekt de rivier de Eure over en doorsnijdt daarna de hoogvlakte tussen Eure en Seine. Du Guesclin's grote vrees is dat Captain de Buc dit hoogland zal bereiken eer er een Frans leger is verschenen om hem de pas af te snijden. Want eenmaal over de EUR heen kan kapitaal de Buc met zijn Navarese letterlijk in de hoogvlakte verdwijnen. Er zijn daar vele dalen, wouden en mogelijkheden tot ontsnapping. Snelheid is Du kracht. Wanneer in de eerste dagen van mei het Navarrese leger de EUR nadert, ontdekt kapitaal de Buc tot zijn verbazing dat de tegenoverliggende oever bezet is door Franse troepen die het hele dal en het achterliggende heuvelland schijnen te beheersen. Dat is een streep door zijn rekening. Hoe konden die vervloekte Fransen zo snel ter plaatse zijn? vraagt de Gascogne zich verbijsterd af. Uit wat zijn verkenners hem had hij begrepen dat het koningsleger eindeloos talmde bij Rouen en zelfs nog geen aanstalte had gemaakt om op te breken. Toch stuit hij hier in het Eurendal op koninklijke troepen, wier sterkte op die afstand onmogelijk is vast te stellen. Teleurgesteld installeert Kaptaal de Buc. Zijn leger op een heuvel op de linkeroever, van waar hij een goed uitzicht heeft op de rivier, de stenen brug bij Corcherel en het tegenoverliggend heuvelland. Hij kan er niet door. Zelfs de zwaar versterkte brug blijkt afgesloten te zijn. Met die brug bij het dorp Corcherel is het een ingewikkelde zaak. Maar wat is in het Frankrijk van de 14e eeuw niet ingewikkeld? Het is een tolbrug, eigendom van de koningin moeder Blanche, de grootmoeder van de nieuwe koning. Deze oude dame is echter ook de tante van Karel de Slechte. En het is algemeen bekend dat zij meer gesteld is op haar eerzuchtige neef dan op haar bloedeigen kleinzoon Charles. Want het was Charles, toen nog prins-regent, die enkele maanden geleden du Guesclin bevel had gegeven de steden Meulan en Mantes te veroveren op de Navarese. En de koningin-moeder had in beide plaatsen grote financiële belangen. Haar verzoek om schadevergoeding werd door haar kleinzoon afgewezen. Charles had geen geld. Dat heeft zijn grootmoeder woedend gemaakt. Daarom heeft ze nu de tolbrug afgesloten, bemand met haar eigen soldaten, en ze heeft verklaard dat ze neutraal wenst te blijven in de twisten tussen Frankrijk en Navarra. Niemand mag zonder haar toestemming die brug passeren, en zeker geen leger. Bertrand du vertrouwt die zogenaamde neutraliteit niet. Als de oude dame kans ziet zonder gezichtsverlies Captain de Buc te helpen. Zal ze het zeker niet nalaten? Intussen kijkt Captain de Buc uit over de omringende velden, ziet het water en het dal aan de overzijde. In het heldere lentelicht ziet hij lansen glimmen, helmbossen wuiven, paarden draven, maar te ver weg om de kleuren te kunnen herkennen. De Gasconse generaal krijgt het onbehagelijke gevoel dat het daar in het dal wemelt van ridders en ruiters, en hij begrijpt er niets meer van. Waar heeft die jonge koning Charles met zijn legerschatkist en menselijk verdriet over de dood van zijn vader zo snel een compleet leger vandaan gehaald? Bertrand du Guesclin houdt zijn 200 Bretons voortdurend in beweging, heuvel op, heuvel af, telkens even zichtbaar en weer verdwijnend. Hij is nu eenmaal een meester in het stichten van verwarring bij de tegenstander. Wie over te weinig soldaten beschikt, moet de vijand het idee geven dat het er duizenden zijn. Zijn hoofdkwartier heeft hij ingericht in een oude abdij, niet ver van Cocherel. Kleine Robert heeft het geweldig naar zijn zin. Terwijl hij s'avonds met de schildknaap Duguay-Kleins bed opmaakt in de gastenkamer van de abdij, zegt hij genietend, de navarrese kunnen er lekker niet door. Mathis zit in een hoekje te schrijven. Bertrand loopt pijnzend het vertrek op en neer. Nog niet, bromt hij. Maar koningin Blanche... Kan elk ogenblik haar neutraliteit opgeven en Captaal de Buc over de brug laten komen. Dan kan ik hem met 200 ruiters niet tegenhouden. Ik wou dat de graaf van Auxerre en zijn mooie vrienden een beetje haast maakten. Denken ze soms dat ik kan toveren? Ze komen wel op dagen, sust Matisse. Dat jij niet op hem wilde wachten, maar bliksemsnel het Eurendal ging bezetten, zal de heren wel in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Let maar op, binnen twee dagen zijn ze hier met al hun troepen. Ik mag het hopen, bast Du Guesclin. Mathis krijgt gelijk. Twee dagen later arriveren Jean de Chalon, zijn adellijke vrienden en hun voltallige troepen in het Eurendal. Ze zijn uit hun humeur, omdat Du Guesclin hen heeft gedwongen zoveel haast te maken. Maar dan ontdekken ze dat de Breton heeft gezorgd voor een comfortabel hoofdkwartier waar officieren en ridders het zich gemakkelijk kunnen maken. En dat doet hun stemming meteen weer omslaan. De graaf van Auxerre spreekt hardop zijn tevredenheid uit en geeft zijn soldaten bevel een kamp op te slaan in het hoogland, buiten het zicht van de vijand. «Capitaine de Buc zit aan de overzijde op een heuvel, deelt Duquesclin hem mede. Nu hij in zijn opmars gestuit is, zal hij zijn strategie moeten veranderen. Ik wou dat ik wist wat hij zit uit te broeden. Overigens bestaat zijn leger niet alleen uit Navarrezen en Gasconiers. Een boer vertelde me dat zeker vier plundercompagnieën zich bij hem hebben gevoegd en dat hij nog meer versterkingen verwacht. Ik schat zijn leger nu al op zo'n 2500 man. Dat is ruim het dubbele van ons aantal, prevelt de graaf van Auxerre geschrokken. Ja, en elke dag groeit dat leger nog aan, antwoordt Duclair Kiel. Als ze ons aanvallen in een poging om toch door te breken, zullen we het hart te verduren krijgen. Vicomte de Beaumont. Na de jonge graaf de belangrijkste edelman in het leger, snuift de strijd lustig. Ik lust die barbare rouw, gromt hij onder zijn arendsneus. Ze kunnen ons niet aanvallen, meent de graaf hoopvol. Zolang de koningin moeder de brug niet vrijgeeft, kan kaptaal de Buc ons niet bereiken. Hij kan zich niet veroorloven de neutraliteit van koningin Blanche te schenden. Daarvoor is hij te veel een man van eer. Fijn, zegt duguay Vraag me alleen af wat die zogenaamde neutraliteit waard is. Opeens draait hij zich om. Hart schalt zijn gebarste stem over de binnenplaats van de abdij. Robert! Heeft u me nodig, Seneur? vraagt kleine Robert, als gewoonlijk niet ver uit de buurt van de grote heren. Kun je zwemmen? Oh ja, Seneur. Mooi. Luister goed. Straks, als het donker is geworden, moet jij met mijn schildknaap Rolin een kijkje gaan nemen bij die brug daar ginds. Hoe jullie dat doen, kan me niet schelen, als je er maar voor zorgt dat je niet gezien wordt. Probeer erachter te komen waarover de brugwachters praten en of ze in contact staan met Capitaine de Buc. Hoe meer inlichtingen je kunt verzamelen, hoe beter. Begrepen? Nou, of? Kleine Robert staat te stralen over heel zijn nietige lijfje. De vicomte maakt bezwaren. Moet u een kind uitsturen om zo'n gevaarlijke onderneming, Monsieur du Guayclain, dat is gekkenwerk. werk. Ben jij gekkenwerk, werk, Robert? Vraagt de breton grijnzend. oh nee, signeur, Het is nog maar een kleuter! roept de graaf van Auxerre. Hoe oud ben je, knaapje? Bijna negen! overdrijft de jongen. Wat? Hij is klein voor zijn leeftijd, knikt Bertrand. Maar dat is juist ons voordeel. Robert, wat doe je als de wachters op de brug je snappen? Kleine Robert grinnikt. Hij trekt zijn schoudertjes op, steekt een vinger in de mond, blikt schuw omhoog en mompelt: Dan ben ik een arm verdwaald boerenjongetje. Dat nergens iets van begrijpt en alleen maar kan grienen. omdat het zo geschrokken is van al die grote ruwe kerels. Ziet u, zegt Du tevreden. tevreden. Verbijsterd staren de edellieden elkaar aan. Bovendien, vervolgt de Breton terloops. verstaat die jongen de kunst zich onzichtbaar te maken. Kan hij dat heus? stamelt de piepjonge graaf en slaat snel een kruis. Ben je bang? vraagt de schildknaap Rolin. wanneer de twee jongens, gedekt door het duister. De hoge rechteroever van de Eure afdalen tot daar waar het water onder de overhangende wilgetakken stroomt? Ik mag niet bang zijn van papa, antwoordt de kleine Robert zacht. Hij heeft gezegd dat ik precies moet doen wat de ridder beveelt, anders word ik ontslagen, krijg ik weer schrijflessen en mag ik geen soldaat worden. Rolin grinnikt. Hij heeft schik in het jongetje. Het dorp Cocherel lijkt dood. De bevolking is snel verdwenen toen de boeren ontdekten dat twee complete legers zich op hun grondgebied kwamen nestelen. De hutten zijn donker en dichtgespijkerd, de twee watermolens langs de oevers staan stil. Verscholen achter die gebouwen gluren de jongens naar het water en naar de donkere contouren van de stenen brug een kwart mijl verderop, aan beide zijden bewaakt door een hoge toren. Met een fort, mompelt Rolin. Het is een heldere avond, maar de maan is nog niet meer dan een dunne zilveren sikkel. Op het brugdek lopen mannen met toortsen, ook achter de schietgaten van de torens vlamt licht. Het is duidelijk dat de brug door soldeniers van de koningin moeder dag en nacht bewaakt wordt. Probeer daar maar eens dichtbij te komen zonder ontdekt te worden. Roland kijkt om, zijn ogen worden groot. Waar is dat kind opeens gebleven? Robert, roept hij zacht. Ik ben hier. Klinkt het uit de zwarte schaduw van de overhangende willig? Du Guesclin heeft gelijk, denkt Rolin. Dat joch verstaat de kunst zich onzichtbaar te maken. Kijk eens naar de overkant, sist hij neerduikend naast de page. Aan de overzijde van het water ziet kleine Robert een vage rode gloed boven een uit het veld oprijzende heuvel hangen. Brand? vraagt hij zacht. Kampvuren, daar zitten de Navarrezen. Ze lijken zo ver weg. Dat komt omdat het dal aan de overzijde erg breed is. Na de brug komt er een groot vlak gebied en dan beginnen de heuvels weer, maar niet zo hoog als aan deze kant. Opnieuw richt de schildknaap zijn aandacht op de brug. Luister, zegt hij. Het lijkt me het beste dat we onze kleren uittrekken en we ons met de stroom mee naar de brug laten drijven. Durf je dat? Ik durf alles! Fluistert de kleine Robert opgewonden. Het water stroomt niet zo snel. Als we onder de brug zijn gekomen, moeten we proberen ons vast te grijpen aan een stenen pijler. Misschien kunnen we dan horen wat er boven ons hoofd wordt gezegd. Als ze net zo fluisteren als wij, horen we niks, grinnikt kleine Robert. Rolin zucht. Ik zou niet weten hoe we er anders ongezien bij kunnen komen. Wacht! De schildknaap trekt zijn dolk en snijdt een paar wilgetakken af. Houd die boven je hoofd. Als iemand van de brug af in het water kijkt, zal die denken dat je een voorbijdrijvende tak bent. Een tak met ogen en oren, ja. Denk je dat je dat kunt? Natuurlijk. Het Joch heeft wel lef, denkt Roland opgelucht. Om hun tocht te vergemakkelijken, dragen ze beiden niets dan een linnenhemd en een grof overkleed. Snel leggen ze die kledingstukken af en laten zich dan in het donkere water glijden. Kleine Robert hapt verschrikt naar adem: Het water is ijskoud. Naast zich voelt hij de schildknaap bewegen. Voorzichtig? Kleine Robert antwoordt niet. Stil laat hij zich met de stroom meedrijven in de richting van de brugpijlers, het hoofd juist boven water. Hij moet met één hand zwemmen, met de andere houdt hij de wilgetak boven zich. De poriën van zijn huid sluiten zich. Het water lijkt nu niet meer zo ijzig. Zijn hartje bonkt. Dan doemt naast hem een pijler op. Snel laat hij de wilgetak schieten en slaat de armen uit. Hij kan zich nog juist vastklampen aan een stuk steen. Rolin ziet hij niet meer. Onder de brug is het aardedonker. Rillend trekt hij zich op en kijkt omhoog. Boven hem welft zich de onderzijde van de brug. Hij hoort praten, maar hij verstaat geen woord. Kleine Robert is bang. Niet voor de brugwachters en evenmin voor de Navarrezen op de heuvel Dargins. Zelfs niet voor het koude water. Hij is bang dat hij zonder nieuws naar de abdij zal moeten terugkeren. En dan door Du naar Berton de Fleur zal worden teruggestuurd. als onbruikbaar werktuig. Iets ergers kan hij zich niet voorstellen. De stemmen dringen tot hem door als een vaag gemompel. Geen enkel woord klinkt duidelijk, hij wordt er wanhopig van. Zacht laat hij zich weer in het water glijden. en zo geruisloos mogelijk zwemt hij naar de oever. De linkeroever. Glibberige waterplanten strijken langs zijn benen. Klappertandend klimt hij op de kant. In de zwarte schaduw van de vierkante wachttoren. De kille nachtwind strijkt over zijn natte lijfje, hij rilt en bibbert. Daarom plukt hij een handvol droog gras en wrijft ermee over zijn borst en armen, zo hevig als zijn verstijfde vingers het toelaten. Zijn bloed begint weer te stromen, het helpt iets, maar niet veel. Dan klautert hij nog hoger en duikt weg in het struikgewas, want hij hoort paardenhoeven naderen. De puntige takken striemen zijn uit. Hij klemt zijn kaken op elkaar om het klappertanden tegen te gaan. Glurend tussen de takken ziet hij een ruiter aankomen. Een hoge zwarte schim die over het vlakke veld de brug nadert. Alt, wie daar? roept een wachter. Goed volk, vertel je commandant dat ridder Arnould de Morseu hem wenst te spreken, roept de ruiter terug. Dat moet een Gascogne zijn, denkt kleine Robert. Hij heeft het nu niet meer zo koud. De struiken waartussen hij zich heeft verborgen beschutten hem enigszins tegen de nachtwind en ze hebben nog iets van de warmte van de dag vastgehouden. Wie is daar? dreunt een zware stem. Een boodschapper van kaptaal Lebuc, antwoordt de wachter. Hij wil u spreken, seigneur. Niet ver van de schuilplaats hoort de kleine Robert geritsel, het gesnuif van een paard, voetstappen, praten. En nu kan hij elk woord duidelijk verstaan. Het kost hem echter moeite om precies te begrijpen waarover wordt gesproken. Ze hebben het over Kapitaal de Buc en over een uitnodiging van de koningin-moeder aan de gasconse veldheer om te komen dineren op haar kasteel te Wermel, Morgenmiddag. Loopt u heer niet de kans dat hij in Franse handen valt wanneer we hem morgenmiddag met zijn gevolg de brug laten passeren? vraagt de zware stem van de commandant twijfelend. Nauwelijks, seigneur, antwoordde de Gasconse edelman de weg naar Vernon is immers ook neutraal gebied. Het Koningsleger kan zich niet veroorloven die neutraliteit te schenden. Wat is dat toch, neutraliteit? denkt de kleine Robert wanhopig. Iedereen praat er maar over. Is het waar wat ik heb gehoord? Heeft de compagnie van Bascon de Mareu zich bij uw leger aangesloten? Dat niet alleen, zegt de Gascogne trots. Ook Jean Jouel is aangekomen met 180 ruiters. Dat is iets waarvan kleine Robert meer begrijpt. Gascon de Mareu, jean Jouel, dat zijn bekende namen waarvoor de boeren in Frankrijk sidderen. Beruchte plunderaars zijn het, die met hun compagnie het platteland terroriseren en op wie Bertrand du Guesclin al vele malen jacht heeft gemaakt. Dus die schurken hebben ook de zijde van Karel de Slechter gekozen. De stemmen van de ridders slaan weer tegen zijn oor. Hij probeert vertwijfeld het moeilijke gesprek te volgen. Nu het koningsleger het Euredal heeft bezet. Moet kapitein de Buc zijn strategie wijzigen, vertelt de Gascogne. Daarom hoopt hij koningin Blanche te kunnen overhalen... de bewaking van deze brug terug te trekken... zodat het Franse leger ons kan komen aanvallen. Dat lijkt me riskant, pompelt de officier. En of voor de Fransen, lacht de Gascogne overmoedig. Als die zich laten verleiden tot de stormloop op onze heuvel... blijft er niets van hen over. De koningin Moeder kan gerust zijn. We maken gehakt van de Fransen... En we zullen hun overblijfselen aan de kraaien voeren. Binnen een week kunnen we Karel van Navarra begroeten als de nieuwe heerser in Frankrijk. Dat zal de oude dame genoegen doen, lacht de brugcommandant. Charles' gierigheid heeft haar razend gemaakt. De Gascogne stemt vrolijk toe. Merkwaardig nee, is dat, hè? Franse koningen schijnen nooit geld te hebben en toch regeren ze over het rijkste land ter wereld. Weet u hoe dat komt? De Valois zijn te goedmoedig. Ze durven het volk niet voldoende uit te persen. Wanneer Karel van Navarra onze koning wordt, zal dat snel veranderen. En wij zullen ervan mee profiteren, dat verzeker ik u. Ik wou dat ze weggingen, denkt kleine Robert. Ik bevries. Door het stilzitten in een ongemakkelijke houding begint hij de koude weer te voelen. Zijn been slaapt, zijn vingers lijken dood. Opeens kan hij nog maar aan één ding denken: aan zijn kleren die bij de watermolen onder de wilgen liggen. Hij snakt ernaar iets warms en droogs op zijn ijskoude lijf te slaan. Die hunkering naar geborgenheid wordt zo sterk dat hij alle voorzichtigheid uit het oog verliest, zich loswerkt uit de struiken, zich naar beneden laat rollen en met een plons in het water terechtkomt. Wild slaat hij met zijn armen en benen, vechtend met de waterplanten, tegen de stroom in. Zijn verstijfde spieren willen hem nauwelijks gehoorzamen. Wat is dat? hoort hij schreeuwen. Stemmen roepen door elkaar. Niet ver van hem vandaan kletst een pijl in het water. Kleine Robert raakt in paniek. Hij zwemt nog, instinctief, en bereikt het midden van de rivier. Daar is het diep en ijzig koud. Ver voor zich uit ziet hij de donkere massa van de watermolen waar zijn kleren zijn. Dat haal ik niet! Weer kletst een pijl in het water. De druppels spatten in zijn ogen. Hij voelt zijn benen niet meer, alleen een wurgende angst. Dan begint hij te zinken. Een harde hand grijpt hem in de haren en sleurt hem terug naar de oppervlakte. Naast zich hoort hij wild geplas. Een stem die hem toeroept vol te houden. De hand laat zijn haar los, grijpt hem onder de oksel, trekt hem mee. Hij krijgt weer lucht. En nu blijkt het water minder koud te zijn dan de kille nachtlucht. Zijn benen gehoorzamen weer. Wanhopig stuwt hij zich vooruit. Weet jij het, Roller? weet hij met moeite uit te brengen. Ja, zwemmen! snauwt de stem hem toe. Hij zwemt. Half getrokken, half geduwd, werkt hij zich tegen de stroom in, dan zijn ze er. De hand blijft hem vasthouden, short hem op de kant, duwt hem neer in de zwarte schaduw van de willig. Vlug, hijgt Rolin, ze zullen ons achterna komen over de weg. Op de tast vindt kleine Robert zijn hemd en wambuis. De kleren glijden moeilijk over zijn natte lijf, maar ze voelen heerlijk warm aan. Ook Rolin doet klappertandend pogingen zich aan te kleden. Dan neemt hij de rillende Robert bij de hand. Lopen! Ze horen paardenhoeven. Kleine Robert wil wel lopen, maar hij kan het bijna niet. Hij struikelt. Ofschoon Roland er niet veel beter aan toe is, hij is die hem overrent. Dat is toch geen werk voor een klein kind? sist hij tussen zijn tanden. Maar het jongetje in de steek laten doet hij niet. Zelfs niet om zijn eigen leven te redden. Hij trekt het kind tegen de hoge oever op en sleurt hem de weg op. Dan zien ze zich plotseling omringd door ruiters. Vier, vijf, zes zwarte figuren, ijzingwekkend hoog. Daar zijn ze! roept Clopin. Snel! Sterke handen tillen kleine Robert op en kwakken hem op een paardenrug. Clopin's hete adem slaat over hem heen. Spoorslags gaat er terug naar de abdij. Boven zijn hoofd hoort kleine Robert de sergeant vloeken. Pardieu, jongen, je handen zijn van ijs. Wat heb je godsnaam uitgevoerd? Kleine Robert kan geen antwoord geven. Hij rilt nog steeds en is maar half bij bewustzijn. Even later rijden ze de binnenplaats van de abdij op. Bij het licht van de toortsen komt Mathis Cuvillier naar buiten stormen, gevolgd door Bertrand du Guesclin. Dekens, roept Clopin, warme wijn! Die twee jongens zijn half bevroren, ze zullen zich de dood op het lijf halen als ze niet snel warm worden. De huiverende, klappertandende verspieders worden vlug in oude monnikspijen gewikkeld. Mathies giet warme wijn tussen hun lippen kleine Robert slikt heftig. De wijn brandt in zijn keel, maar doet hem goed. Duquesclin wrijft zijn handen en voeten. Om zich heen ziet hij bezorgde gezichten, nieuwsgierige ogen. De vreselijke rillingen bedaren enigszins. De wijn warmt hem van binnen, de wollen monnikspijer van buiten. "Waarom bleven jullie zo lang weg dat ik Clopin moest uitsturen om jullie te zoeken?" bast de rauwe stem van Duquesclin. Het klinkt boos, maar kleine Robert beseft plotseling dat het niets dan bezorgdheid is. Hoe warm denkt u dat het rivierwater begin mei is? murmelt Roland Baudin tussen de verstijfde kaken. Die kleine jongen is bijna verdronken. Ik kon hem nog net bij zijn haren grijpen. En het was allemaal voor niets. Ik heb geen woord kunnen verstaan van wat ze op de brug met elkaar bespraken. Niets? vraagt Duguay Klein teleurgesteld. We zijn naar de brug gezwommen en hebben ons vastgeklemd aan de pijlers, vertelt Roland nog steeds klappertandend en half verstaanbaar. Maar het is vooral de herinnering aan hun avontuur die hem zo doet huiveren. Ik hoorde wel stemmen, maar ik kon geen woord verstaan. En ik dacht dat ik stierf van de kou. Ik zwom naar een andere pijler en daar hoorde ik nog minder. Toen was er opeens een plons. De brugwachters begonnen te schreeuwen en ik dacht: Oh jee, ze hebben de kleine Robert ontdekt. Ik liet me los en zwom terug. Toen zag ik het kind opeens in het water liggen, bezig te verdrinken. Ik kon hem grijpen en meetrekken naar de watermolen waar onze kleren lagen. Ze schoot op ons. Matisse briest van verontwaardiging. Bertrand, je hebt Marie-Claire beloofd dat je kleine Robert geen onnodige risico's zou laten lopen, zegt hij boos. Wat nou? De jongens leven nog. De vicomte had gelijk. Het was gekkenwerk, zegt Matisse onverzoenlijk. Kleine Robert luistert verbaasd naar de oneenigheid en zegt dan ineens... Ik heb een heleboel gehoord. Clopin giet hem snel nog een scheut warme wijn in. Duquerclin knielt gespannen bij hem neer. Ben je iets te weten gekomen? vraagt hij opgewonden. Oh ja, bravo! Die uitroep maakt dat kleine Robert zelfs begint te gloeien. Hij veegt het haar uit zijn ogen, gaat rechtop zitten, kijkt trots rond. Omdat ik onder de brug niets kon verstaan, ben ik naar de andere oever gezwommen en toen kwam er een ruiter uit het kamp van de Navarese en die maakte een afspraak met de commandant van de brug. Wat voor afspraak? Een diner bij de koningin moeder en kaptaal de Buc gaat er morgenmiddag heen. En de soldaten gaan weg van de brug. En Basconde Maru is er. En Jean-Jouel. En nog veel meer plunderaars. En de Valois zijn te goedmoedig, daarom hebben ze geen geld. En de weg naar Vernon, zijn stem hapert. Wat is er met de weg naar Vernon? Moe schudt kleine Robert het hoofd. Hij heeft zoveel gehoord, er werden zoveel namen genoemd. In zijn hoofdje loopt het allemaal door elkaar. Duquesne Clan grijpt hem bij de schouder, schudt hem heen en weer. Probeer het je te herinneren, Robert. Vertel, je bent de enige die tenminste met inlichtingen is teruggekomen. Ik weet het niet meer. Het, het was zo koud. Wat is neutraal gebied? Hebben ze daarover gesproken? Dug Klein schiet op het woord neer als een havik op een duif. Ik, ik begreep niet wat het was, fluistert het jongetje verlegen. Maar ik wel, wat zeiden ze daarover? Dat de weg naar Vernon. Ja, dat klopt. Oh, nou weet ik het weer. De brugwachter vroeg aan de Gasconje of kaptaal de Buc niet bang was voor de Fransen op de rechteroever als hij naar Vernon ging. En de ridder zei: Nee, dat is neutraal gebied. Daar kunnen ze kaptaal de Buc niet pakken. Zoiets. Duke Klein grond dreigen. Nou, dan vergissen ze zich. En verder, kleine Robert sluit even de ogen. Zo kan hij het beste nadenken. Hij ziet zichzelf weer tussen de struiken zitten die bijna warm aanvoelen tegen zijn versteende rug. Hij hoort opnieuw de stemmen over zich heen slaan... die over zoveel onbegrijpelijks praten. De ridder zei iets over een veranderende stra... stra... St... Ik weet niet hoe het heet. Strategie? Ja, ik geloof het wel. Kaptaal de Buc gaat gehakt van ons maken... en de kraaien voeren... en niet van de heuvel af. Iets over aanvallen. Wie gaan aanvallen? De navarezen? Nee, juist niet. Die willen alleen de kraaien voeren. Bertrand richt zich op. Ik begrijp het. Matthies gaat onmiddellijk die edelen uit hun bed halen. Het kan me niet schelen of ze protesteren. Maak ze wakker en roep ze naar de eetzaal. We moeten een krijgsraad beleggen. Vannacht nog? Wanneer anders? Morgen is het te laat. Met die hoogmoedige ridders om me heen kan ik niet doen wat ik wil. Ik ben verplicht hen te raadplegen. Vooruit, maak ze wakker. Jij ook, Rolin. Dat zullen de heren niet leuk vinden! grinnekt Matthies. Rolin, weer hersteld van de koude en angst, krabbelt overeind. Nee, grijnst hij. Du Klein buigt zich over het uitgeputte jongetje. Je hebt het goed gedaan, Robert. Je hebt me precies verteld wat ik wilde weten. Ik ga nu maar slapen. Zijn hese stem klinkt bijna teder. Ik wist wel dat je je nuttig zou maken. maar Claire kan trots op je zijn. De lof dringt nauwelijks meer tot kleine Robert door. Hij slaapt al half. Clopin bukt zich, tilt hem op en draagt hem naar binnen. Vaag beseft de jongen dat hij in bed wordt gestopt, zorgvuldig wordt toegedekt en dat een harde hand even over zijn voorhoofd strijkt. Dan slaapt hij in, diep en droomloos, terwijl zijn nietig lijfje zich herstelt van koude en vermoeidheid. Krijgsraad met verrassingen. Het blijkt inderdaad niet zo gemakkelijk te zijn om de edelen uit hun bed te krijgen. Ze slapen elk afzonderlijk in ontruimde monnikcellen. De graaf van Auxerre, vicomte de Beaumont en Angeran de Dain klimmen grommend van hun brits en beginnen zich aan te kleden met hulp van hun schildknapen. Nu Baudouin-Danquin nog. Rolin Baudin is al met hem bezig, maar het valt niet mee de dronkaard uit zijn roes te halen. Matisse schiet de hulp met een paar natte lappen. Eindelijk komt de edelman rillend overend. Krijgsraad, krast hij, als tot hem doordringt waarvoor hij wordt geroepen. Kan dat niet tot morgen wachten? Waar is mijn schildknaap, mijn page? Ik heb dorst. Op een steentje zuigen, seneur, dat zal de vieze smaak uit uw mond doen verdwijnen, zegt Roland Baudin Koeltjes. De zestienjarige jongen heeft geen greintje eerbied voor de drinkenbroer. Baudin vloekt hardgrondig. Grijpt het eerste, het beste kledingstuk, een mantel, slaat die om en wankelt de gang op. Bij de deur van de eetzaal loopt hij duquet Klein tegen het lijf. Zeg eens, Monsieur duquet Klein, bent u van de beduivel bezeten? Tiert hij? Op dit uur hoort een beschaafd mens in zijn bed te liggen. Alarm slaan in het holst van de nacht, wat een bespottelijk idee. Ik ga zo middelijk een verklaring, anders ga ik terug naar mijn bed. Seigneur, dondert duquet Klein. vanavond heeft mijn paasje zijn leven op het spel gezet om voor ons de nodige inlichtingen te verzamelen. Wilt u hem voor die moedige daad belonen door hem zelfs niet aan te horen? Wijdbeens staat hij voor de edelman, klaarwakker en met van woede flikkerende ogen. De flambouwen langs de muur werpen groteske lichtglanzen over zijn lelijke gezicht. Zoveel kracht en overwicht straalt hij uit, dat Baudouin onwillekeurig terugdienst. Waar, waar is die jongen dan? stamelt hij. In zijn bed om bij te komen van zijn avontuur... Maar wat hij heeft ontdekt is zo belangrijk dat we er onmiddellijk over moeten vergaderen. Het welslagen van onze veldtocht kan ervan afhangen. Baudouin haalt de schouders op. Laast toch steeds, bromt hij ontstemd. Wat maakt u zo zenuwachtig? De nabijheid van de vijand? Verzeker u, die slaapt op dit uur ook. Intussen komen ook de anderen aanstommelen. Nog maar half wakker: de graaf van Auxerre, zijn vrienden, vele lagere ridders en schildknapen. Ze drommen de eetzaal binnen. En nemen mopperend plaats aan de lange, schrage tafels. De meesten hebben zich volledig aangekleed, alleen de vicomte is blootshoofds gekomen. Zijn arendsneus neus komt beter tot zijn recht als hij geen hoofddeksel draagt. Maar Engerrand Deudin heeft een fonkelnieuw geborduurd wambuis aan, met een geplooide korte broek, en hij draagt een baret waarvan lange sluiers afhangen, naar Italiaans model. Baudouin d'Anquin zucht, slaat de mantel dicht om zich heen. En gaat dan ook maar zitten. Dorst, kreunt hij. Breng ons een kruik warm bier, Rolin, zegt Du klein tegen zijn schildknaap. Die zal ons door de komende uren heen helpen. Daarna kun jij ook naar bed gaan. Bij die woorden leeft Baudouin weer wat op. U schijnt nogal iets van plan te zijn, messire Du klein prevelt de graaf van Oxea slecht op zijn gemak. Wie heeft hier eigenlijk de leiding? vraagt hij zich af. Du klein knikt en wenkt zijn herhoud. Matisse, vertel de heren wat we dankzij de moed en scherpzinnigheid van kleine Robert te weten zijn gekomen. Matisse staat rechtop achter zijn stoel. Hij geniet van de situatie. In korte zinnen vat hij samen wat ze een uur geleden met veel moeite uit het rillende jongetje hebben getrokken. Morgenmiddag gaat kapital de Buc op uitnodiging van koningin moeder Blanche naar haar kasteel te Wernon om er te dineren. Daarna zal de koningin haar troepen van de brug terugtrekken... Opdat wij de gelegenheid krijgen Kaptaal de Buc's leger op de linkeroever aan te vallen. Aha! roept de vicomte geestdriftig. Dan kan er dus eindelijk gevochten worden. Maar dat had je ons morgenochtend toch kunnen vertellen, Trouvert? Nee, valt Du Klein in. Zover moeten we het niet laten komen. We moeten Kaptaal de Buc, als die morgenmiddag met zijn gevolg over de brug komt, overvallen en gevangen nemen. Daarmee beroven we de Navarese van een geniale aanvoerder en. Wacht eens even! Roept de graaf van Auxerre opspringend. Wat zegt u daar? Kaptaal de Buc overvallen, alsof we struikrovers zijn. Op de weg naar Wernon nog wel, dat is neutraal gebied. Koningin Blanche is niet neutraal meer als zij de Gascogne op haar kasteel wil ontvangen, werpt Duke Klein tegen. Ik heb geen woorden voor, briest de jonge graaf. Dit is het meest oneervolle voorstel dat ik ooit heb gehoord: een gast van de koningin moeder ontvoeren. Het is. Het is. Schandelijk! schreeuwt de vicomte. de Dedain snuift minachtend. Baudouin d'Anquin, met zijn halve gezicht verstopt in een kroes bier, slurpt van verontwaardiging. Met zulke lafhartige methoden kunnen we ons niet inlaten, zegt de graaf, ritselend van hoogmoed. Bertrand du toch even van zijn stuk gebracht, kijkt verbaasd de kring rond. Overal stuit hij op boze, verontwaardigde blikken. U wilt niet? stamelt hij verbijsterd. De vicomte neemt met veel waardigheid het woord. Messire du Guéclin, Wij zullen niet aarzelen ons leven te wagen wanneer we daarmee de troon voor koning Charles kunnen redden. Maar een hoge Gasconse edelman in een hinderlaag laten lopen terwijl hij is uitgenodigd door een lid van de koninklijke familie, dat zou uiterst oneervol zijn. Maar wij zijn geen struikrovers, seigneur. Wat u voorstelt is in strijd met de erecode. U bent daarmee wellicht niet zo op de hoogte, maar. Dreunend komt Duke Kleins vuist neer op het tafelblad. Pardieu! vloekt hij met overslaande stem. De wettige koning verhinderen zich te laten kronen in Rijms. Is dat niet in strijd met de erecode? Grote God, man, wat denkt u dat er gebeurt als kapitaal de Buc kant ziet door onze linies te breken, dan stoot hij in één ruk door naar Rijms, ontvoert onze koning en levert hem uit een karel de slechte. Frankrijk zit het op haar grondvesten, we zijn omringd door verraders, samenzweringen, we hebben te doen met schurken die loeren op de troon, en u spreekt over de erecode? We weten dat de toestand hachelijk is, valt de graaf van Auxerre in, maar met Gods hulp, die ongetwijfeld aan onze kant staat, zullen we een doorbraak van de Navarrese weten te voorkomen. Uit wat kleine Robert ons vertelde, zegt Duquet Klein weer enigszins gekalmeerd, blijkt dat het kapitaal de Buc's bedoeling is ons uit te dagen om zijn heuvel te komen bestormen zodra de bezetting van de brug is opgeheven. Dat moeten we doen, ja, roept Baudouin overmoedig. Hij is nu goed wakker, het warme bier heeft hem opgeknapt. Ha, ah, we zullen die vervloekte Navarrese uit hun warme nestjes jagen en totaal vernietigen. We wachten niet tot zij in beweging komen, we gaan er zelf op af en jagen ze over de kling. De anderen knikken geestdriftig. Dit is taal naar hun hart. De jonge graaf in opperste verrukking laat de scheden van zijn zwaard rammelen. En hoe? vraagt Du Guesclin zoetsappig. Denkt u die heuvel te nemen, heren? Met een stormloop natuurlijk, roept enguerrand in de handen wrijvend van voorpret. Bertrand schudt het hoofd. Dat zal stromen bloed kosten, voorspelt hij somber. De vicomte haalt de schouders op. Allicht, meent hij onverschillig. Maar met moed en vechtlust slaan we ons er wel doorheen. Of niet? Valt duque hem donker in de rede. Onderschat u onze moed, seigneur, vlamt Enguerrand de Dain op. Oh nee, ik weet dat u een zeer dapper man bent, antwoordt duke eklerm koud. Daarvan zal ik ook getuigen boven uw graf na afloop van deze slag. Daarvan zal ik dan ook getuigen boven uw graf na afloop van de slag. Maar bovendien zal ik de dood van duizend dappere ruiters en voetknechten moeten betreuren, en die prijs is me te hoog voor een nederlaag. Is die prijs u ook te hoog voor een overwinning? vraagt Jean de Chalon snijdend. Ja, sinjeur. Eén ogenblik zijn de heren met stomheid geslagen. Meent u dat nou? informeert Baudouin ontsteld. Reken maar. Dat begrijp ik niet, roept de vicomte uit. Kunt u zich een veldslag voorstellen zonder bloedvergieten? Nee, maar het is altijd mogelijk de verliezen tot een minimum te beperken. Snauwt Duquesclain. Fronsend wisselen de heren een blik, zoiets hebben ze nog nooit gehoord. Dan zegt Angéran de Duin verwaand: Nu begrijp ik waarom de boeren u bewonderen, messire Duquesclain, met veel nadruk op het woord boeren. Hij doelt daarbij op de Bretonse ruiterij, die een hoofdzaak uit geruïneerde landbouwers bestaat. Bertrand laat de hatelijkheid langs zich afglijden. Aan dat soort spel de prik is hij gewend. U weigert de storm te lopen op die heuvel? vraagt de graaf van Auxerre dreigend. Als ik het enigszins kan vermijden, ja. Dat valt hem tegen, denkt Matisse geamuseerd. Ze hadden erop gerekend hem de eerste klappen te laten opvangen. Vicomte Louis de Beaumont steekt zijn neus in de lucht. Wat we in de eerste plaats moeten doen, heren, zegt die Hotin, is de dag voor de aanval vaststellen. Het is nu nog dinsdag. Morgen gaat Kaptaal de Buc bij de oude koningin dineren. Daarna zal ze de bezetting van de brug terugtrekken. Ik stel voor, donderdagochtend vallen we aan. De anderen knikken gretig en opgelucht, behalve Du Guéclin, die grommend opmerkt: Dan heeft Kaptaal de Buc ons precies waar hij ons hebben wil. Hij is groot geworden in de Engelse leerschool en zijn strategie heeft hij van de Engelsen overgenomen. Een hoogte bezetten, zich ingraven en zorgen dat de vijand zich op je stellingen te pletten loopt. Al dit gepraat leidt tot niets, roept de graaf van Auxerre ongeduldig. Ik had van ridder Du Guesclin betere voorstellen verwacht. Straks verlangt u nog van ons dat we die heuvel gaan belegeren om de Navarrese uit te hongeren. Dat lijkt me inderdaad de beste manier, knikt de Breton. Weer boze blikken, afkeurend gemompel, hoofdschudden. Matisse zucht. De Vicomte schreeuwt. Het is niet alleen onze taak de Navarrese tegen te houden, we moeten hen vernietigen. Die opmerking wordt met veel instemming begroet. Je krijgt geen voet aan de grond, Bertrand, denkt Mathies verdrietig. Je gezonde verstand moet het afleggen tegen hun vechtlust. Ze willen hun moed bewijzen, niet hun veldheerkunst. Dus donderdag vallen we aan? stelt de vicomte tevreden vast. Hij kijkt weer rond, wordt warm toegeknikt en toegejuicht. Du zwijgt. Jean de Chalon, graaf van Auxerre, maakt al aanstalten om op te staan en terug te keren naar zijn bed. En de vicomte houdt hem tegen. Een ogenblik, signeur. ik heb nog een voorstel. En dat is? Het lijkt mij verstandig dat we uit ons midden een opperbevel hebben kiezen. Eén man die de gehele aanval coördineert. Ja, roept Duguay voor zijn beurt. Jean de Chalon laat zich verbluft terugvallen in zijn zetel. Eén bevel hebben, dat is tamelijk ongewoon, Louis. Het is traditie om met drie bataljons op te trekken die elk hun eigen aanvoerder gehoorzamen. Zoals het ook traditie is dat Franse legers die in afzonderlijke groepen opereren, alle veldslagen verliezen, valt Duc Clair verhit in. Het voorstel van de vicomte steun ik van ganse harte. Het is een uitstekend idee. Louis de Beaumont, blij dat de lastpost hem eindelijk eens niet tegensprak, legt de vingertoppen van beide handen tegen elkaar, tevreden over zichzelf. En wie moet die man dan zijn? vraagt de graaf van Auxerre ongerust. Plechtig ziet de vicomte hem aan. Zijn arendsneus prikt de jonge man bijna in de ogen. Wij zouden graag zien, Messieurs de Chalon, dat u dit opperbevel op u neemt. Van ons allen bent u het hoogste in rang. U bent de rijkste. En u stamt uit een roemrijk geslacht. In u hebben we het volste vertrouwen. Plotseling is het doodstil in de helder verlichte zaal. Zelfs Baudouin gaat rechtop zitten. Vol verwachting richten de ridders en schildknapen hun ogen op de graaf van Auxerre die het zichtbaar benauwd krijgt. Heer, stamelt hij, uw voorstel roert mij diep. Dan wacht hij een ogenblik en bedt zijn voorhoofd met een kantenzakdoekje. Het is warm hier, prevelt hij bij wijze van verontschuldiging. Nog steeds kijken ze allemaal naar hem. Mathis Cuvillier, staande achter de stoel van duguay krijgt bijna medelijden met de piepjonge edelman. Het zal je gebeuren dat je op je twintigste... Als je nog geen enkele ervaring hebt, zo'n opperbevel op je rug geschoven krijgt, terwijl je weet dat het lot van het koninkrijk ervan afhangt. Hij moet zich bedwingen om niet naar de jongen toe te lopen, een arm om zijn schouders te slaan en een moed in te spreken. Jean de Chalon stopt het zakdoekje weer in zijn mouw en kijkt wanhopig de kring rond. Hij ziet niets dan gezichten die van instemming getuigen. Opnieuw breekt het zweet hem uit: Heren, ik. Ik dank u zeer voor het vertrouwen dat u in mijn capaciteiten stelt, zegt hij moeilijk. Ik beschouw dat als een grote eer. Het is waar dat ik hier de hoogste in rang ben en dat mijn voorgeslacht vele helden telt. Maar van de slag die wij donderdag zullen leveren, hangt veel af. Het is absoluut noodzakelijk dat wij de Navarezen vernietigen. Dit uh, wordt mijn eerste veldslag. Ik mis de nodige ervaring. Het lijkt me beter. Ik bedoel. Het lijkt mij uh, beter dat we uit ons midden een bevel hebben kiezen die uh, vele malen blijk van heeft gegeven over moed en inzicht te beschikken. Ik wou zeggen: ik bedoel, ridder Bertrand Du Guesclin. Oef, het is eruit. Het is of de bliksem is ingeslagen. Mathis houdt de adem in. Laat die dan langzaam weer ontsnappen. Bertrand zit als versteend. De ridders laten de mond open hangen. Jean de Chalon heeft een diepe rode kleur gekregen en slaat de ogen neer. Begrijpen die domoren dan niets? O, oh, de heren begrijpen het maar al te goed. Wie donderdag de slag verliest, zal voor zijn leven geblameerd zijn. Die zal verantwoordelijk worden gesteld voor de ondergang van Frankrijk. Jean de Chalon voelt er niets voor om zondebok te worden, net zo min als de anderen. Wat ligt er meer voor de hand? dan dat ze de geweldige verantwoording afschuiven... op de schouders van iemand die er nauwelijks toe doet. Eer de anderen tot bezinning kunnen komen... dreunt Duguay Klein zware stem door de zaal. Ik accepteer, maar op één voorwaarde. En die is, vraagt de vicomte wantrouwig... terwijl hij onwillekeurig naar de beurs aan zijn gordel grijpt. De Breton heeft die beweging gezien en glimlacht minachtend. Wanneer u het opperbevel in mijn handen legt... zegt hij langzaam en nadrukkelijk... Eis ik van u alle onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en instemming met mijn plannen? Ik kan kapitaal de Buc verslaan, maar alleen op mijn manier. Daarom verlang ik van u dat u bij God en alles wat u heilig is zult zweren te doen wat ik beveel, zonder morren, zonder twijfels, blindelings. Dat is niet mis. Uit de Beaumont's keel stijgt een soort gegrom op. Baudouin d'Anquin hikt. Enguerrand de Dain is bleek geworden. En de graaf van Auxerre grijpt opnieuw naar zijn zakdoek. Man voor man moeten ze een geweldige brok trots inslikken, beseft Matthies. Akkoord, zegt de vicomte plotseling, bang dat hij anders zal worden aangewezen. Dan capituleren ook de anderen. Nadat ze absolute gehoorzaamheid hebben gezworen op het kruisbeeld aan de muur, op hun zwaarden en hoofden van hun vaders, kan de vicomte toch niet nalaten venijnig op te merken. Ik neem aan, messire Clair, dat u reeds een volledig uitgewerkt krijgsplan in uw hoofd heeft? Nee, antwoordt Duguesclin koud. Dat zal afhangen van de inlichtingen die ik morgenochtend binnenkrijg. Oh, u gaat een kijkje nemen in het kamp van de Navarrese, vraagt Baudouin hatelijk. Daarvoor heb ik mijn mensen. Om te beginnen ga ik kaptaal de Buc een ultimatum sturen en hem uitnodigen donderdagochtend in het open veld slag tegen ons te komen leveren. Ah, dat is een eervol voorstel, roept de graaf van Auxerre opgelucht. En natuurlijk zal de Gascogne hem weigeren, vervolgt Du Guesclin bedaard. Want hij is geen dwaas. Kaptaal de Buc blijft mooi zitten waar hij zit, in de hoop dat wij zo dom zullen zijn ons te pletter te lopen op zijn onneembare stelling. Wat ik in geen geval zal doen. Hoe kunt u weten wat Kaptaal de Buc denkt? roept Baudouin met een dubbele tong. Du Guesclin gaat daar niet op in. Bovendien sputtert Anguéran hard de hardop. Ik begrijp er niets van. U wilt niet stormlopen en u verwacht dat kapitaal Debuc zal weigeren u in het vrije veld tegemoet te komen. Hoe wilt u dan slag leveren? Door hem te dwingen naar beneden te komen. Maar hoe? Heren, laat het aan mij over. Ik beloof u dat u donderdag volop de gelegenheid zult krijgen uw onvergetelijke moed te tonen. Verder wens ik u een goede nachtrust. Jij niet, Mathies? Jij gaat brieven voor me schrijven. Dacht ik het niet, pompelt de herhoud. Hij maakt de plannen en ik schrijf mijn vingers blauw. Maar diep in zijn hart is hij zielsgelukkig. Zijn grote vriend Bertrand wordt opperbevelhebber van een koningsleger. Nu kan hij tonen wat hij waard is. Verheugd loopt hij de eetzaal uit. Eerst gaat hij nog even kijken naar kleine Robert, die rustig ligt te slapen. De heraut voelt aan de wangen van het kind, ze zijn koel. Cool. Hij slaakt een zucht van verlichting. Het koude bad en de vermoeidheid hebben zijn broertje geen kwaad gedaan. Je beseft het nog maar half, de Reumers, fluistert hij. Maar jij en ik, de pleegkinderen van Marie Claire, zijn in dienst van een heel bijzonder mens. De list van Du De 15e mei is een stralende dag. Mathis Cuvillier is gereed met het opstellen van het ultimatum. Roland Baudin, de schildknaap, zal daarmee naar het kamp van de Navarrese gaan. En jij, Mathies, gaat met hem mee, beslist Du klein plotseling. Twee paar ogen zien meer dan één. Gevaar lopen jullie niet. Kapitaal de Buc is een man van eer en ongewapende onderhandelaars hebben niets van hem te vrezen. Overhandig hem de brief persoonlijk en let goed op zijn reacties. De manier waarop een man kijkt en de klanken van zijn stem zeggen dikwijls meer dan de woorden die hij spreekt. Hoe is het met mijn page? Die slaapt nog, maar koorts heeft hij niet. Goed. Gaan jullie nu maar en denk erom, oren en ogen open. Even later draven Matisse en Rolin in de richting van de stenen brug. De wachters laten hen zonder protest door. Onder de al warm wordende meizon steken ze daarna de brede vlakte over naar de heuvel die door de Navarese bezit wordt gehouden. Hun dolken hebben ze in de abdij achtergelaten. Rolin zwaait een witte vlag. Schildwachten van Capital de Buc. Nemen de paarden van de jongens in ontvangst en dan worden ze naar het paviljoen van de generaal gebracht. Captain de Buc is een voorname Gascogne, Engels onderdaan van Franse afkomst. In zijn eigen gebied ten zuiden van Bordeaux heerst hij als een koning en hij staat al onbekend als een dapper edelman, een goed landheer, een ontwikkeld mens. Bovendien is hij een intieme vriend van de prins van Wales, die in Gascogne de lakens uitdeelt. Matisse herinnert zich de woorden van Duc Eclair. Kaptaal de Buc maakt geen fouten. Dat maakt hem tot zo'n gevaarlijk tegenstander. Toch zal Bertrand moeten proberen de Gascogne tot het maken van fouten te verleiden. Zal hem dat lukken? Kaptaal de Buque zit in zijn tent aan het ontbijt. Alleen twee schildknapen en een paasje zijn daarbij aanwezig... die nieuwsgierig naar de beide boodschappers kijken. Buigend overhandigt Roland Baudin de brief van Duguay-Clin. bestudeert intussen de veldheer. Kaptaal de Buque. Hij heeft een knap, intelligent gezicht en een scherpe blik, een goed gebouwd lichaam, lang krullend haar. Werkelijk een mooie man. Die rimpeltjes naast zijn ogen zijn ontstaan door nadenken, schiet het door Matisse heen. De Gascogne ontrolt de brief en leest hem zwijgend. Hij heeft geen herhoud nodig om hem voor te lezen, dat kan hij zelf wel. Als de geruchten waar zijn, schrijft hij ook gedichten. Peinzend laat hij het perkament zakken en kijkt naar de twee boodschappers die voor hem staan. Jullie zijn beide in dienst van Bertrand Duclosin, informeert hij vriendelijk. Ja, seigneur. Jammer. Mathis en Roland kijken hem vragend aan. Het spijt mij, legt de generaal geduldig uit, dat twee zulke flinke jonge mannen als jullie morgen al moeten sterven. Zoiets gaat me altijd aan het hart. Helaas is het onvermijdelijk. In een veldslag tegen mijn troepen maken jullie geen enkele kans. Ons leven is in Gods hand. Zegt Roland Baudin automatisch. Kaptal de Buc glimlacht. Dan klapt hij in de handen en laat de secretaris komen aan wie hij zijn antwoord dicteert. Dat antwoord is voorspelbaar. De generaal weigert pertinent zijn stellingen op de heuvel te verlaten en hij stelt het in zijn brief zelfs voor alsof hij zielsmedelijden heeft met het Koningsleger, dat bij een bestorming totaal vernietigd zal worden. Daarom raadt hij commandant Bertrand du Guesclin met klem aan van elke strijd af te zien. En zich op Rouen terug te trekken. De toon van de brief is neerbuigend. Hij is bedoeld om het bloed van de Franse ridders aan het koken te brengen. Het is ook niet voor niets, beseft Matisse, dat hij de twee boodschappers aanwezig laat zijn terwijl hij zijn antwoord dicteert. De heer Rout voelt de scherpe ogen van de Gasconier op zich rusten. Die man zit onze reacties te peilen, schiet het door hem heen. Even kijkt hij opzij naar het gezicht van Rolin. De schildknape heeft een kleur van ergernis gekregen. Mathies stoot hem voorzichtig aan. Het is maar bluf, fluistert hij. Die man veracht ons, zist Rolijn terug. Mathies schudt het hoofd. Nee, met minachting heeft dit alles niets te maken. Kaptaal de Buc speelt zijn spel, zoals Du Guesclin dat doet. Het is een partij schaak, met een ondergrond van bittere ernst. Achter hem zitten de schildknapen van Kaptaal mee te luisteren en te ginnegappen. De page hurkt in zijn hoek en speelt met zijn gordel. Een vredig tafreeltje. Op het moment dat kaptaal de Buc zijn handtekening onder het antwoord zet, komt met veel bravoure en voetige stamp een legerkapitein de tent binnen. Maar die schrikt als hij de man herkent. Het is Bascon de Marui, een oude vijand van Dugueclair. Gaan de Fransen ons aanvallen? vraagt de kapitein gretig, zonder op de boodschappers te letten. Kaptaal de Buc knikt kort. Morgenochtend, ze hebben het bevel opgedragen aan Bertrand Dugueclair. Oh, die ken ik. Krijgt hij het bevel, dat kan leuk worden. Ridder Du Guesclin nodigt ons uit morgenochtend slag tegen hem te komen leveren in het open veld, vervolgt de generaal koeltjes. Dat zou hij wel willen, genuift Bascon de Marais. Hij is een grote kerel met een donker uiterlijk. Alles aan hem is grof en spreekt van een oneindige vechtlust. Naast hem lijkt de aristocratische kaptaal de Buc bijna zachtzinnig. Me dunkt, zegt Mathies waardig, dat Du Guesclins voorstel zeer eervol is. Basconde Marais barst uit in een bulderend gelach. Duguay en Eervol, dat is een goede mop. Wie ben jij wel dat je je bemoeit met grote mensenzaken? Ik ben de heer Roud van Duguay Klein, zegt Mathis trots. De zanger? Donders, ik heb van je gehoord. Wat doe jij in een leger? Je hoort in een kerkkoor thuis. Min draait hij de jongen de rug toe en wendt zich weer tot de generaal. Dus morgen komen we tegenover Duguay te staan. Mooi. Ik heb nog een paar zure appeltjes met die kerel te schillen. Datzelfde heb ik mijn meester horen zeggen toen hij vernam dat Basconde Maruis zich bij de Navarrese had aangesloten, Snauwt Matisse. De kapitein schudt woedend de vuist tegen hem. Oh ja, nou ik zal die vervloekte Breton morgen in kleine mootjes hakken, ik zal dansen op zijn lijk, hem in het gezicht spuren, ik zal. Rustig, vriend, zegt kapitaal de Buc, terwijl hij opstaat en zijn brief overhandigt aan Rolin. Morgenochtend krijg je volop de gelegenheid je woede te koelen. En reken erop dat ik dat zal doen, schreeuwt Bascon. Ik zal die opgeblazen Fransen zo hard om de oren slaan dat ze regelrecht ter helle varen nog voor ze de tijd hebben gehad om dood te gaan. Amen, prevelt Mathis honend. Pas op, jongeman. Al ben je hier als onderhandelaar en kun je je daarom veilig voelen, ik, Bascon de Marui, vergeet nooit een belediging. Laat die jongens met rust, ze betekenen niets, zegt kaptaal de Buc bedaard. Dan wendt hij zich tot de koeriers. Ga met God, heren, groet Bertrand du Klein van mij. Hij is mijn vijand, maar ik respecteer hem. Hij is een moedig man. Het schelden van Bascon heeft Mathis niets gedaan. De koele neerbuigendheid van de generaal vlijmt door hem heen en hij ontdekt dat hij onder de indruk is. Terwijl Roland en hij de tent verlaten, roept Bascon de Marais hun na: Vergeet jullie avondgebed niet. Morgen zullen jullie geen tijd meer krijgen om je zonde te overdenken. Roland Baudin onderdrukt een rilling. Indachtig hun opdracht haasten de jongens zich niet... wanneer ze het paviljoen van de generaal verlaten hebben. Zogenaamd op zoek naar de schildwacht die de zorg voor hun paarden op zich heeft genomen... lopen ze een tijdje rond door het kamp alsof ze verdwaald zijn. Eindelijk komt er een soldaat op hen toe en wijst hun waar ze de dieren kunnen vinden. Mathies bedankt de man beleefd. De jongens stijgen op en rijden langzaam de heuvel af. Hardop zegt Mathies tegen zijn makker... Wie je gelooft dat ik er tegen opzie de weigering van kapitaal de Buc aan Du over te brengen? Het is zoveel als een doodvonnis. Roland kijkt even verbaasd, maar dan hoort hij in de bosjes naast zich een onderdrukt gelach. Het hoofd van een boogschutter duikt op boven het groen en achter dat hoofd verschijnt nog een gezicht dat de koeriers kennen: Jean Jouel, een even beruchte plunderkapitein als Bascon de Marui. Jouel blijkt al op de hoogte te zijn, want hij roept de boodschappers na: Je hebt gelijk, knaap. Dit is zijn doodvonnis. Vertel je meester dat maar uit mijn naam. Van alle kanten wordt de hoon beantwoord en aangedikt. Overal om zich heen ziet Mathies grijnzende gezichten tussen het groen. Hij ziet ook soldeniers die met spaden in de weer zijn en loopgraven aanleggen. De helling is vergeven van boogschutters en met hellebaarden bewapende voetknechten die zich diep ingraven. Op de binnenplaats van de abdij, badend in het warme zonlicht, staat Bertrand zijn beide boodschappers op te wachten. Kleine Robert loopt opgewonden om hem heen, met rode oogjes en een natte neus. Net een verkouden hondje, denkt Mathis. de d'Eudin zit op een stenen bank met naast zich een prachtige helm met een hoog helmteken en een wuivende vederbos waar hij telkens een verliefde blik op werpt. De helm is nieuw en Eudin is er bijzonder trots op. Baudouin d'Anquin is pas opgestaan en heeft nog geen tijd gehad om dronken te worden of zich geheel aan te kleden. Hij masseert zijn blote armen en laat zich koesteren door de zon. Ook vicomte de Beaumont en de jonge graaf van Auxerre komen snel aanlopen als ze horen dat de onderhandelaars zijn teruggekeerd. De heren zijn zeer benieuwd naar Capital de Bucs antwoord. De hoop dat de Gascogne het aanbod om slag te leveren in het openveld zal aannemen leeft sterk bij hen. En. Vraagt de vicomte gretig wanneer de jongens afstijgen. Rolin Baudin negeert hem en overhandigt Du Klein zwijgend de brief. Bertrand grijnst. Hij heeft Mathies Knipoogje opgevangen en uiterst langzaam verbreekt hij het zegel. Hij weet al wat hij kan verwachten. Lang staart hij neer op de boodschap die hij niet kan lezen, terwijl rondom hem de ongeduldige uitroepen weer klinken. Wat schrijft hij? Wat gaat hij doen? Rustig steekt Bertrand zijn heraut het perkament toe. Lees maar voor. Ook Matisse haast zich niet. Hij geniet ervan de hoge edelen nog even in onzekerheid te laten. Bedaard, met zachte stem, leest hij het antwoord voor. Anguirre de Duin is opgestaan, de mooie helm onder zijn arm geklemd. Als Matisse bij de passage komt waarin Capital de Buc zijn medelijden met de ten dode opgeschreven Fransen uitspreekt, kreunt hij alsof iemand een pijn doet. Hij weigert dus, roept de graaf van Auxerre teleurgesteld. Hij minnacht ons! Bromt de vicomte. Had u dan iets anders verwacht, heren? vraagt Dugueclain verwonderd. Kapitaal de Buc is toch geen dwaas? Dat is hij zeker niet, valt Roland Baudin in. De Navarrees hebben zich stevig ingegraven op de helling. Ze zijn op alles voorbereid. Ze beschikken over snelle paarden en uitstekende wapens. Het was niet mogelijk hun volle sterkte te schatten, maar ze zijn met velen, dat staat vast. Matisse heeft daaraan nog iets toe te voegen. Kapitaal de Buc heeft honderden boogschutters die over de hele heuvel verspreid zitten en die elke beweging langs de rivier en in het open veld in het oog kunnen houden. Maar ze zitten te ver van de brug om die in hun schootsveld te hebben. Hun pijlen zullen pas gevaarlijk worden wanneer we halverwege in het veld zijn gekomen. Ik heb uitgekeken naar kanonnen en werptuigen, maar die schijnen ze niet te hebben. Dat betekent dat ze wel snel kunnen manoeuvreren. We hebben Bascon de gezien. Hij dorst naar uw bloed, sinjeur. Knikt Rolin. En Jean Jouel is er, met zijn hele compagnie, vult Mathis aan. Du Klein's gezicht verzombert. Met Bascon de heb ik nog een paar harde noten te kraken, en Jean Jouel zal ik graag eigenhandig de nek omdraaien. De schade die die schurken aan Frankrijk hebben toegebracht is niet in geld uit te drukken. Een eeuwigheid branden in de hel is nog te weinig om hun zonde uit te wissen. Morgen zullen we die smerige plunderaars in de modder stampen, dat zweer ik. Dus u gaat hen toch aanvallen? vraagt de vicomte hoopvol. Ik zal zorgen dat ze mij aanvallen, antwoordt dugès onverzettelijk. Matisse staat ijverig te knikken, maar nu hij Kaptaal de Buc van nabij heeft gezien, vraagt hij zich bezorgd af of dugès zich niet vergist. Zal de slimme Gascogne zich door een list naar de vlakte laten lokken? Het lijkt niet erg waarschijnlijk. Kaptaal de Buc maakt geen fouten. En het welslagen van Du Guesclin's plannen hangt geheel af van de fouten die zijn tegenstanders zullen maken. Bertrand vouwt de brief op. Kom Matisse, Rolin, aan het werk. Wat valt er nog te doen? vraagt de Dedain verwonderd. Mijn mannen voorbereiden, instructies geven, snauwt Du Guesclin de ijdeltijd toe. Of dacht u dat ik er morgen zomaar op af ga? Dan kent u Du Guesclin nog niet. Met die woorden laat hij hen staan. Mathies grijpt kleine Robert bij de hand en trekt hem mee. Kom broertje, aan het werk. De status van held verdien je niet gemakkelijk, daarvoor moet eerst gezwoegd worden. Maar dat heeft het jongetje intussen zelf ook al ontdekt. 16 mei belooft weer een warme dag te worden. In de vroege ochtend wonen de edelen, ridders en schildknapen in de Abdijkerk de mis bij. De hoge heren doen dat met een nauwelijks onderdrukte opwinding, alsof ze naar een feest gaan. Ook kleine Robert is opgetogen of schoon hij deze dag in het klooster moet achterblijven tot zijn grote teleurstelling overigens maar duguay Klein wilde niet luisteren naar zijn smeekbeden. Jij blijft hier, je kookt water, je helpt de chirurgijn, je zult het druk genoeg krijgen als de gewonden binnenkomen. Altijd hetzelfde, denkt kleine Robert verdrietig. Matthies zal de hele dag naast zijn meester te vinden zijn en ik moet natuurlijk weer de beroerdste klusjes opknappen. En kijk die grote broer van mij nu weer eens een tobberig gezicht zetten. Alsof hij het helemaal niet leuk vindt dat er gevochten zal worden. Inderdaad staat Matisse ernstig naast zijn heer, want het is hem opgevallen dat Du Guesclin niet kan bidden. En hij zelf eigenlijk ook niet. Bidden vlak voor een veldslag, als je weet dat je binnen een uur vele dappere mannen de dood zult moeten insturen? Naast zich hoort hij Du Guesclin snuiven, met de tanden knarsend, terwijl voor hen ridders en schildknapen geestdriftig voor het altaar knielen en Gods bijstand afsmeken. Rilling loopt hem over de rug. Hij denkt met pijn aan kleine Robert, het vechtlustige broertje. Een kind dat nog niet beter weet. De edelen daar voor hem zijn volwassen mannen. Maar zij zijn al even verlangend naar de strijd en een gelegenheid om hun moed te tonen als zo'n onnozel jongetje. Is oorlog voeren dan niets dan een kinderlijke domheid? Denkt hij verbijsterd. Als dat zo is, wat doe ik hier dan? Na de mis gaan ze naar de binnenplaats. Waar Rolin Baudin zijn meester in diens wapenrusting steekt. Hij heeft er goed zijn best op gedaan, want hij wil niet dat Du Klein te veel afsteekt tegen de pronk van de Edele Heren. Lang heeft hij gepoetst op helm- en borstplaten. De ijzeren handschoenen heeft hij zorgvuldig geolied. Het leven van een man kan ervan afhangen dat de scharnieren soepel werken. Intussen haalt Matisse Bertrand's zwarte hengst uit de stal, wrijft het dier af, masseert de beenspieren. Bliksemschicht. Verlangend om in actie te komen, schraapt met zijn hoeven over de stoffige grond. Het is een zeldzaam mooi raspaard, gefokt in Engelands koninklijke stallen. Kleine Robert holt zenuwachtig heen en weer, brengt Duguay-Claire een kroes verdunde wijn, loopt Clopin voor de voeten die nog een paar laatste instructies krijgt. De jongens zijn zo druk bezig dat ze niet merken hoe Vicomte de Beaumont in volle wapenrusting op hen toekomt. Pas als hij de scherpe stem hoort, kijkt Matisse op. Die vicomte ziet er schitterend uit. Een plaatje is die. Van zilver, rood, goud en blauw. Zijn hoge wuivende vederbos vangt uitdagend de zonnestralen op, zijn grijze ogen stralen. Zijn schildknaap houdt zijn strijdros aan de teugel. Van onder zijn opgeschoven vizier kijkt de lange edelman neer op Du Guesclin, die door de knielende Rolin juist de sporen krijgt aangegispt. De vorige avond heeft duguay zijn compleet uitgewerkte krijgsplan aan de edelen voorgelegd en ze stijgerden van ontzetting. ''Capital de Buc zal denken dat we bang voor hem zijn,'' riepen ze als een man. ''Laten we het vurig hopen, want daarop is mijn hele plan gebaseerd,'' antwoordt duguay ''Maar het is zo vernederend,'' kreunde Anguérin Dédin. ''We hebben een reputatie op te houden.'' Aan die woorden moet Mathies weer denken, nu hij de vicomte zo krijgshaftig op de binnenplaats ziet staan. Een ridder tot in zijn vingertoppen. Hij krijgt bijna medelijden met de man die gezworen heeft zich aan Du vernederende bevelen te onderwerpen. Straks, messire Du Guesclin, zegt de vicomte waardig: Zult u volop de gelegenheid krijgen de grote moed te tonen die u zulk een klinkende naam heeft bezorgd? Mathies beseft dat de man het vriendelijk bedoelt. Maar het is precies het verkeerde om tegen Du Guesclin te zeggen. Die kijkt dan ook grijnzend op. Dat heeft u mooi gezegd, signeur, antwoordt hij. Het is alleen niet helemaal waar. Straks ga ik een van die listige streken uithalen, waardoor ik mij bij mijn vijanden zo gevreesd heb gemaakt. De vicomte bijt zich op de lippen. U bent te bescheiden, mompelt hij stug. Du Guesclin lacht hartelijk. Van wat u eervol strijden noemt, heb ik inderdaad nooit iets begrepen, seigneur... Ik heb de gemeenste streken en listen verzonnen die denkbaar zijn. Ik heb in hinderlagen gelegen, de vijand in de val laten lopen, achter zijn rug om gevechtstorens in brand gestoken, zijn verbindingslijnen afgesneden, voedseltransporten afgesneden. Kortom, ik heb mij mijn leven lang gedragen als een bandiet. En, senior, dat ga ik vandaag weer doen, want het is onze enige kans. De vicomte snuift en wendt zich hoogmoedig af. Op hun heuvel op de linkeroever. Hebben Capital de Buc's boogschutters hun posten achter de hagen en bosjes betrokken, klaar om de stormloop op te vangen met een regen van pijlen? Jean Jouel heeft het bevel over de ruiterij gekregen. 500 zwaar bewapende mannen op sterke paarden opgesteld langs de flanken van de heuvel. Bascon de Maruille zal de reserve commanderen, boogschutters te paard. Dicht onder de top van de hoogte, op een vlak stuk grond, heeft Capital de Buc zijn standaard geplant. Dat vaandel, hoog en onbereikbaar, is bedoeld om de Fransen uit te dagen. Daaromheen verzamelt de generaal zijn onderbevelhebbers. Van hieraf hebben ze een onbelemmerd uitzicht op de rivier, de brug en het open veld beneden. Vol spanning staan de Navarrezen uit te kijken. De zon staat hoog aan de hemel, het is nog geen tien uur en het wordt al flink warm. Capitaine de Buque met naast zich Bascon de Marui en Jean Jouel laat geen oog af van de rechter oever van de Eure. Zullen ze komen, de Fransen? Hij verwacht niet anders, want hij kent de Franse ridders. Die laten zich gemakkelijk uitdagen, die zijn grootgebracht met het idee dat vechten eervol is, dat een man geen grotere schande op zijn hoofd kan laden dan door het tonen van lafheid. Het is niet moeilijk die onstuimige kerels in een hinderlaag te lokken en dan dood te slaan. Alleen het feit dat Bertrand du Guesclin vandaag het bevel voert, verontrust de generaal enigszins. Daar zijn ze, gilde Jean-Jouel. Op de rechteroever is duidelijk een beweging zichtbaar. Ze trekken op naar de brug. Ik geloof waar rempel dat ze ons gewoon komen aanvallen. Kapitaal de Buc schudt het hoofd. Zo dom zal duguay klein niet zijn, prevelt hij. Denk erom, straks neem ik die vermalendijen breton voor mijn rekening, roept Bascon de Marui wraakzuchtig. Nee, ik, schreeuwt Jean-Joël. Rustig, heren, zuster-generaal. Voorlopig is er nog niets aan de hand. Wij moeten hen eerst laten naderen. Het water van de Eure glinstert. De hete meizon brandt op de helmen en borstplaten. Kaptaal de Buc beschut de ogen met zijn hand. De watermolens van Cocherel ontnemen hem een deel van het uitzicht op de bewegingen van het Koningsleger. Toch schijnt het nu ernst te worden. Franse voetknechten stromen over het brugdek en stellen zich ingelid op langs de oever van de rivier aan de rand van de vlakte. Ik hoop dat ze voortmaken. Zegt Bascon ongeduldig. Ik snak ernaar mijn zwaard op die koppen te laten neerkomen. Zeg de boogschutters dat ze zich gereed houden, beveelt Kaptaal de Buc. Hij laat zijn ogen over de heuvelhelling dwalen. Achter elk bosje, iedere haag, ieder struikje zitten mannen verscholen, scherpschutters met de lange Engelse bogen in de aanslag. Voorlopig zijn de Fransen buiten het bereik van die pijlen, maar als ze optrekken zal dat niet lang duren. Halverwege het veld zullen ze in het schootsveld komen. Du Guéclin moet dat toch ook beseffen, denkt hij. Houdt hij daarom zijn troepen nog even vast aan de rivieroever? Nauwlettend houdt de Gascogne elke beweging daar beneden in het oog. Du Guéclin staat bekend als een slimmerik. Van hem kun je de vreemdste invallen verwachten. Toch stellen de bewegingen van zijn tegenstanders Capital de Buc voor raadsels. Hij had verwacht dat het Koningsleger groter zou zijn. Zijn geoefend oog schat de sterkte van de Fransen op niet meer dan een kleine duizend man. Een paar honderd ruiters, veel voetvolk. Vreemd. Er klopt iets niet, mompelt hij voor zich heen. Naast hem zit Jean Jouel te springen in het zadel. Daar is hij! Daar is Klein! Ik herken zijn kleuren! Captain de Buque knikt kort. Hij heeft het al gezien. Over de brug komen nu de hoge edelen Bertrand voorop, geflankeerd door zijn schildknaap en zijn heraut. Daarachter de graaf van Auxerre, vicomte de Beaumont. Een twaalftal ridders waarvan hij de namen en wapens niet kent. Nog een groep ruiters. Tientallen. Tientallen? Het zouden de honderden moeten zijn. Die houdt een deel van zijn cavalerie in reserve, prevelt de Gascogne. Maar waar? Ze moeten allemaal over die brug komen. Nee, ze schijnen nu werkelijk compleet te zijn. Hij wendt zich snel tot Bascon de Marui... die opgewonden in zijn zadel zit te draaien. Vergeet het niet... Jij bent mijn reserve, roept hij de plunderaar toe. De kerel knikt en trekt een scheef gezicht. Hij is jaloers op jean jouel die de voorhoede mag commanderen. Ik begrijp niets van die opstelling daar beneden, mompelt Jean-Joël... als hij ziet hoe Duguay Klein de Franse standaard aan de rivieroever plant... waarna de edelen en de ruiters zich eromheen groeperen. Is hij van plan de voetknechten vooruit te laten gaan, dan blijft er niets van hem over... Waarom maakt hij geen gebruik van zijn ruiterij voor de eerste botsing? Dat zou ik doen. Stil, zegt Kapital gespannen. Duque Klein weet wat hij doet. Maar dan valt ook zijn mond open. En met ongelovige ogen kijkt hij naar de in het gelid opgestelde voetknechten. Ze staan voor de ruiters. Naast de Franse standaard heft de jonge heer zijn trompet. De zon weerkaatst in het koperen instrument. De mannen op de heuvel spitsen de oren... Van het signaal zal afhangen wat er nu gaat gebeuren. Ze zetten zich al schrap. Helder klinken de tonen van de trompet over de vlakte. Jean-Jouel haalt diep adem van verrukking, zijn paard briest en er trekt een rilling door de glanzende huid. De zenuwen van de Navarrese zijn tot het uiterste gespannen, maar het signaal dat hun oren bereikt, kennen ze niet. Wordt er de aanval geblazen of iets anders? Het is een mooie, bijna liefelijke melodie die tot hen doordringt. Alsof de Heroud aan de rivieroever de stralende lentedag begroet. Moet dat een aanval zijn, voorstellen? Lijkt er niet op. Toch komen op dat moment de voetknechten in beweging. Langs een breed front trekken ze op en marcheren over het veld in de richting van de heuvel. Weer klinkt helder en fraai de trompet. De mannen veranderen hun pas in een sukkeldrafje. De over de heuvelhelling verspreid zittende boogschutters spannen de pezen, ze grijnzen demonisch. Die voetknechten zullen regelrecht in een hinderlaag lopen. Kapital de Buc kan zijn ogen niet geloven. Dit is krankzinnig. Wat bezielt Duguay Klein om honderden mannen een onherroepelijke dood tegemoet te gemoeten zenden? Zou hij werkelijk menen dat die arme, dravende jongens ook maar de geringste kans hebben? Achter de optrekkende infanterie blijven de Franse ruiters rustig waar ze zijn, bij het vaandel. Het lijkt wel of ze willen wachten tot de in leren schubbejakken geklede voetknechten de heuvel met geweld hebben ingenomen. Ik droom, prevelt kapitaal de Buc. Dit kan niet waar zijn. Duguay Klein moet zijn verstand verloren hebben. Blijkbaar denken de voetknechten er precies zo over, want nog voor ze halverwege het veld zijn gekomen, zakt hun tempo in. De draf verandert in stap. Dan staan ze aarzelend stil. De trompet schettert weer. Maar het zijn nog altijd volstrekt onbekende signalen voor de navarezen. Enkele zenuwachtig geworden boogschutters laten hun pijlen wegsnorren. Zonder schade aan te richten, vallen ze ongeveer twintig voet voor de eerste Franse soldeniers op de grond. 'Wacht!' schreeuwt Kaptaal de Buc, laat ze eerst naderen! Die paar pijlen schijnen de soldeniers echter zoveel schrik te hebben aangejaagd dat ze terugdeinzen. Opeens maken ze rechtsomkeert en rennen naar de rivieroever. Muiterij, juicht Basconde Marui. Ze weigeren de bevelen op te volgen. Ze durven niet. Gelijk hebben ze, mompelt de generaal. Het zou te gekkenwerk zijn geweest ons te voet te bestormen. De terugtocht van de voetknechten schijnt de ruiters ook in paniek te brengen. Ze draven naar de brug. Even later is het daar een gedrang van jewelsten, Een krankzinnige wemel van mensen- en paardenlijven. Verwarde kreten van vertwijfeling en protest dringen tot de navarezen door. Helaas speelt alles zich nog steeds af buiten het bereik van hun pijlen. Pardieu, vloekte Bosconde Marui woedend. We hebben nog geen stoot gewisseld en het is nu al een chaos bij die Fransen. Ik lach me een bochel, giert Jean Jouel. Duc Klein kan die bende niet in de hand houden. Ze muiten dat het een lieve lust is. Die stomme boer kan alleen maar harde klappen uitdelen omdat hij toevallig sterke spieren heeft. Als veldheer is hij geen stuiver waard. Zullen we erop afgaan? Hou je gemak, snauwt kapitaal de Buc, ik vertrouw het niet. Het is toch duidelijk wat daar gebeurt? schreeuwt Joël, stijgerend van ongeduld. Die kerels weten niet wat ze moeten doen. Ze snappen even weinig van die trompetsignalen als wij. Laten we ze op de rug springen en naar de andere wereld slaan. Nee, dondert de generaal, niet voordat ik het bevel geef. Er blijft een chaos aan de rivieroever. Voetknechten trachten de brug te bereiken, maar zien hun weg versperd door ruiters. De trompet zwijgt. Naast de Franse standaard staan ridders en edelen druk in te praten op Du Guesclin, die zich kennelijk hevig opwindt en zijn paard laat stijgeren. Bascon de Marui kijkt en kijkt met open mond. Schokt dan opeens recht in het zadel. Vervloekt, schreeuwt hij teleurgesteld. Ze trekken terug, de lafbekken. Ze gaan er allemaal vandoor, ze durven niet, krijgt Jean Jouel woedend. Capital, we mogen ze niet laten ontkomen. We moeten ze achtervolgen uit elkaar slaan. Dan zal de weg naar Rijms voor ons open liggen. Nee! Ofschoon de generaal niets begrijpt van de chaos daar beneden... is hij vastbesloten zijn gunstige positie op de heuvel niet prijs te geven. Diep in zijn hart groeit het wantrouwen. Die onzin moet iets te betekenen hebben. Hij vermoedt een list, een krijgsplan dat zo ingewikkeld is... dat hij het niet kan doorgronden. Geen ogenblik kan hij vergeten dat zijn tegenstander op deze dag... Bertrand Duges-Clain is. Ik laat me niet weglokken, zegt hij koppig. En streng geeft hij zijn bevelen. Iedereen op zijn post blijven. We moeten Duges-Clain niet onderschatten, zegt hij bezwerend tegen zijn adjudanten. Ach, wat die boer! briest Jean-Joël door dolle heen. Ik denk er niet aan die kerel te laten ontkomen. Bij het ochtendkrieken heb ik gezworen dat ik hem zal doden, en dat ga ik doen ook. Ik ga mee, brult Bascon de Maruy. Nee! Capital de Buc kan roepen wat hij wil. Niemand luistert meer naar hem. De boogschutters achter de bosjes en hagen zijn overeind gekomen en kijken verbaasd naar de ordeloze troep beneden, waar ruiters en voetknechten op elkaar botsen in hun verwarde pogingen om allemaal tegelijk op het smalle brugdek te komen. Buiten het bereik van hun geduchte pijlen zien ze ruggen, niets dan ruggen. Ze snakken ernaar naar voren te stormen en hun niets ontziende pijlen in die ruggen te schieten. Jean-Jouel is niet meer te houden. Vluchtende mensen hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de plunderaar. Woest zwaait hij met zijn strijdhamer. Volg mij, brult hij. Hoog paard stormt hij de helling af, gevolgd door zijn hele ruiterij. Ze draven het open veld op. De boogschutters springen en juichend achteraan. Ten aanval, ten aanval, dreunt het over de heuvel. Dan, boven het gejoel van de bloeddorst uit, weer klinkt nogmaals de Franse trompet, doordringend, fel. Als bij toverslag keren de Franse ridders en ruiters zich om. Eens klaps is er geen sprake meer van chaos en verwarring in hun gelederen. Een muur van ruiten stormt Jean Jouel en zijn voorhoede tegemoet en de strijd barst los. Niet op de flanken van de onneembare heuvel vol loopgraven, maar halverwege de vlakte, waar niemand in het voordeel is. De 500 zwaar gepantserde mannen van Jean Jouel zijn regelrecht in de val gereden. Want ook de soldeniers die de brug al waren overgestoken, keren nu weer om en werpen zich geestdriftig in het gevecht. De trompet schettert triomfantelijk Du Kleins krijgslied. Bas kon de Marui niet van plan zijn vriend in de steek te laten, geeft zijn reserve zijn teken en dondert op zijn beurt de heuvel af. Kapitaal de Buc kan nu niets anders meer doen dan hem volgen, met een hart vol bitterheid. Hij heeft gelijk gekregen. Die chaos daar beneden was een list. Vervloekt, driemaal vervloekt! Waarom wilden die onstuimige plunderkapiteins niet naar hem luisteren? Zo wordt de slag bij Cocherel, precies zoals Duc Guesclin wenste, uitgevochten in het open veld. Naast de standaard zit Mathis Cuvillier op zijn trillende merrie en ziet hoe de botsing van beide legers zich voltrekt. Heet brandt de zon op de vlakte, op harnassen, malienkolders. Het stof wervelt op, blinkend in het licht. Paarden briesen en stampen, stijgerend maaien ze met de voorbenen naar hoofden en armen. Een goed afgericht strijdros vecht mee, met tanden, spieren, hoeven, zijn volle gewicht. De Navarese boogschutters kunnen in deze strijd van man tegen man weinig uitrichten. Zij hebben de ruimte nodig om waardevol te zijn. Alleen de brede reserve van Basconde Marui is gevaarlijk. Omdat deze ruiters om het strijdgewoel heen cirkelen en hun pijlen in de kluwen schieten. Daarbij lopen ze echter evenveel kans een medestander als een vijand te raken, dus verbiedt Bascon hun deze methode. Hij geeft het bevel zich met de bijl in de hand in het gewoel te storten. Zelf heeft de plunderkapitein zijn zwaard getrokken en geeft het voorbeeld, brullend van geestdrift. Voor zijn geweldige kracht wijken de soldeniers. Als een stormram dreunt Bascon de Maruin naar voren. Bertrand du Guesclin, de opperbevelhebber. Hoort bij zijn vaandel te blijven, het traditionele verzamelpunt voor zijn troepen. De plaats waar uitgeputte strijders een ogenblik respijt kunnen vinden om op adem te komen. Maar als hij ziet hoe Bascon de Marui zich op de Fransen werpt, begint zijn bloed te koken. Daar is hij, de ellendeling, grond hij onder zijn snor. Kom mee, Rolin, we gaan met die schurk afrekenen. "Bertrand!" roept Mathis geschrokken. De Geklein luistert niet. Hij geeft bliksemschicht de sporen en stormt op Bascon af. Roland Baudin volgt hem op de hielen. Het is de taak van een schildknaap om zijn heer in de rug te dekken. Bascon, die juist enige ruimte om zich heen heeft geschapen, ziet hen aankomen. Hij wacht hen op, heft het zwaard en doet een uitval. Du clan vangt zonder moeite de harde slag op met zijn schild en de punt van het zwaard breekt af. Dat is het nadeel van die zwaarden, Bascon, roept de Breton zijn oude vijand toe. Je kunt ermee pronken, nauwelijks vechten, geef mij maar een bijl. Bascon de Maru weet bliksemsnel de klap met de bijl te ontwijken en draaft weg. Du zet meteen de achtervolging in. Rolin blijft dicht achter hem, ervoor zorgend dat niemand de kans krijgt Bertrand in de rug aan te vallen. Du houdt er niet van met gesloten vizier te vechten. Hij wil zien wat hij doet, al weet hij dat de tegenstander dan op zijn ogen zal mikken. Bascon, de pandiet die honderden dode boeren op zijn geweten heeft, mag hem ditmaal niet ontkomen al moest het hem zijn leven kosten. Die boeren zullen gevroken worden. Bertrand heeft die ochtend een dure eed gezworen dat Bascogne de Maru na deze dag nooit meer Frans boerenbloed zal vergieten. De plunderaar beseft dat ook. In Du Claire's onbeschermde ogen heeft hij zijn doodvonnis gelezen en hij geeft zijn paard de sporen om uit het strijdgewoel te komen, zodat hij meer ruimte zal hebben om zich te verdedigen. Op dat moment ziet Jean-Jouel hoe zijn vriend slaags is geraakt met Du En hij baant zich een weg in de richting van Bascon. Rolin ziet hem aankomen. Hij roept Bertrand een waarschuwing toe. Du Guéclin reageert meteen. Hij rukt aan de teugels, keert zijn strijdros en laat zijn bijl met zo'n daverende klap neerkomen op Jouels helm. Dat de kapitein wankelt en zijn hamer uit zijn handen laat glippen. Een tweede slag doet hem uit het zadel storten. Bliksemschicht stampt over hem heen. De Zwarte Hengst is een in goud waard. Geen paard kan zo snel van volle galop overgaan tot stilstand. Zo snel keren, staat zo vast op de benen. Het strijdros van Bascon de Marui is trager in zijn reacties. Het heeft de plunderkapitein onmisbare seconden gekost om zijn paard in te houden en te laten omdraaien. Hij ziet nog juist hoe zijn vriend Joël valt en onder de machtige hoeven van de Zwarte Hengst verdwijnt. Brullend heft hij zijn beschadigde zwaard. Daar zul je voor boeten, Bretons zwijn! Grimmig doet hij een uitval naar het gezicht van de ridder. duguay wijkt juist ver genoeg opzij... om het op zijn ogen gerichte zwaard te ontgaan... en doet dan iets volkomen onverwachts. Hij roept ho! En bliksemschicht staat als uit steen gehouden. Bertrand trekt razendsnel de voeten uit de stijgbeugels... lijkt omhoog te schieten, balanceert een onderdeel van een seconde op de paardenrug... stort dan naar voren en werpt zich lijfelijk op Bascon... Dreunend stortten de kemphanen op de omgewoelde grond. Bascon de Maru, totaal verrast door die sprong, heeft zijn zwaard uit zijn handen laten schieten. Maar Bertrand heeft zijn bijl eveneens verloren. Met zijn volle gewicht drukt hij zijn tegenstander tegen de grond. Opeens flitst zijn dolk. De helm van Bascon vliegt van diens hoofd, de punt van de dolk vindt zijn keel. Rolin Baudin's mond hangt open van verbijstering. Zoiets heeft hij nog nooit gezien. Kan Duquesne vliegen? zit er een katapult in het zadel verborgen een bijgelovige vrees maakt zich van de schildknaapmeester dit is geen man meer dit is een duivel in mensengedaante Bevend stijgt hij af en vangt de zwarte hengst op Du klein krabbelt moeizaam over rent en kijkt minachtend neer op het lijk van zijn vijand die zal branden in de hel zegt hij grimmig daar wachten 600 gemartelde boeren op hem om zijn eeuwige kwellingen nog wat erger te maken Rolin slaat een kruis het was toch een dapper krijgsman, zegt hij eerlijk, nog niet helemaal bekomen van zijn verbazing. dieu, vind jij het moedig om weerloze boeren af te slachten, dorpen te verwoesten en vrouwen te mishandelen? Snout Bertrand. Dan kijkt hij woest om zich heen. Waar is Jean-Joël? Roland wijst achter zich. Vier boogschutters zijn bezig de gevallen Jean-Joël van zijn wapenrusting te ontdoen en zijn wonden te onderzoeken. Even wisselen de mannen een blik, schudden dan moedeloos het hoofd. En dragen de kapitein weg alsof het een verbrijzelde pop is. U u heeft het allebei goed te pakken gehad, signeur, stamelt de schildknaap moeilijk. Bertrand knikt, raapt zijn bijl op en hinkt naar zijn paard. Help me, zegt hij kort. Het kost hem zichtbaar moeite zich in het zadel te werken en dat maakt hem opeens weer menselijk. Blijkbaar heeft hij zich behoorlijk pijn gedaan bij zijn woeste sprong naar Bascon. Het gevecht. Heeft hen enigszins terzijde van het strijdgewoel gebracht. Du blikken glijden over het veld. Rolin, ook weer opgestegen, zegt voorzichtig maar dringend: Seigneur, u vergeet dat u bevelhebber bent. U hoort niet te vechten, u moet bevelen geven. Je hebt gelijk, maar toen ik Basconde de zag, vergat ik alles. Waar is Matisse? Bij de standaard natuurlijk, kom mee. Ze rijden terug naar de rivieroever. In de verte zien ze het vaandel van Kaptaal de Buc dat juist wordt verplaatst. De Gascogne laat zijn standaard verzetten, merkt duke eclair op. Ja, verder naar voren, antwoordt Rolin veelbetekenend. Tot op dat ogenblik is de slag onoverzichtelijk gebleven. Beide legers zijn voortdurend met elkaar in gevecht. Gewonden of gesneuvelde soldeniers worden snel door voetknechten weggesleept, opdat de paarden niet over hen zullen struikelen. Pijlen zoeven door de lucht, grote stofwolken wervelen op. Het is een herrie van belang. Mathies Cuvillier, wiens plicht het is zich buiten de strijd te houden en slechts de signalen te blazen waartoe hij het bevel krijgt, wordt onrustig. Waar blijft Duguay -Clin? Sinds de geweldenaar achter Bascon de aanging, heeft hij hem niet meer gezien en nu weet hij niet wat hij moet doen. De jonge graaf van Auxerre heeft zich kranig geweerd, maar verloor op een gegeven ogenblik zijn helm, raakte gewond en moest zich uit de strijd terugtrekken. Enguerrand de Dain laat zich van zijn beste kant zien. Baudouin-Danquin brult en maait met zijn wapens om zich heen. De Vicomte gaat te keren zijn duivel... en meet dapper zijn krachten met de gasconse ruiters. De ridders zijn in hun element. Toch, hoe moedig de Fransen zich ook weren... geleidelijk aan wordt het duidelijk dat de Navarrezen de overhand krijgen. Steeds meer verplaatst de strijd zich in de richting van de rivieroever. Angstig ziet Matisse het aan en hij slaakt een zucht van verlichting... wanneer hij eindelijk zijn meester ziet aankomen met Roland Baudin vlak achter zich. Petron roept hij ongerust? Het gaat niet goed, onze mannen beginnen te wijken. Ik heb het al gezien, vriend, knikt Dugueclin. Rolin, maak de toegang tot de brug vrij. Mathis, jij gaat met hem mee. Het wordt tijd dat Clopin erbij komt, ga hem halen. Komt in orde, grinnikt ik Mathis. Samen met de schildknaap draaft hij weg. De zon staat nu recht boven zijn hoofd. Het moet zeker één uur in de middag zijn, en nog altijd is de slag niet beslist. De Navarrese vechten als leeuwen. Basconde de Marui is gesneuveld, Jean-Jouel dodelijk gewond. Dat betekent dat Capital de Buc's onderaanvoerders zijn uitgeschakeld. Maar de Gascogne leidt zijn mannen met vaste hand, zorgt ervoor dat hij een goed overzicht behoudt en hij heeft minstens 50 ruiters in reserve gehouden om hen onmiddellijk daar te laten ingrijpen waar het hachelijk wordt. Omdat de Navarrezen in de meerderheid zijn, zou het er voor de Fransen donker uitzien wanneer Bertrand du Guesclin niet een troef achter de hand had gehouden. Clopin de Verschrikkelijke, zoals Matisse hem eens in een plagerige bui heeft genoemd, heeft met zijn 200 Bretonse ruiters tot nu toe niet aan het gevecht deelgenomen. Ze bevinden zich nog op de veilige rechteroever, achter de watermolen, zodat ze niet gezien konden worden door de Navarrezen. Daar hebben ze de tijd doorgebracht met rusten, eten en drinken en met luisteren naar de herrie op de andere oever. Nu verschijnen er opeens twee jonge ruiters in hun midden, Matisse en Rolin. Het is hoog tijd dat jullie je daarmee komen bemoeien, roept de heer hun opgewonden toe. Eindelijk, Grondklopper, Hoe staan we ervoor? Niet slecht, maar de druk van de Navarrese neemt toe. Onze soldaten kunnen het niet lang meer houden. Daar zullen we dan een snel verandering in brengen, barst Mannen opstijgen en meedoen. Even later dondert de verse ruitertroep over de brug en stort zich in de strijd. Deze late aanval komt volkomen onverwacht, zelfs niet aangekondigd door trompetstoten die de Navarrese hadden kunnen waarschuwen. Captain de Buc, hoog in het zadel naast zijn vaandel, ziet voor zijn ogen hoe het drama zich voltrekt. Non de Dieu, die ellendeling van een dugé heeft een heel bataljon in reserve gehouden, gilt hij. Waarom hebben we dat niet gemerkt? Waar komen die kerels opeens vandaan? Die vent kan toch niet toveren? Ik zag ze plotseling tevoorschijn komen van achter de molens mompelt een van zijn ridders. De watermolens, dezelfde brede gebouwen... die hem deze ochtend ook al het zicht op de rechteroever benamen. Capitale de Buc vloekt in machteloze woede. Laat het maar aan Duc klein over om van elke mogelijkheid die het terrein hem biedt... een goed gebruik te maken, schiet het door Drommels, wat heb ik die kerel onderschat. De kerstverse Bretons onder aanvoering van Clopin... doen de weegschaal ten gunste van de Fransen doorslaan... Een deel van de Navarrese slaat ontmoedigd op de vlucht in de richting van het dorp Passy, achtervolgd door juichende ruiters. Ook Clopin wil er achteraan, maar een van de ruiters trekt hem aan de arm. De standaard, gilt hij boven het rumoer uit. Laten we de Navarese standaard veroveren. Ja, kom mee, schreeuwt Clopin geestdriftig. Erop af, mannen! Op dat moment komt Mathis op zijn merrie aanstormen, zwaaiend met zijn trompet, gevolgd door Roland Baudin. Bevel van du clain roept hij luid. Voorover het vaandel van Kaptaal de Buc. Dat hadden we zelf ook al bedacht, grijns Clopin. Vooruit! Mathies, of ofschoon geen soldaat, wil dat niet missen. Zij aan zij galopeert hij met Clopin en Rolin naar de plek waar Kaptaal de Buc zijn standaard heeft geplaatst aan de voet van de heuvel. Veertig Bretonse ruiters gaan met hem mee. Het vaandel wordt altijd heftig verdedigd. Kaptaal de Buc heeft een groot aantal ridders om zich heen samengetrokken... en staat klaar om de aanstormende troep op te vangen. De botsing is over de hele vlakte te horen. Paarden lijven bonken op elkaar. Staal dreunt op staal. Zwaarden en bijlen hakken er flitsend op in. Het geschreeuw stijgt op uit de wirwar van lichamen. Matisse, de eeuwige toeschouwer, heeft zijn merie snel opzij laten zwenken. Met zijn trompet roept hij nog meer bretons op. De Gascognes houden het niet... Ze zijn al vele uren onder de hete zon in de weer. De Bretons zijn fris en vol strijdlust. Hun aantal is onweerstaanbaar. Captain de Buc verdedigt zich heftig. Maar als Clopin en Roland Baudin zich samen op hem werpen en zijn paard onder hem bezwijkt, rollen ze in een verwarde kluwe over de grond. De Gasconse ridders kunnen er niet bij komen om hun heer te helpen, omdat ze stuk voor stuk worden aangevallen. Het vaandel wankelt en valt in het stof. Wanneer een standaard neergaat. Heeft dat een demoraliserend effect op soldaten? Het is een onherroepelijk teken van de nederlaag. De Gasconse ridders geven zich over aan de Bretons. Dat gaat hun geld kosten, ze weten het. Maar het is nu eenmaal hun strijdmethode. Wie wint, maakt gevangenen. Wie verliest, wordt zelf gevangen. Clopin en de schildknaap drukken kaptaal de Buc tegen de grond. Clopin heft zijn bijl. Spaar mijn leven! roept de generaal. Als hij in Clopin's opgeheven arm de dood ziet naderen. Ik ben een half miljoen waard! Dood hem, Clopin! schreeuwt Rolin opgewonden. Hij is een vriend van de prins van Wales. Nee, zegt Clopin terwijl hij de gevallen generaal ontwapent. Je hebt het gehoord, hij is bereid zich over te geven. Stel je je beschikbaar aan deze schildknaap, kaptaal de Buc? Een schildknaap zal wel van adel zijn. Dat vermindert de schande van zijn nederlaag aanzienlijk. De generaal knikt, en Clopin laat hem los. Neem hem, Rolin, hij is voor jou. Moeizaam en verslagen krabbelt de Gascogne overeind. Zijn helm is hier verloren. Zijn bloed stroomt uit een wonde op zijn wang. Rolin Baudin kan zijn geluk niet op. De beroemde, zeer aanzienlijke Capital de Buc, de rijkste edelman van Gascogne, is zijn gevangene. Matisse komt naderbij, heft zijn trompet en blaast keihard het overwinningssignaal. Dan voelt hij een ogenblik de intelligente ogen van de Gascogne op zich rusten. Half beschaamd laat hij zijn instrument zakken. Hij slaat de blik neer. De nederlaag van deze man doet hem pijn. Toch kan hij niet nalaten op te merken: U ziet het, signeur. zowel Roland als ik leven nog. En de dag is voor ons. De generaal pers de lippen op één. Het opgewervelde stof gaat liggen. Hij kan de vlakte weer overzien. En wat hij ziet is duidelijk genoeg: de Navarrese slaan op de vlucht, achtervolgd door het Koningsleger. Met zijn blote hand veegt hij het bloed uit zijn ogen. Hij kijkt op naar de Hout en antwoordt: "Vrouwe Fortuna is een grillige dame." "Dat is gemakkelijk," denkt Mathies teleurgesteld. "Als je verliest, geef dan het noodlot maar de schuld." Van Kapitaal de Buc had ik iets beters verwacht. Zwijgend wendt hij zijn paard. De Navarezen hebben de strijd opgegeven. Hun aanvoerders zijn uitgeschakeld. Er is niemand meer om hen aan te vuren of bevelen te geven. De standaard is neergegaan. Het enige wat hun overblijft is de vlucht. Maar de Bretons op hun verse paarden denken er niet aan de plunderaars te laten ontkomen. Elk van deze ruiters draagt de herinnering mee aan uitgebrande boerenhoeven, verwoeste dorpen, neergehaalde schuren, vernietigde gezinnen. Dit is voor hen de dag van de grote afrekening, de dag waarop ze wraak kunnen nemen voor jaren van verdriet en wanhoop. Ze achtervolgen de vluchtende bandieten tot aan Passie toe. De hele namiddag daveren de paardenhoeven door het dal. Ze laten een spoor van gesneuvelde en weggeworpen uitrustingen na. Wanneer, na de lange hete dag, de zon zakt, is het Navarrese gasconse leger vernietigd. De slag bij Cocherel is de grootste overwinning geworden die ooit een Frans koningsleger op de vijand wist te bevechten. En Bertrand du Guesclin is de held van de dag. Matisse, in juichstemming, vindt zijn heer terug bij de brug. Daar zit de geweldenaar. Hoog op bliksemschicht uitkijkend over het omgevoelde slagveld. De dag is voor ons, Bertrand, roept Mathies hem overgelukkig toe. Het is voor goed voorbij met de Navarrese machtsdroom. Bertrand antwoordt niet. De ridders en edelen zijn reeds vertrokken om in de abdij van La Croix saint leufroy de overwinning te vieren met een feestmaaltijd. De laatste gewonden en gesneuvelden worden langzaam heen gedragen om naar de abdij te worden gebracht. Waarom zit hij hier dan nog altijd op zijn paard naar de vlakte te kijken? Waarom is hij er niet bij? Het is hem gelukt de troon voor Charles V te redden. Mathis, overlopend van geestdrift, drijft zijn merrie tot vlak bij de zwarte hengst. Je hebt het voor elkaar gekregen, Bertrand, roept hij stralend. Je hebt kaptaal de Buc tot een fout weten te verleiden. Knorg, schudt Duquesne het hoofd. Kaptaal de Buc maakte geen fout, antwoordt hij stug. Nou goed, dan waren het zijn onderaanvoerders die hun bloeddorst de overhand lieten krijgen. Hoe dan ook, je hebt gewonnen. Du zwijgt. Tifin zal trots op je zijn, zegt Matthies genietend. Omdat ik weer eens een paar duizend mensen naar de andere wereld heb gezonden, Grote Breton. Kom nou, het was tuig en dat weet je. Het leger van Captal bestond voor het grootste deel uit plunderaars, dieven en moordenaars. Ze verdienen de dood. En de Gascogne's sneuvelen niet. Die geven zich over als ze niet kunnen winnen. Du kijkt zo mogelijk nog woester. Hou je mond, melkmeil, dondert hij plotseling. Je weet niet wat je zegt. Een vijand is geen mens, dat is een duivel, nietwaar? En wat zijn wij in hun ogen? Ook duivels, maar het is niet waar. Vervloekt het is niet waar. Of je Fransman, Breton, Navarrese of Gascogne bent, je bent altijd een mens. Je krijgt het koud als het vriest, en je zweet als de zon schijnt. Je krijgt honger als er niks te eten valt en dorst als de putten uitdrogen. En toch slaan we elkaar dood, bijten we elkaar de strot af, toch beuken we op elkaar in alsof er niets mooiers bestaat. Verbaasd knippert Matisse met de ogen. Hij moet de uitbarsting even verwerken. Dan schudt hij langzaam het hoofd. Bertrand, daarvan meen je geen woord, je bent moe. Morgen denk je er heel anders over. Morgen, ja. Dan moet ik wel anders denken, want we zijn er nog lang niet. Er zal nog heel wat bloed moeten vloeien eer Frankrijk bevrijd is van het hebzuchtig gespuis dat ons geen dag vrede gunt. Maar al weet ik dat het nodig is, de aasgier uit Frankrijk te slaan. Geen mens kan van me verlangen dat ik het ook nog eens prettig vind. Waar is Roland? Met zijn gevangenen, kaptaal de Buc naar de abdij gegaan. Die jongen heeft vandaag zijn fortuin gemaakt. Bertrand snuift. Laat hij zich daarvan niet te veel voorstellen. Koning Charles zal de Gascogne voor zichzelf opeisen. En Roland mag blij zijn als hij een flinke schadevergoeding krijgt. Waarom ben je zo somber, Bertrand? Je bent de overwinnaar. In heel Frankrijk zal jouw naam voortaan worden uitgesproken met de grootste eerbied. Doe maar, grond de ijzervreten, kom mee. Mag jij me van mijn wapenrusting ondoen en mijn blauwe plekken tellen. Daarna heb ik nog werk voor je. Hoofdschuddend rijdt Mathies achter zijn meester aan, terug naar het hoofdkwartier. Hij begrijpt niet veel van de neerslachtige bui van Du Guesclin. Is het de reactie op de strijd? Of heeft hij werkelijk medelijden met het vernietigde plunderleger? De zorgen van een koning Kleine Robert weet niet of hij trots, beledigd of opgelucht moet zijn. Terwijl op de linkeroever van de Eure wordt beslist over het lot van het koninkrijk, wordt hij er buiten gehouden. Hij loopt de sjouwen met bakken water en verbandlinnen. Hij wordt afgesnauwd door vloekende soldeniers, omvergelopen door knechten met draagbaren, op geschopt door ruwe ruiters die hun paard hebben verloren. Hij ziet niets dan vreemde gezichten om zich heen. Niemand bij wie hij zijn beklag kan doen. Clopin. Roland, Matisse, allemaal zijn ze op het slagveld. druk bezig de troon voor koning Charles te redden en niemand heeft hem nodig. Na een paar uur krijgt hij er schoon genoeg van. Al heeft zijn pleegvader hem op het hart gedrukt gehoorzaam te zijn en te doen wat hem gezegd wordt, opeens komt zijn natuurlijke opstandigheid weer boven. Wat drommel, hij is geen knecht! Nog voor de zon het hoogste punt heeft bereikt. Onttrekt hij zich aan de honderden karweitjes die hem worden toegeschoven en maakt hij zich onzichtbaar achter het altaar in de kapel? Hij rolt zich in een oude monnikspij en valt in slaap. Pas uren later schrikt hij wakker. De graaf van Auxerre is de kapel binnengekomen met een dik verband om zijn hoofd en ligt voor het altaar te bidden voor zijn herstel. Kleine Robert kruipt tevoorschijn, knielt achter de jonge edelman en kijkt met van ontzag opengesperde ogen naar het bloedige verband. Jean de Chalon is gewond. Daar moet hij wel dapper gevochten hebben. Wanneer de edelman eindelijk opstaat en even wankelt... vliegt ook kleine Robert overeind en steunt hem. Doet het pijn? vraagt hij bezorgd. Zal ik wat wijn voor u halen? Verwonderd kijkt de jonge ridder neer op het kind. Hé, waar kom jij vandaan? Ja, een, een beker wijn. Ze winnen wel, hoor, zegt kleine Robert om hem op te beuren. Komt u maar mee. Ik weet een hoekje waar niemand u lastig zal vallen. Je bent een merkwaardig kind, mompelt Jean de Chalon vertederd. Zijn hoofd bonkt. hij voelt zich ongelukkig omdat hij zich uit de slag moest terugtrekken met een bebloede kop. De bezorgdheid van de dwerg ontroert hem. Kleine Robert grijpt hem bij de hand en brengt hem naar een afgelegen monnikcel waar een ongebruikt bed staat. De herrie van de binnenplaats dringt er nauwelijks door. Dank je, knaap. Kreunend laat de jonge graaf zich op de crypt neervallen. Zijn gebeukte hoofd bonst en brandt. Kleine Robert loopt weg en komt even later terug met een tinnen beker tot de rand gevuld met koele wijn. Jean de Chalon drinkt dorstig, laat zich dan terugvallen op het bed. Heeft u veel vijanden gedood eer u gewond raakte, seigneur? Vraagt Kleine Robert gretig. Drie. Dan bent u een held. Jean de Chalon betwijfelt het, maar de bewondering van het kind doet hem toch goed. Ach kom, prevelt hij bescheiden. Deze dag heeft de trotse graaf nederigheid geleerd. Du Guesclin's krijgsplan, waartegen hij zich zo heftig heeft verzet omdat hij het vernederend vond, bleek achteraf een geniale zet te zijn geweest. Het Koningsleger is bezig de slag te winnen, maar niet dankzij de graaf van Auxerre, wiens helm werd versplinterd en die een flink gat in zijn schedel heeft. Kleine Robert legt een koud handje op het voorhoofd van de edelman. Hij is nog steeds een beetje boos dat hij niet aan de slag mocht deelnemen. Nu ziet hij alleen dat bebloede hoofdverband. In zijn ogen een glorieus ereteken. De man die het draagt moet minstens zo dapper zijn als Alexander de Grote. En dat zegt hij ook. die jongen, je overdrijft, mompelt de jongeman. Maar hij glimlacht. Zijn hoofdpijn vermindert iets. Kleine Robert dekt hem zorgzaam toe en blijft naast hem zitten. De klamme hand van de ridder in de zijne. Zo wachten ze samen op de terugkeer van de overwinnaars. Een hoge edelman... En een ondermaats burgerkind, twee werelden. Maar op deze hete namiddag in de koele Monnikcel eventjes de beste vrienden. Waar is mijn paasje, grond Ducler nadat Matisse hem uit zijn wapenrusting heeft geholpen. Kleine Robert is natuurlijk weer nergens te vinden, de zieke broeders weten ook niet waar hij gebleven is, ze hebben hem de hele middag niet gezien. Overigens hebben ze geen tijd om hem te zoeken, nog steeds worden er gewonden binnengebracht die onmiddellijk verbonden moeten worden. Laat maar, gromt de Ik krijg dat joch nog wel. Mathies, pak je ganzenveer en perkament. Je moet eerst een brief voor me schrijven. Aan de koning? Ik heb honger. Wie niet? Maar zulke goed nieuws kan niet wachten. Hoe zou jij je voelen wanneer je op weg was naar de Kroningstad... en je vreest elk moment op een plunderleger te stuiten dat van plan is je te vermoorden? Charles moet weten dat hij veilig is. Schiet op. Ik wil dat je vanavond nog vertrekt. Even later zit Mathies zijn verslag van de strijd te schrijven... Terwijl het gezang van de feestende soldeniers vaag tot hem doordringt. Rolin komt hem een stuk brood, een gebraden kippenpootje en een kruik verdunde wijn brengen. En een verontrustend bericht. Vicomte de Beaumont is in alle staten van wanhoop. Zijn vriend, de graaf van Auxerre, is verdwenen. Men weet dat de graaf gewond was, maar nu blijkt hij niet in zijn kamer te zijn en niemand weet waar hij is. Mathis knikt. Zodra hij klaar is met zijn brief, gaat hij op zoek. Diep in zijn hart koestert hij een grote genegenheid voor de jonge edelman. Die de eer en de verantwoordelijkheid van het opperbevel afwees ter wille van Duguesclin. En daardoor de vernietiging van de Navarrese troepen mogelijk maakte. Hij vindt hem eindelijk in de laatste cel van de Lange Gang. En hij vindt er niet alleen de graaf van Auxerre, koortsig en geteisterd door pijn. Maar ook zijn kleine verpleger, die bij Mathies' binnenkomst snel de vinger op de lippen legt. Stil! Hij slaapt. Mathis knikt, sluit de deur en glimlacht. De vicomte kan gerust zijn, er wordt goed voor zijn vriend gezorgd. Waar blijf je nou? roept Du Guesclin heer Raud toe als die voor hem verschijnt. Ben je klaar met de brief? Mooi. Er staat een vers gezadeld paard voor je klaar. Roland Baudin gaat met je mee. Trek niet zo'n beteuterd gezicht, wees blij dat ik jullie beiden als courier uitzend. Koning Charles zal degene die hem het goede nieuws komen brengen rijk belonen. Dat hebben jullie vandaag wel verdiend. Rolin heeft dapper gevochten. Ik heb geen druppel bloed vergoten, antwoordt Mathies stug. En dat zal ik ook nooit doen, ook, denkt hij in stilte. Bertrand grijnst. Zijn boze bui lijkt voorbij te zijn. Jij, zegt hij langzaam, jij was degene die gisteren op het idee kwam om nieuwe oorlogssignalen te ontwerpen en ze mijn soldaten te leren. Daarmee bracht je onze tegenstanders in de war, omdat ze niet konden raden wat er zou gebeuren. Dat is één van de redenen waarom we vandaag hebben gewonnen. En schiet nu op, straks is het donker. Moet ik de hele nacht doorrijden? vraagt Matthies. Dat zoek je zelf maar uit, als jullie er maar voor zorgen dat je de koning hebt ingehaald eer hij Rijms bereikt heeft. Ik wil dat hij als triomfator de kroningstad binnentrekt. Matthies knikt, slaat een mantel om en prop nog wat voedsel in zijn zadeltas. Roland Baudin, blij en opgewonden, staat al op hem te wachten. De schildknaap heeft er geen enkel bezwaar tegen... de hele nacht te moeten doorjakkeren. In zijn jeugdige overmoed stelt hij zich voor... hoe ze ergens halverwege Parijs en Rijms de kroningstoet zullen ontmoeten... en hoe de koning het bericht van de overwinning zal ontvangen. Ik weet dat Charles ons om de hals valt... Dat hij boven onze gebogen hoofden in tranen uitbarst, dat hij ons aan zijn hart drukt en ons tenminste in de adelstand verheft, fantaseert Rolin, terwijl ze door het dal draven. En oh, wat zal ik in rijms de bloemetjes buiten zetten. Ze zeggen dat daar de mooiste meisjes van Frankrijk wonen. Mathis zegt niet veel terug. Net als Rolin is hij dagen achtereen in touw geweest. De vorige nacht kwam er niets van slapen. Ook dit keer zal hij niet aan nachtrust toekomen, hij is moe. Beelden van de afgelopen dag blijven hem voor de ogen spoken. Zoals het beeld van Clopin die met zijn Bretonse ruiters de reserve van Capital de Buc omverreed. Dat was tegelijkertijd prachtig en verschrikkelijk geweest. Soms begrijpt Mathis niet dat hij het in dienst van Du uithoudt. Hij is geen vechtjas die geweld vereert. Hij is een trouvere, een muzikale jonge man die zijn leven heeft gewijd aan schoonheid en poëzie. Toch weet hij diep in zijn hart dat hij zich nooit zal kunnen losmaken van de oude ijzervreter en diens onberekenbare vechtlust. Iets in de man fascineert hem, houdt hem met huid en ziel gevangen. Wat? Duquelein's rondborstigheid, zijn reuzenkracht of de vonk van genialiteit die Matisse keer op keer voor verrassingen zet? Ach nee, het is veel eenvoudiger. Bertrand Duquelein is een man die geschiedenis maakt en Matisse wil zien hoe die dat doet. Koning Charles, de ziekelijke heerser over een zwaargewond koninkrijk, is uit Saint-Denis op weg naar Rijms om gekroond te worden. Te zwak om zelf te rijden laat hij zich vervoeren in een draagstoel gevolgd door een tweede draagstoel waarin de elegante koningin Jeanne met twee hofdames heeft plaatsgenomen. Charles geeft er de voorkeur aan alleen te zitten. Maarschalk Boezico buigt eerbiedig voorover in het zadel en klopt tegen de zijkant van de draagstoel. De koning slaat het gordijntje weg. Wat is er? Sieren, er komen twee ruiters over de velden. Ze zwaaien met de armen, roepen ons iets toe. Het schijnen koeriers te zijn. Hoe ver is het nog naar Reims? Geen vijftien mijlen meer, sire. Laat de stoet halt houden. Ja, sire. Koeriers. Charles probeert het brok angst in zijn keel weg te slikken. Boodschappers uit Normandië? De stoet komt tot stilstand. Even legt de koning de hand. Tegen zijn bonzende hart. Dan houdt hij het niet meer uit. Moeilijk klimt hij uit de draagstoel. Koningin Jeanne steekt ook haar hoofd naar buiten. Wat is er gebeurd? vraagt ze verwonderd. Charles maakt een geruststellend gebaar. Met de voeten in het stof, de hand boven de ogen, tuurt hij in de aangewezen richting. Daar naderen inderdaad twee ruiters op uitgeputte paarden. Ze hebben duidelijk een lange rit achter de rug. Terwijl hij wacht, voelt Charles koude handjes om zijn longen knijpen. Het zweet breekt hem uit. Puzicot, nog altijd in het zadel, maar nu met getrokken zwaard, buigt zich weer voorover. Die ene ruiter herken ik zieren. Het is de heraut van Dugeclin. De koning zwijgt, trillend van spanning. Is Dugeclin gesneuveld? God geven dat dat niet gebeurd is. Hij wordt zich plotseling bewust van een hevige genegenheid voor de rauwe Breton. De vermoeide paarden van de koeriers kunnen niet meer. Ze gaan nog maar stapvoets. Eensklaps laat een van de boodschappers zich uit het zadel glijden en legt de laatste paar honderd passen rennend af. Heigend werpt hij zich voor de voeten van de koning in het stof. Charles herkent Matisse Cuvillier. Sire, we hebben gewonnen, stoot de Hout heigend uit. Het leger van de Navarrese is totaal vernietigd. Nu heeft de tweede koerier hen ook bereikt. Hij is even moe en buiten adem als Matisse en torst een prachtig zwaard. Ook hij knielt. Voor de koning. Hij legt het schitterende zwaard voor hem neer. Charles staat stokstijf, niet in staat te reageren. Zwijgend kijkt hij neer op de gebogen hoofden. Zie hier, sire, het zwaard van Capital de Buc, zegt de schildknaap met half verstikte stem. Ik heb Capital de Buc zelf gevangen genomen. Daarom keurde ridder Bertrand du Geyclair mij de eer waardig u dit zwaard aan te bieden als kroningsgeschenk. Nog altijd zwijgt de koning. Doodsbleek staart hij neer op het wapen aan zijn voeten. Op de perkamentenrol rol die Matisse hem toesteekt. Hij slikt, slikt nog eens. Zijn stem blijft weigeren. Maar door zijn hele pijnlijke lijf dreunt het besef. Mijn troon is gered. Hij steekt beide jongens de handen toe. Wij danken u voor de goede berichten die u ons heeft gebracht. Het is onze wens dat u in onze draagstoel meereist tot Rijms... en ons intussen alles vertelt over de veldslag... Rolin krijgt een diepe kleur. Wat een eer. De koning denkt aan de vele andere plunderlegers, die in het oosten van zijn rijk de wegen onveilig maken en hele landstreken legeroven. Hij denkt ook aan de toekomst. Nu kan hij vredesonderhandelingen openen met Karel van Navarra, de postdienst reorganiseren, het innen van de belastingen beter regelen. Hij heeft veel te doen. Het geheim. Als iemand het leven mooi vindt, is het zeker kleine Robert wel. Vooral als hij enkele weken later samen met de overwinnaars in triomf terugkeert op het kasteel Pont Enson, vier in het rondkijkend alsof hij hoogst persoonlijk degene is die het Koninkrijk heeft gered. Therese is de eerste die hem begroet. Tifen heeft het te druk met haar man huilend om de hals te vliegen. Zijn pleegouders zijn al een maand geleden vertrokken voor hun zomerse zwerftocht. De grote mensen op de burg zien hem nauwelijks, maar Therese wel. Ze rent op hem af, sleurt hem bijna van zijn paardje en knijpt hem fijn in een stevige omhelzing. Je hebt gewonnen, roept ze opgetogen. Je hebt de Navarrese uit Normandië geslagen. Oh, Robert! En dat is precies het welkom waarop een held mag rekenen als die moe gestreden thuiskomt. Therese legt volkomen beslag op haar vriend, want hij heeft zoveel te vertellen. Bertrand du Guesclin is door de nieuwe koning tot graaf van Longueville benoemd. Hij is nu een Normandische edelman met een gravenkroon. En dat telt mee in het Frankrijk van de 14e eeuw. Maar dat is het niet waar de kleine Robert niet over uitgepraat raakt. Van de moeite en de kosten die het beheer van een uitgestrekt graafschap met zich meebrengt, heeft hij geen benul. Hij vertelt over de veldtocht. Hoe hij op een kille meiavond in ijskoud water sprong om inlichtingen voor du Guesclin te verzamelen. Dat heldenfeit maakt diepe indruk op het meisje, want zij kan niet zwemmen. Was je niet bang? vraagt ze wel honderd keer. Dan trekt kleine Robert een spits mondje, zoals hij het de Vicomte heeft zien doen. Hij schudt parmantig het hoofd naar het voorbeeld van Enguerrand Dedain en hij antwoordt hooghartig alsof hij Jean de Chalon in eigen persoon is: Ik ben voor niets en niemand bang. De koude, de angst, de paniek die hij heeft doorstaan, is hij al lang vergeten. Therese geniet van Roberts verhalen. Natuurlijk overdrijft de jongen verschrikkelijk. Hij stelt het voor alsof bij de slag minstens honderdduizend mannen betrokken waren in plaats van nauwelijks vierduizend. Dat uit de heldere hemel donder en bliksem rollen, dat de grond beefde onder het gedreun van de botsing, dat de oevers van de Euren schudden onder het lawaai. In heel Frankrijk moeten de donderende echo's van de paardenhoeven te horen zijn geweest. Geen ogenblik denken de kinderen eraan dat kleine Robert helemaal niet bij het gevecht aanwezig is geweest en dat hij al die verhalen ook maar van Rolin heeft gehoord. In zijn levendige fantasie is het kleine Robert zelf die de ruiterscharge leidt, die de Gascognes omver rijdt en Kaptaal de Buc gevangen neemt. De gruwel van een met mensenbloed doordrenkt veld dringt niet tot hem door. Van verdriet om een gesneuvelde vader of broer heeft hij geen weet. De pijn van verminkte lichaamsdelen door boorden ingewanden, verpletterde longen kent hij niet. Hij weet niet wat het is te stikken in het stof van een omgewoeld slagveld, weerloos vertrapt te worden door scherpe hoeven of leeg te bloeden in vuil en modder. Hij ziet alleen de glorie. Toch is datgene wat de jongen bezielt precies in overeenstemming met de algemene opvatting in zijn tijd. Geweld, dood en vernietiging maken deel uit van het dagelijks bestaan. Ridders zijn beroepsvechters en dwepen met moed. Een mensenleven is weinig waard en wordt afgemeten naar bezit. Arme drommels tellen niet mee. Van de schoonheid van een bouwwerk trekt geen ridder zich iets aan. Een kasteel is het zichtbare teken van stand en waardigheid. Soms toevluchtsoord, maar altijd machtsmiddel. De grond levert voedsel voor mens en dier. Daarom is grondbezit een vorm van rijkdom. Het landschap doet er niet toe. De boeren worden geminacht. Maar, wonderlijk genoeg, het volk, de miljoenen kleine burgers en boeren. Dat volk is niet zo oppermachtig en vechtlustig. Al bewonderen de poorters en dorpers de moed van befaamde ridders, diep in hun hart willen ze alleen maar vrede. Ze snakken naar de kans om rustig hun werk te doen en daarvan iets moois te maken. Een schrijnwerker kan maanden besteden aan het maken van een kast, waarbij hij het harde eikenhout omtovert tot een kunstwerk, prachtig gebeeld Metselaars en steenhouders doen meer dan muren optrekken. Uit hun vaardige handen komt pure schoonheid. Monniken leveren niet alleen handschriften, ze verfraaien de bladzijden met bloemenranken, miniaturen en ornamenten in schitterende kleuren. Mandenmakers, pottenbakkers, koperslagers leven zich uit in evenwichtige vormen en kunstige versieringen. Elke slotenmaker is een edelsmid. Meisters en kleermakers bewerken de fijnste stoffen en bedekken ze met borduurwerk. Uit ruwe draden wordt ragfijn kant geknoopt. Stukken glas worden beschilderd, gebrand. En met lood aaneengevoegd tot de laaiende boogvensters van de kerken. Het hele leven is doortrokken van werklust en schoonheid. Maar om die schoonheid tot ontplooiing te laten komen, is vrede nodig. Oorlog doet de steden en dorpen in vlammen opgaan, vernietigt mensen en kunstwerken. Hoe meer de ridders dromen van Heldendaarden en krijgsroem, hoe dieper het volk eronder lijdt en het werk van hun handen vernield ziet worden. Van deze tegenstellingen heeft kleine Robert nauwelijks enig besef. Als kind van rondtrekkende trouvereisen heeft hij veel mensen leren kennen om hen onmiddellijk weer uit het oog te verliezen. Voor hem is de wereld een groot decor, bevolkt met figuranten die komen en gaan en meteen weer vergeten worden. Enkele figuren in die wereld lijken meer dan levens groot omdat ze een hoofdrol spelen: koningen en ridders. Verder neemt hij de mensen zoals ze zijn, zonder zich af te vragen hoe ze zo zijn geworden. Daarin verschilt kleine Robert hemelsbreed van zijn stiefbroer. Baptiste Cuvalier, de eeuwige toeschouwer en Piekeraar. Maar aan alles komt een eind. Ook aan glorie en geluk. Terwijl de zomer langzaam verstrijkt, komen er verontrustende berichten binnencijpelen en koeriers brengen nieuwe bevelen uit Parijs voor de graaf van Longueville. Bretagne wordt al twintig jaar verscheurd door een burgeroorlog die met grote tussenpozen telkens weer oplaait. Het is een oud zeer dat eindeloos doorziekt. Twee hoge edelen. Charles de Blois en Jean de Montfort betwisten elkaar de titel van hertog van Bretagne en de daarbij behorende macht. En de buurlanden kiezen daarbij partij. Charles de Blois, een neef van koning Charles, wordt gesteund door Parijs. Jean de Montfort, een gunsteling van Edward III van Engeland, ontvangt versterkingen uit die hoek. De oorlog tussen Frankrijk en Engeland, waaraan in 1360 bij de vrede van Bretigny voorlopig een einde kwam. Wordt onder het mom van een burgeroorlog voortgezet op Bretons grondgebied. Na een lange wapenstilstand is in de zomer van 1364 de strijd weer opgeleid. Jean de Montfort zou uit het zuiden komen oprukken met een leger dat in hoofdzaak bestaat uit Engelse huurlingen en heeft het beleg geslagen voor het stadje Orey. Als antwoord daarop voelt Charles de Blois zich verplicht ook weer naar de wapens te grijpen om de stad te komen ontzetten. En zijn koninklijke neef in Parijs heeft hem de hulp van Duguay Klein beloofd. Fijn, roept Kleine Robert, we gaan er weer op uit. Jij niet, zegt Mathis Cuvillier. Jij blijft met vrouwen Tiffin op Pontorsel." Promp barst de Kleine Robert uit in een hevig misbaar. Wat? Hij mag niet mee en waarom dan niet? Hij is toch de page, de onmisbare verkenner die zich onzichtbaar kan maken... die door ijzig water kan zwemmen in het pikken donker? Nee, zegt Mathis Cuvelier onwrikbaar. Vrouwe Tiffen weigert je te laten gaan. Ze beweert dat ze in de sterren heeft gelezen dat deze veldtocht verkeerd voor ons zal aflopen. Daar gelooft toch niemand in, grilt kleine Robert, zij wel. En jij? Ik weet het niet. Haar voorspellingen komen altijd uit. Ga jij mee, allicht? En als het dan echt verkeerd afloopt? Dan zien we wel weer verder. Jij bent niet bang, hè? Zegt kleine Robert gretig. Jawel. Dat valt het jongetje bitter tegen van zijn grote broer. En toch ga je mee. Ja, maar je bent bang. Dat maakt geen enkel verschil. Van die vreemde stiefbroer van hem zal kleine Robert nooit iets begrijpen. Is Mathis nu wel of niet een held? Helden kennen toch geen vrees? Al zijn Berton de Fleur en Marie-Claire vertrokken... dat wil niet zeggen dat kleine Robert nu geen les krijgt. Vrouwe Tiffen staat erop dat hij leert lezen. Domoren in haar omgeving kan ze niet verdragen... Therese mag ook deelnemen aan de lesuurtjes, en zij vindt het heerlijk. Meestal zitten ze daarbij in de ridderzaal. Deze middag is ook Mathis Cuvier aanwezig. Hij schrijft brieven voor zijn meester. Diep gebogen, over zijn volgeknoeide wastafeltje, hoort kleine Robert door het open venster het melodieuze geklinkhamer uit Clopin smitsen. Hartverrukkende geluiden voor wie erbij betrokken is, terwijl hij. Opstandig werpt hij zijn schrijfstift neer. Ik leer het toch nooit, roept hij. Waarom mag ik niet mee om voor Charles de Blois te vechten? Je bent te jong, antwoordt die fan rustig. Dat lijkt me zo omdat ik klein ben. Ik ben heel dapper. Niemand gaat daarop in, dus hij vraagt. Wie is eigenlijk Charles de Blois? Onze leenheer, zegt die fan. En een heilig man. Oh ja? Wat heeft hij dan gedaan dat hij zo heilig is? Vraagt Therese, die ook haar stift neerlegt. Haar ogen schitteren. Ze is dol op heilige verhalen. Maar nu kijkt Matisse plotseling op. De bois? Een heilige? Roept die schamper. Kom nou. Die glimlacht. Nou ja, zo ziet het volk hem. Murmelt ze. Matisse schudt het hoofd en wendt zich regelrecht tot de slotvrouwen. Eerlijk gezegd heb ik nooit iets van de man begrepen. Hij beweert dat zijn vrouw, Jeanne de Pontièvre... recht heeft op heel Bretagne als haar wettig erfdeel... en om dat te bewijzen heeft hij dat erfdeel half in puin gelegd. Die fan Knikt weemoedig. Maar Therese vraagt vasthoudend: Hoe kan hij dan zo heilig zijn? Hij is vroom, zegt Mathis. Noem het maar ziekelijk vroom. De bois piekt elke dag, gaat tweemaal daags ter communie, bidt voor hij deelneemt aan een toernooi, voor hij met een vrouw naar bed gaat, voor hij zijn neus snuit. Ze zeggen dat hij vechtend nog bidt en onder zijn maliënkolder een paardenharen boete kleed draagt. Altijd is hij bezig boete te doen. Vorig jaar liep hij midden in de winter tien mijlen op zijn blote voeten door de sneeuw... om een kistje met reliquieën naar de kerk van Tréguin te brengen. En vecht hij nu met wintertenen? vraagt Thérèse ernstig. Die vent proest het uit. Best mogelijk, zegt Mathis lachend. Daarbij is Charles de Bois de grootste vrek die je je kunt voorstellen. Op een keer schonk hij aan een klooster dat nogal geleden had onder de burgeroorlog... vijftien francs voor de wederopbouw. Vijftien francs! Daar maakte hij zoveel drukte over... Dat je zou geloven dat hij zichzelf aan de bedelstaf had gebracht. Ik heb nog veel dollere verhalen over hem gehoord, vult Tiffin aan. Op een dag kwam hij langs de weg een doodarme vrouw tegen die haar liefde te koop aanbood voor een paar stuivers. 'Vrouw,' zei de bois streng. 'Waarom zondig je?' De stakker begon te huilen en vertelde dat ze haar huis en haar man door de oorlog had verloren en geen andere manier wist om haar kinderen te eten te geven. Wat denk je dat de vrome Charles de bois toen deed? Hij gaf haar acht stuivers en liet haar plechtig beloven dat zij in het vervolg niet meer zou zondigen. In plaats dat hij die arme vrouw werk en een behoorlijk onderkomen bezorgt, werpt hij haar acht stuivers voor de voeten en perst haar de gelofte af dat ze haar enige bron van inkomsten zal opgeven. Ja, zegt Matthies bitter: die man begrijpt niets van het volk. Hij heeft er geen flauw benul van hoe de arme drommels van Bretagne er aan toe zijn. Van iedereen verlangt hij deugdzaamheid, ook al knijpt de honger in de ingewanden. Maar zelf heeft hij een heel stel buitenechtelijke kinderen op de wereld gezet. Doet hij daarom voortdurend boete? vraagt Therese, die als alle kinderen mee logisch kan zijn. Ach, zegt die vin, we kunnen het hem nauwelijks kwalijk nemen. De Bois is een groot edelman. Wie met een gouden lepel in de mond geboren wordt, weet niet wat het betekent om op een houtje te moeten bijten. Wat begrijpt een neef van de koning van het gewone volk. Hij ziet dat volk niet eens. Gaan jullie al gauw weg? vraagt kleine Robert. En dan ziet hij dat die fan zich snel over haar borduurwerk buigt en steels een traan wegpinkt. Morgen, antwoordt Matthies. En probeer niet met zeuren je zin door te drijven, broertje. Je blijft hier en daarmee uit. Kleine Robert zwijgt verongelijkt. Thérèse knipoogt naar hem en fluistert: Je wilt de vrouwen toch niet helemaal zonder bescherming laten? Wel? Kleine Robert knikt kort en dankbaar. Thérèse is een slimmertje. Ze weet precies wat ze moet zeggen om de jongen te troosten. Mathis Cuvillier is er niet gerust op. Eer Duguay Klein zich met honderd ruiters bij het leger van Charles de Bois kon vroegen, is hij naar Parijs geroepen om de instructies van de koning in ontvangst te nemen. Bij hoge uitzondering mag ditmaal de heer Roud niet bij de bespreking aanwezig zijn. Bertrand wil er naderhand ook met geen woord over reppen. Op weg naar Oré probeert Mathis zijn meester uit te horen en hij stuit op graniet. Zwijg, vriend, je hoeft niet alles te weten. Het is beter dat sommige zaken voor jou en iedereen verborgen blijven, is alles wat hij te horen krijgt. Mathies kan niet tegen geheimzinnigheid. Niet op de hoogte zijn van wat er om hem heen gebeurt, brengt hem aan het tobben. Bovendien heeft Du een humeur om voor om te rijden. Hij snauwt en groudt. Zelfs een oude strijkmakker, rechterhand Clopin, krijgt geen goed woord. Misschien miste hij Rolin, denkt Mathis. De schildknaap is vlak voor hun vertrek plotseling ziek geworden en moest op Pont achterblijven. Tot vreugde van kleine Robert, die nu een lotgenoot heeft. Tot vreugde ook van Tiffin, die erg op de jongen gesteld is. Maar Mathies vindt het jammer. Met de invaller, een verwaande jongen uit Dinant, kan hij niet zo goed opschieten. Duguay Klein trouwens ook niet. Als we eenmaal in Oré zijn aangekomen, zal zijn humeur wel beter worden, denkt Mathis. De aanblik van een legerkamp zal hem opvrolijken. Hij vergist zich. Voor een man als duguay is het kamp van Charles de Blois... een bittere teleurstelling. Zelfs Matisse toch ook wel wat gewend. Schrikt als hij de chaos ziet die daar heerst. Oré is een marktplaats en een streekcentrum. Verder is de stad van geen enkel militair belang. Ze ligt toevallig op de weg van de oprukkende Jean de Montfort... en hij moet haar nemen in zijn uiterste poging... om dit jaar heel Bretagne aan zich te onderwerpen. Maar Oré houdt stand, houdt de poorten dicht... en Jean de Montfort kan niet anders doen... Dan er een beleg voor slaan. Juist daardoor schijnt op deze onbelangrijke plaats beslist te moeten worden over de slepende burgeroorlog. Hoe Mathies het plotseling weet, begrijpt hij zelf niet. Maar zodra ze bij Oré aankomen, vlijmt het door hem heen. Hier zal worden uitgemaakt wie zich hertog van Bretagne mag noemen. Rondom Oré hebben de huurlegers van Jean de Montfort zich verschanst achter palissaden en loopgraven. Mathies ziet het met één oogopslag: daar is geen doorkomen aan. Bovendien heeft de Engelse koning aan de Montfort zijn beste generaal uitgeleed. John Chanders, leermeester van de prins van Wales, de onverslaanbare. Mathis Cuvillier, ofschoon even weinig bijgelovig als zijn meester, begint zich af te vragen of die gelijk zal krijgen. Het kamp van de Bois, in de moerassen ten noorden van Orée, is rommelig, onoverzichtelijk en van enige taakverdeling is geen sprake... Mannen komen en gaan, niemand weet of ze bij het leger horen of zomaar komen kijken of er iets te roven valt. Het is vanaf het begin een uitgemaakte zaak dat Charles de Bois zelf het bevel zal voeren. Daarbij rekent de edelman er vast op dat God aan zijn zijde staat en de beslissing zal forceren. Om kort te gaan, Charles de Bois rekent op een wonder. Knorrig loopt Matisse rond, hij voelt zich eenzaam en buitengesloten. Duc clair heeft zich teruggetrokken in zijn tent en wil niemand zien. Charles de Bois bidt. Wat een bende! gromt de heraut ontevreden. Veldkeukens zijn er niet. Elke soldenier moet maar zien dat hij zijn eigen potje kookt op een kampvuur. De paarden zijn ondergebracht in geïmproviseerde stallen. Onderkomens voor de soldaten zijn er nauwelijks. Alleen de officieren hebben een tent. En het is al eind september, de nachten worden koud. Hij ontmoet Clopin, die hem zonder groet grimmig voorbij loopt. Die heeft er ook een hard hoofd in, denkt Mathis... De wind steekt op, veegt dorre bladeren op een hoop. Mathis huivert, knijpt de vingers tot vuisten. Maar dit is toch te gek? Hij weet niets. Bertrand houdt hem overal buiten en dat verdraagt hij niet langer. Woedend loopt hij naar de tent van duguay Wanneer hij binnentreedt, vindt hij zijn meester Moederziel alleen op de rand van het veldbed zitten. In een openstaande kist ligt zijn wapenrusting. Zijn geweldige bijl leunt er tegenaan... In de toenemende schemering brandt één armzalige kaars die in een hoekje op de grond staat te flakkeren. Ik dacht dat je me vanavond nog wel nodig zou hebben, zegt Mathis, quasi opgewekt, terwijl hij de kist sluitende kandelaar erop zet. Ga maar slapen, gromt Duguay klein donker. Mathis schudt eigenzinnig het hoofd. Hij voelt er niets voor om om zeven uur in de avond zijn bed op te zoeken. Bovendien is het duidelijk dat Bertrand opgevrolijk moet worden. Zal ik iets voor je zingen? Nee. Klinkt bijna snijdend. Mathis zucht, gaat op de rand van de kist zitten, naast de kaars. Is het al bekend wanneer we de mol voor gaan aanvallen, vraagt hij. Morgen. Wat? Uitstel heeft geen zin, zegt Duguay Kleinmat. Moet er dan geen krijgsraad gehouden worden? Waarom? Charles de Bois voert het bevel. Hij zal ons morgenochtend wel vertellen wat we moeten doen. Mathis' mond zakt open. Bedoel je... B bedoel je dat hij gaat stormlopen op die verschansingen van de mol voor, zomaar in het wilde weg? Daar komt geen Spaan van terecht. Du zwijgt. Heb je het hem dan niet afgeraden? dringt Mathies aan. Zwijgen. En ik? Wat wordt mijn taak? Du Guesclin haalt de schouders op. Je doet wat je altijd doet. Je blaast het aanvalssignaal en later de aftocht. De aftocht. Je doet alsof we geen schijn van kans hebben. Hebben we die dan? vraagt Du bitter. Het rommelt diep in zijn machtige borst. Nou ja, de herhoud voelt zich verplicht optimistisch te blijven. Ik geef toe dat het niet zal meevallen door die versperring heen te breken... maar de Montfort heeft geen Duke klein in zijn leger. Hij heeft Chanders. Bertrand, je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik begrijp er niets meer van. Er in het wilde weg op losstormen is niets voor jou. Dat is de tijd twintig jaar terugzetten. En het is lastig als ik niet weet hoe je krijgsplan eruit ziet. Ik moet toch weten, vriend, hou je mond. Nee, je kunt me niet wijsmaken... dat je morgen als een dolle stier op een leger afgaat... dat wordt gecommandeerd door een generaal als John Chanders. Zo dom ben je niet. Pardieu, kerel, schijt eruit met zeuren. Wacht maar af wat er gebeurt. Hier klopt iets niet, denkt de heer Houdwoedend woedend. En zeer ontevreden omdat hij zich buitengesloten voelt... barst hij los. Ik vraag me af wat het allemaal voor zin heeft... Morgen wordt er weer eens gevochten. Nou en. Wie er ook wint, over een paar weken of maanden leidt de strijd opnieuw op. Zo gaat het al twintig jaar. En het eind is er niet van te zien. Zolang die twee rivalen tegenover elkaar staan, geven ze het niet op. Het is niets anders dan een zinloze verspilling van mensenlevens. terwijl Bretagne eraan te gronden gaat. Daarom moet morgen de Montfort winnen. Het is Bertrand gewoon ontvallen. Mathis ziet hoe zijn meester ineen krimpt de Hand voor de mond slaat, alsof hij schrikt van zijn eigen woorden. Zelfs zit hij als verstijfd. Winnen? Staan we hij ongelooflijk. Even lijkt het of Duget Klein zich opnieuw in broedend stilzwijgen zal terugtrekken, en dan barst hij los. Wanneer we eindelijk vrede willen hebben, echte vrede, dan moet morgen de Molfort winnen. En jij hoopt daarop? Mathis durft zijn oren niet te geloven. Ik niet alleen. Wie dan nog meer? De koning. Met stomheid geslagen, staart Matisse de ridder aan. Bertrand beweegt zich niet, hij staart terug, zijn groene ogen flikkeren. Dreigend en geladen hangt de stilte tussen hen in. Het is rustig geworden in het kamp, de meeste soldaten slapen al. Bertrand duwt een Zucht. Probeer het te begrijpen, zegt hij bijna droevig. Een paar maanden geleden hebben we de Navarrese verslagen, en daarna kon koning Charles vrede sluiten met Karel van Navarra. Een zeer voordelige vrede. Nu moet ook de rust in Bretagne weerkeren. Na twintig eindeloze jaren van burgeroorlog wordt dat hoog tijd. Maar zolang die twee rivalen tegenover elkaar staan, komt er geen vrede. Ze weten niet van ophouden. Een van beiden moet het veld ruimen. Wie? De Blois. De Montfort is een vriend van de Engelsen. Als hij wint, verkoopt die Bretagne aan Edward III. Oh nee. Bertrand wrijft even over zijn knieën alsof de kille avondlucht zijn gewrichte pijn doet. Jean de Montfort heeft gezworen dat hij na de overwinning de koning van Frankrijk als opperste leenheer zal herkennen. En dat is het enige waar het op aankomt. Zodra Charles er klaar voor is, zal hij de oorlog met Engeland hervatten en trachten de verloren gegaane gebieden terug te halen. Dan moet hij geen vijanden in de rug hebben. Maar de Blois is een neef van koning Charles. Dat is ook de reden dat Charles niet bekend kan maken dat hij in het geheim een bondgenootschap heeft gesloten met Jean de Montfort. Niemand zou dat begrijpen. Dus ben ik, om de schijn op te houden, aan de bois uitgeleend. Met uitdrukkelijke opdracht niet te winnen en niet te sneuvelen. Alsof je dat zelf in de hand hebt, roept Mathis smalend. Oh jawel, Duguay Klein's stem klinkt koud. Maar Mathis, met zijn fijne muzikale oren, hoort de ondertoon van verbittering. Zijn dat de geheime bevelen die je in Parijs hebt ontvangen en waar ik niet bij mocht zijn? Du Guesclin knikt nauwelijks zichtbaar. Trommels, Bertrand, je praat alsof het allemaal precies zo is geregeld. D dit is een veldslagman, met alle risico's die erbij horen. Dag je? vraagt Du Klein droog. Niet dan. De beton laat opeens het hoofd zinken. Moedeloos. Ja, zegt die dof. Het wordt een veldslag. Morgen zullen vele dappere mannen sterven. Waarvoor? Om de geheime politiek van de koning te dienen. Om de schijn te helpen ophouden dat koning Charles zijn neef niet in de steek heeft gelaten. En dat doet hij juist wel, roept Matisse. Het, het is eigenlijk een vorm van verraad. Het is politiek, vriend. Maar het stinkt ten hemel. En jij, jij leent je tot het vieze spelletje. Jij zult morgen mensen doodslaan die worden opgeofferd aan, aan de schijn, aan de politiek. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat ze vechten voor een eerlijke beslissing. Maar die beslissing is achter hun rug om al lang gevallen. Ik vind het een schandaal. Hoe moeten we anders vrede krijgen in deze uithoek? Vlam Duc plotseling op. Weet jij een betere oplossing? Als de mol voor morgen wint, staat de koning zogenaamd voor het blok en kan hij niet anders doen dan zich bij de feiten neerleggen. Dan is de schijn gered, de burgeroorlog is voorbij en Bretagne kan aan het herstel beginnen. De komedie kost een paar mensenlevens maar er zullen een miljoen boeren door gered worden. Verbijst dat schud Matisse het hoofd. Het duizelt hem, hij is een trouvere. Zijn hoofd zit vol liederen, romans, gedichten... waarin trouw en eer worden bezongen. Maar dat is literatuur. De werkelijkheid is niet heldhaftig. Geen evenwichtig bouwwerk van rijmwoorden en muziek. De werkelijkheid is grimmig, vuil en heet politiek. Langzaam laat hij zich op de grond zakken... voor de knieën van zijn meester... Bertrand, fluistert hij. Waarom heb je me dit alles verteld? Het moest toch zeker geheim blijven? Allicht is het een geheim. Du Klein staart zonder naar zijn voeten. Hij kijkt zijn jonge vriend niet aan als hij prevelt. Maar ik moest het iemand vertellen, iemand die kan zwijgen. Opeens klemmen zijn harde knuisten zich om Mathies' schouders. Weet je wat het betekent om je in een gevecht te storten met de wetenschap dat je moet verliezen? zegt hij schor. Om te beseffen dat elke man die ik morgen de hersens insla niet had hoeven sterven. als de grote heren een paar jaar eerder hun verstand hadden gebruikt. Jij bent verontwaardigd. Maar wat denk je dat ik voel? Hij rilt. Ik heb dat gevoel moeten onderdrukken, Mathies. Het verscheurde me. Vanavond was het er weer. En ik moest het kwijt. Ik moest het geheim met iemand delen of erin stikken. Mathies krimpt ineen. De knedende vingers doen hem pijn. Waarom kan ik die lelijke boomknoes niet haten, denkt hij vertwijfeld. Waarom houd ik zoveel van die duivelse kerel? Weet niemand wat je met de koning hebt afgesproken, fluistert hij. Helemaal niemand? Nee, zelfs de mol voor niet. Die merkt het vanzelf wel. De handen laten Mathies los. Bertrands gehavend gezicht lijkt zich op te vouwen. Zijn stem klinkt als een rasp. Jij, Mathies, je bent nog zo bloedjong. Jij denkt, omdat je een dichter bent, dat de wereld keurig is ingericht en dat alles precies goed van bovenaf wordt geregeld. Ik weet dat het niet zo is. Deze wereld is een bende en de mensen deugen niet. Na duizend jaren christendom deugen ze nog steeds niet. Zelfs de beste onder ons moeten dingen doen die eeuwig aan hun geweten blijven knagen. Matisse voelt de tranen over zijn wangen lopen. Hij slikt, knippert met de ogen, vervloekt zijn zwakheid. En neemt dan het besluit van zijn leven. Bertrand, zegt hij zacht, jij bent mijn vriend. Ik zal bij je blijven, wat er ook mogen gebeuren, altijd. Dan moest ik er mijn onsterfelijke ziel bij verliezen. Hij bukt zich, grijpt de neerhangende hand van de ridder en kust die. Dan springt hij op en rent verblind de tent uit. Maar de pijn in zijn borst vermindert niet, en die nacht doet hij geen oog dicht. Vuile handen. Al is Matisse er nu op voorbereid... de ramp die zich de volgende dag voor zijn ogen voltrekt... is er niet minder om. De vrome Charles de Bois heeft juist deze dag... 29 september voor zijn aanval uitgekozen. Het is de feestdag van de aartsengel Michael. De hemelse strijder voor het recht... die altijd wordt afgebeeld met een vlammend zwaard... waarmee hij de helse draak overwint. Voor hij het bevel tot de stormloop geeft knielt de Blois voor het draagbare altaar dat hij op al zijn reizen meeneemt. Hij smeekt vurig de bijstand van de aardsengel af en bestijgt dan vol zelfvertrouwen zijn strijdros, ervan overtuigd dat Sint-Michaël met vlammend zwaard boven zijn hoofd zal zweven om hem de overwinning te bezorgen. Het pakt anders uit. De woeste aanval op de Montforts verdedigingslinie wordt afgeslagen. Wanneer daarna de Engelse huurlingen onder aanvoering van John Chanders een uitval doen, hun loopgraven verlaten, van achter hun palissade tevoorschijn stormen en zich op het legertje van de Blois storten, is het snel gebeurd. Omdat Du Guesclin hem heeft verboden zich met de strijd te bemoeien, moet Matthies van veilige afstand toezien hoe zijn meester door Chanders en een groot aantal ruiters wordt omsingeld. Du Guesclin geeft zich zonder verzet over. Chanders is verbaasd. Hij had verwacht dat de Bretonse geweldenaar heftiger tegenstand zou bieden. De Blois, zich niet bewust van het feit dat er al over zijn lot is beslist, heeft zich blakend van moed in het krijgsgewoel gestort en van overtuigd dat hij wordt beschermd door een aartsengel. Hij is een krijgsman van de oude stempel, dapper en onbesuist. Bij het volk van Bretagne is hij populair omdat hij zo vroom is en koninklijk bloed in de aderen heeft. Bevelen geven doet hij niet. Hij is zijn soldaten voorgegaan... En dat is alles. Het is domweg, ieder voor zich en God zegen de greep. Wie de moed in de schoenen voelt zinken, maakt dat hij wegkomt. De Blois merkt het zelfs niet dat zijn soldaten spoedig beginnen te wijken... en met tientallen tegelijk op de vlucht slaan. Hij merkt even min dat Du Klein zich zonder verzet gevangen laat nemen. Jean de Montfort neemt geen deel aan de slag. Hij laat het vechten aan John Chanders over. Wanneer de Engelse generaal hem trots... De ontwapende Duguay-Klein komt aanbieden, begint de Montfort over zijn hele gezicht te stralen. Nu Charles de Blois nog, heren, gebiedt hij. Die is een half miljoen waard. Want het is niet zo dat de Montfort snakt naar het bloed van zijn rivaal. Hij is niet voor niets opgegroeid aan het Engelse Hof, waar het maken van krijgsgevangenen als hoogste vorm van sport wordt beschouwd. Hoge edelen als de Montfort zijn minder bloeddorstig dan je uit hun woorden zou opmaken. Oorlog voeren. Is in hun ogen zoiets als handeldrijven in losprijzen. Met een beetje geluk word je er schatrijk van. Waar blijven de Bretonse ruiters met Clopin? denkt Mathies wanhopig, als hij ziet hoe steeds meer soldaten van de Blois hun leven redden door de vlucht. Du Guesclin's cavalerie schijnt nauwelijks aan de strijd deel te nemen. Matisse' uitzicht wordt belemmerd door de opgeworpen stofwolken, maar voor zover hij erover kan oordelen, is er geen Breton op het veld. Zijn ze er vandoor gegaan toen ze zagen dat Du klein zich overgaf? Opeens krijgt hij toch Clopin in het oog, die gevolgd door een zestal ruiters aan de rand van het veld voorbij galopeert. Ze stormen in de richting van de zich heftig verwerende Charles de Blois. Een stofwolk onttrekt voor een tijdje dat gedeelte van het slagveld aan Matisse blikken, maar zijn hart begint te bonzen. Gaat Clopin, de in het nauw gebrachte hertog, helpen? Dan hoort hij de overwinningstrompetten van de Montfort schetteren. Hij ziet hoe de soldaten van de Blois naar alle kanten uiteenstuiven, niet van plan hun leven te verliezen in een hopeloze strijd. Hij beseft dat het tijd wordt dat hij ook op de vlucht slaat. Op dat moment ziet hij Clopin met zijn handjevol ruiters weer opduiken. Ook zij maken dat ze wegkomen. Het vaandel van de Blois wordt jubelend door de Engelsen veroverd. Maar waar is de hertog zelf gebleven? Matisse ziet de vrome zonderling nergens meer. Hij geeft een ruk aan de teugels, doet zijn merrie keren en stuift weg. Woedend denkt hij, het is gegaan zoals het gaan moest. De nederlaag is compleet. Jean de Montfort wordt de nieuwe hertog van Bretagne, erkend door koning Charles. Het volk dat schoon genoeg heeft van de burgeroorlog zal hem accepteren. Bretagne kan aan de wederopbouw beginnen. Maar god tegen welke prijs. Hij probeert het te aanvaarden, toch is zijn gezicht nat van tranen. Snel veegt hij ze weg. Ver achter zich hoort hij de soldaten van de Montfort juichen, en verdrietig denkt hij aan zijn vriend Bertrand in de handen van de vijand. Zullen de soldaten hem redelijk behandelen? Of zullen ze hem boeien, verminken? Opgezweept door de hitte van het gevecht, en in hun wilde overwinningsroes zijn ze tot alles in staat. Jean de Montfort zou zijn mannen wel eens niet in de hand kunnen houden. Hoe langer Matthijs erover nadenkt, hoe angstiger hij wordt. Even kijkt hij om. Nee, hij wordt niet achtervolgd. In de verte ziet hij rook opkringelen uit de schoorsteen van een boerenhoeve. Links van zich ontdekte hij de donkere contouren van een klein woud. Daarheen wendt hij zijn paard. Eenmaal veilig onder de bomen, stijgt hij af, leunt tegen een stammetje. Angst en twijfel verscheuren hem. Ik moet weten of Bertrand nog in leven is prevelt hij tegen een rood borstje dat boven zijn hoofd op een tak balanceert... en met scheefgehouden kopje op hem neerkijkt. Ik moet het weten. Het vogeltje vliegt weg. Mathies benijdt het om zijn vleugels. Misschien kan ik Bertrand bevrijden. Ach, hoe komt hij erbij? Als iemand zwaar bewaakt zal worden, is het Bertrand du Klein wel. Engelsen kunnen soms zeer vreed zijn voor gevangenen. Rillend herinnert Mathies zich verhalen over uitgestoken ogen... Uitgerukte tongen, afgesneden oren. Wat doen ze met Du Guesclin? Hij houdt het niet uit. Moeizaam klimt hij weer in het zadel en keert terug naar Oré. Niet rechtstreeks, hij zorgt ervoor dat hij uit het gezicht blijft. De dag is bijna voorbij. De soldaten van de Montfort hebben de achtervolging van de vluchtende verliezers opgegeven en vieren nu feest in hun onneembare kamp. Het stadje Oré houdt zich dood. Daar zitten de wethouders natuurlijk ernstig te beraadslagen. In welke vorm ze hun onderwerping aan de Montfort moeten inkleden. Matisse Cuvillier nadert het kamp zo dicht als hij durft. Dan verbergt hij zijn merrie in een bosje en sluipt de voet verder. Hij maakt een wijde, omtrekkende beweging, maar voortdurend stuit hij op hoge palissaden. Op zoek naar een onbewaakte doorgang komt hij na enige tijd toch weer terecht op het veld waar de slag werd uitgevochten. Het terrein is enigszins hellend. Doorspikkeld met bosjes strijpgewas. De grond is omwoeld en bevuild. De lichamen van de gesneuvelden liggen overal verspreid, de meeste al half ontkleed. Engelse huurlingen dwalen rond, stelend wat ze gebruiken kunnen. Op draagbare worden de laatste gewonden afgevoerd naar het kamp. De helling biedt de gewone akelige aanblik van ieder slagveld na de strijd: doden, verloren uitrustingstukken, stervende paarden. Gebroken lansen, kluiten zwarte aarde, kleverig van bloed. En over dat alles hangt een stilte die na de herrie van de slag sinister aandoet. Gehurkt tussen de struiken ziet Matisse plotseling vier ruiters over het veld draven. Hij herkent hun kleuren. Voorop rijdt in volle glorie Jean de Montfort... met naast zich John Chanders, gevolgd door twee ridders. Waar gaan ze heen? Voorzichtig gluurt de heer Rout, Langs de met bessen beladen takken. Hij ziet hoe de overwinnaars naar de rand van het veld rijden. Daar staat een mooie oude boomgroep, waarvan de verkleurde bladeren de rode gloed van de dalende zon weerkaatsen. Onder die laaiende herfstpracht staat een groepje wildgebarende mannen. Jean de Montfort rijdt regelrecht op hen toe, stijgt af, net als John Chanders en zijn ridders. Ze wijzen naar de grond en maken een opgewonden indruk. Wat hebben ze gevonden dat ze zich zo druk maken? Matisse, gedekt door de toenemende schemering, verlaat zijn schuilplaats en rent gebukt in de richting van de boomgroep. Hij ziet een droge greppel, laat zich er lang uit invallen en kruipt dan omzichtig vooruit. Als hij dicht genoeg genaderd is, heft hij het hoofd op. De groep ridders is nu geen twintig pas meer van hem verwijderd. Hun stemmen dringen helder en verstaanbaar tot hem door. Onder de bomen. In een bed van gouden bladeren ligt een dode. Twee soldaten zijn bezig hem van zijn wapenrusting te ontdoen, terwijl Jean de Montfort, lang, streng en benig, er zwijgend bij staat te kijken. Mathis ziet hem knielen en een kruis slaan. John Chanders ontbloot het hoofd en opeens begrijpt de heraut wie de gesneuvelde is. Zijn hart slaat een slag over. Kijk nou eens, roept de soldaat: Hij droeg onder zijn malie een, een haren boetekleed. De dode ridder is nu geheel naakt. De soldaat houdt een paardenharen hemd omhoog. Het is stijf van vuil en zweet. Die had er beslist een hekel aan om in bad te gaan. Dat hemd stinkt een uur in de wind. Gelijk had hij, grinnikt een ander. Dan prikt het ook niet zo. Zwijg, gebiedt de mol voorstreng. Hij is weer opgestaan en kijkt somber op de dode neer. Bespot de man niet. Hij was oprecht vroom. Ik vraag me af, zegt John Chanders nuchter. Wie het was die hem in het stof deed bijten. Ik heb niemand van onze mannen zich erop horen beroemen dat hij Charles de Blois heeft gedood. De Montfort perst de lippen opeen en zwijgt. Maar een van zijn ridders roept uit: U heeft gelijk. Dat vreemd. Je zou verwachten dat degene die Charles de Blois overwint, daarover in geen uur uitgepraat raakt. Dat is nogal wat, een hertog doen sneuvelen. Sneuvelen? gromt Jean de Montfort. Wie zegt dat de Blois gesneuveld is? Hij is toch dood? Zo dood als een afgeknapte boomtak. Ja, in de rug gestoken, driemaal. Misschien probeerde hij te vluchten, meent de soldaat. De Blois? Uitgesloten, roept de eerste ridder verontwaardigd. Als we hem hadden kunnen omsingelen, zou hij zich hebben overgegeven, net als Du Guesclin. Vluchten zou niet in zijn hoofd zijn opgekomen. De Blois was geen lafaard. Alle ogen richten zich nu op de Montfort, die nauwelijks zijn ontroering kan verbergen. Maak zijn wonden schoon, zegt hij moeilijk, en kleed hem weer aan. Of hij gevallen is als een dapper ridder of werd vermoord door zijn eigen mensen, zullen we nooit weten. Het doet er ook niet toe. Ik wens dat zijn lijk wordt gebalsemd en wordt teruggegeven aan zijn familie. Hij was een groot edelman en ik sta niet toe dat hij na zijn dood wordt geschonden of dat hij verdwijnt in een massagraf. Zijn zwaard ook? vraagt de soldaat teleurgesteld. Het gevest alleen al is een fortuin waard. Doe wat ik zeg. Dan wendt de Mol voor zich af, werpt zich in het zadel en rijdt met gebogen hoofd terug naar zijn kampement, gevolgd door Chanders. Lang nadat de mannen met het lijk van Charles de Blois zijn vertrokken, blijft Mathies in de greppel liggen. Zijn voornemen om te ontdekken wat er van Du clair is geworden, is hij bijna vergeten. Hij is ontzet over wat hij heeft gehoord en gezien. Een diepe stilte daalt over het lege veld. In de verte achter de palissade van het kamp klinkt gezang. Toortsen laaien op. Matisse krijgt het koud, zijn lenematen tintelen. Er is één beeld dat hem voor ogen blijft zweven... en dat hij maar niet van zich af kan zetten. Clopin, die met zes ruiters in de richting van Charles de Blois rijdt... en in een stofwolk verdwijnt. Daarna heeft geen mens de ongelukkige hertog meer gezien... Tot hij tegen de avond dood onder die boomgroep werd gevonden. Wie was het die hem de fatale steken heeft toegebracht? Matthias balt de vuisten en drukt zich diep in de dorre bladeren van de greppel. Moest dat nou? fluistert hij tegen de nacht. Was een nederlaag niet voldoende? Moest hij bezegeld worden door een misdaad? In zijn oren dreunt nog de stem van de voor. Of hij gevallen is als een dapper ridder. Of vermoord door zijn eigen mensen, zullen we nooit weten. Matisse weet het. Clopin, die oude trouwe strijdmakker van Bertrand Du Clain heeft het vuile werk opgeknapt. Maar op wiens bevel? Hoe zei Du claire dat gisteren? Jij bent jong, je denkt dat de wereld keurig is ingericht... en dat alles precies goed van bovenaf wordt geregeld. Ik weet dat het niet zo is. De wereld is een bende en de mensen deugen niet. Zelfs de beste onder ons moeten dingen doen die eeuwig aan hun geweten blijven knagen. Ja, denkt Mathies. Vandaag verriet hij zijn leenheer. Vandaag is Bertrand voor het eerst in zijn leven ontrouw aan zichzelf geworden. De straf voor zijn verraad heeft hij meteen geaccepteerd. Gevangenneming. De adviseur van de koning, de kampioen van het gewone volk... is eerloos in handen van zijn tegenstanders. Maar dat neemt de grote schuld niet van zijn schouders. En ik, vraagt hij zich vertwijfeld af... Waar sta ik in een wereld die van ons alle verraders maakt? Hoe schuldig ben ik? Gisteren nog heb ik gezworen hem nooit te verlaten. Wat hij vandaag ook gedaan mogen hebben, ik ben zijn vriend, zijn vertrouweling, bijna een deel van hem. Ik mag hem nu niet in de steek laten. Hem in mijn eentje uit dat kamp bevrijden, kan ik niet. Maar ik moet weten wat Chendes van plan is. Ik moet zorgen dat Bertrand's leven wordt gespaard. En dat Chendes, liefst in het bijzijn van getuigen. De losprijs noemt, die hij op Bertrand's hoofd wil zetten. Matisse richt zich op en haalt diep adem. Hij weet eindelijk wat hem te doen staat. En als eerlijk man zal hij het openlijk doen. Strompelend, stijf van de kou, verlaat hij de veilige greppel. Na enig zoeken vindt hij zijn paard terug en klimt in het zadel. Dan, open en bloot, rijdt hij naar de palissade van Jean de Montfort's oorlogskamp. De nacht is donker, de hemel bewolkt. Matthies is de verdedigingslinie al dicht genaderd eer een van de wachtposten hem opmerkt. Een roep schalt door de duisternis: Halt! Gehoorzaam houdt de jongeman zijn paard in. Twee soldaten komen hem tegemoet en vragen hem wat hij wenst. Ik wens ridder John Chanders te spreken, antwoordt Matisse met zoveel waardigheid als hij kan opbrengen. Ik kom als boodschapper. Heb je een vrijgeleide voor de heer Chanders? Dat had ik, maar het papier is verloren gegaan, lichtte hij vlak weg. Ben je gewapend? Ik heb alleen een dolk. De schildwachten aarzelen een ogenblik, nemen de bezoeker op. In hun ogen ziet hij er niet gevaarlijk uit. Laat je dolk en je paard achter bij de poort, beslist de oudste. Je krijgt ze terug wanneer je vertrekt. Goed. Hij krijgt een van de schildwachten mee als hij te voet het kamp betreedt. De man wijst hem het paviljoen van John Chanders. Bij de ingang daarvan staan ook mannen op wacht. De generaal is nog niet gaan slapen. In gezelschap van Robert Knowles, een Engelse officier, zit hij na te genieten van de overwinning. Matthies wordt bij hem aangekondigd als koerier. En Chandis, die niet begrijpt dat er nu al een boodschapper kan komen want het nieuws van zijn zegen kan de hoofdstad nog niet bereikt hebben wordt nieuwsgierig. Laat de man binnen, zegt hij verbaasd. Even later staat Matthies rechtop midden in de tent. Dat Robert Knowles er ook zou zijn, heeft hij niet verwacht. En de aanwezigheid van die geduchte plunderaar brengt hem even van zijn stuk. Robert Knowles is al meer dan tien jaar een verbitterde vijand van Du Guesclin. De beide geweldenaren zijn menigmaal met elkaar slaags geraakt. En bleken altijd tegen elkaar opgewassen. Matthies wil een buiging maken voor de grote Chendes, Maar die buiging mislukt half omdat hij zo is geschrokken bij het zien van Robert Knowles. Deze herkent de jongeman meteen. Hij vliegt overeind en laat bijna de zilveren wijnbeker uit zijn hand vallen. Maar dat is Cuvillier, de heroud van Duguay-Clair, schreeuwt hij met overslaande stem. Werkelijk? vraagt Chanders verrast terwijl hij Matisse van hoofd tot voeten opneemt. John Chandes is een man van middelbare leeftijd met een prettig open gezicht, heldere blauwe ogen en een stevige kin. Zijn dikke haardos is met grijs doorspikkeld, maar het opvallendste aan hem is zijn machtige voorhoofd. Niemand kan het in deze gewelddadige tijd tot generaal brengen als hij geen befaamd vechter is en niet in toernooien talloze overwinningen heeft behaald. Chanders is dan ook een lange gespierde vent, soepel als een kat. Robert Knowles is zeker een half hoofd korter, maar zo mogelijk nog zwaarder. Een dikke gedrongen kerel. Die vatsigheid is maar schijn, evenals bij Duguay-Klein zijn zijn grove botten bekleed met staalharde spieren. Zijn gezicht is van een woeste schoonheid. Naast de elegante chanders heeft hij iets dierlijks. Dat komt vooral door zijn ogen, die hij altijd half dicht knijpt, en zijn lage voorhoofd. Zijn huid is ontsierd door littekens, opgelopen in talloze gevechten. Het geeft hem het uiterlijk van een piraat. Wat kom je doen in het hol van de leeuw, Cuvier? schreeuwt Nools woest. Heb je een boodschap voor ons? Matthias slaagt erin zich enigszins van de schok te herstellen. Heren, zegt hij eerbiedig, in de eerste plaats kom ik u geluk wensen met uw schitterende overwinning van vandaag. Deze overwinning zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat er nu vrede in Bretagne kan komen. Verder kom ik geen boodschap brengen, ik kom er een halen. Wel ja, de brutale bezitter de halve wereld, grauwt Robert Knowles. John Chanders, nog steeds verbaasd, maakt een verzoenende handbeweging. Ga zitten, Robert. Laat de jongeman zeggen wat hij te zeggen heeft. Hij is niet gevaarlijk. En of die knaap gevaarlijk is, briest Knowles, terwijl hij zich weer neerlaat op zijn krukje. U kent hem niet, messire, maar ik wel. Hij is de vertrouweling van Du En ik heb in mijn leven last genoeg van die jongeman gehad. Hij lijkt zo zacht en onschuldig, maar ik verzeker u, hij is precies zo uitgekookt als die vervloekte Breton. Laat u door dus zo'n mooie praatjes vooral niet om de tuin leiden. Ik kom niet om mooie praatjes af te steken, zegt Mathies boos. Ik kom informeren hoe mijn gevangen meester het maakt. Ik zou ook graag vernemen of u een losprijs op zijn hoofd stelt. Matthies richt zich daarbij uitsluitend tot John Chanders... maar het is Knowles die antwoord geeft. Reken maar, zijn varkensoogjes oogjes flikkeren hebzuchtig. En de losprijs die ik voor jou ga vragen is ook niet mis. Wacht, valt Chanders in, de hand opheffend. Cuvillier is een burger, geen soldaat. Hij is onze gevangenen niet. Ik neem geen burgers in gijzeling. Maar ik wel, briest Knowles. En ik verbied je dat... Nou, Jenders, plotseling scherp. Robert Knowles snuift teleurgesteld. Mathies voelt zijn knieën knikken. Hij wendt zich weer tot de generaal. Is, is Bertrand du Guesclin gewond, seigneur? Vraagt hij angstig. Het is opnieuw Knowles die antwoord geeft. Hees, schreeuwt hij. Die? Wel, nee, hij kijkt wel uit. Jouw beroemde meester, van wie ze zeggen dat hij de dapperste ridder van Frankrijk is... heeft zich zonder slag of stoot overgegeven zodra onze mannen op hem afkwamen... De held van Bretagne nam geen enkel risico en heeft geen schrammetje opgelopen. Behalve dan, voegt hij er met oneindige minachting aan toe, dat de legende van zijn moed nu wel voorgoed uit de wereld is geholpen. Stil, Robert, zegt Chanders geërgerd. Past ons niet een overwonnen tegenstander te bespotten. Ik hou niet van lafaards, gromt zijn gezinnig. Matthias laat het over zich heen gaan, ofschoon zijn bloed begint te koken. Zijn ogen laten Chanders niet los. Die knikt hem kort toe. Stel u gerust, monsieur Couvelier. Uw meester is ongedeerd. Ik neem aan dat hij al slaapt. Hij heeft ons zijn erewoord gegeven dat hij niet zal trachten te ontsnappen, dus hoeven we hem niet te bewaken. Ridder Duguesclin staat erom bekend dat hij nooit zijn woord breekt. Waarom begint Matthies nu opeens te blozen? Chanders let er niet op en vervolgt minzaam: Over de hoogte van de losprijs die voor uw meester zal worden geëist, staat nog niets vast. Daarover moeten we nog onderhandelen. Ridder Du is niet rijk, haast Matisse zich te zeggen. Wat nou, bulkt Robert Knowles. Hij is pas graaf van Longueville geworden. Zal ik je eens iets vertellen, cuvelier? Jouw heer zal met alles wat hij bezit de kosten van onze veldtocht betalen. Vertel dat maar aan zijn knappe vrouwtje. Dan kan ze zich vast voorbereiden op de bedelstaf. John Chanders werpt zijn luidruchtige adjudant een snelle afkeurende blik toe, maar spreekt hem niet tegen. Matisse voelt zijn wangen koud worden alsof het bloed uit zijn hoofd wegtrekt. Heilige Antonius sta ons bij, denkt hij geschrokken. Ze willen Bertrand ruïneren. Onhandig maakt hij een soort buiging. Seigneur, ik zal de boodschap overbrengen, zegt hij gesmoord. Jij brengt niks over, jij bent mijn gevangene, schreeuwt Noels. John Chanders schudt heftig het hoofd. Nee, Cuvillier is een vrij man, zegt hij scherp. Dat geeft Matisse de moed om te vragen: Is het mij toegestaan enkele ogenblikken met mijn meester te spreken? Geen sprake van, hij slaapt al, roept Noels weer. Matisse pers de lippen op één: Zou het? Kan duges slapen na deze dag van schande? Hij zucht vertwijfeld. Dan klapt Chenders plotseling in de handen. Een schildwacht verschijnt. Breng deze jonge man naar de tent die is toegewezen aan Bertrand duges beveelt de generaal in het Engels. Laat hem met de gevangenen spreken, maar verlies hen niet uit het oog. Matisse kent genoeg Engels om ongeveer te begrijpen wat er is gezegd. Een wilde vreugde schiet in hem op. Robert Knowles wil protesteren, maar Chanders legt hem kortaf het zwijgen op. Matisse buigt voor de generaal, ditmaal zeer diep. En volgt dan de Engelse soldaat. Achter zich hoort hij Robert Knowles mopperen. U lijkt wel gek, ondanks het feit dat het niet de minste moeite heeft gekost Du Klein gevangen te nemen... geniet hij bij zijn tegenstanders wel zoveel prestige... dat hij een eigen tent heeft gekregen. Hij hoeft de nacht niet in de open lucht door te brengen... zoals de meeste krijgsgevangenen. Terwijl Matisse achter de soldaat aanloopt... die hem naar een ander deel van het kamp brengt... denkt hij snel na. De schildwacht is een Engelsman. Misschien kent hij een beetje Frans, maar... zou hij ook Bretons verstaan? Het is nog steeds lawaaiig in het legerkamp, ondanks het late uur... Soldeniers zitten om de vuren, zingen en zuipen. Zij, die al totaal dronken zijn, liggen over elkaar gevallen te snurken. De overwinning is uitbundig gevierd. De soldaat houdt stil voor een haveloze tent en slaat de voorhang weg. Du Klein slaapt niet. Hij zit voorovergebogen op de rand van zijn krip en kijkt niet op als Mathies binnentreedt met de wachter op zijn hielen. Mathies blijft staan en kijkt neer op zijn meester. Zijn hart loopt vol. Bertrand is gekleed in een linnenhemd hemd en een eenvoudig wollen wambuis. Het is een vreemd gezicht hem in een oorlogskamp te zien zonder wapenrusting. Vriend, prevelt de heraut verstikt. Nu pas heft Bertrand het hoofd op. Het is nogal donker in de tent. De enige verlichting wordt gevormd door een brandend stompje vetkaars dat in een hoek op de grond staat. Mathis, hoe voor de donder kom jij hier? Gebruik de volkstaal, zegt de heraut snel, wijzend op de wachtende soldaat. Hij is een Engelsman. Hij hoeft niet te verstaan wat we zeggen. Langzaam laat hij zich op de hurken zakken. Goed, maar waarom heb jij je gevangen laten nemen? Ik had je opgedragen je buiten de strijd te houden. Het is al vernederend genoeg dat ik... Jij had op vrije voeten moeten blijven. Ik ben vrij. Ik heb me bij John Chanders als koerier laten aandienen... en hem gevraagd je even te mogen spreken. Hij vond het goed. Hij is een echte ridder... Ik moest weten hoe je eraan toe bent. Of je nog in leven was. Ik had geen rust. Bertrand lacht grimmig. Oh, ze zijn zuinig op me, gromt hij cynisch. Dan ligt er iets op in zijn ogen. Maar jij? Alleen om te weten hoe het met me ging... ben je in het kamp binnengekomen... en doorgedrongen tot John Chanders? Drommels, daar was moed voor nodig. Ach, prevelt Mathies bescheiden. Ze glimlachen tegen elkaar. Beiden weten ze... Dat Cuvilliers moed niet een kwestie is van sterke armen, doodsverachting en dierlijke bloeddorst, maar het voortdurend overwinnen van de angsten uit zijn kinderjaren. Mathies grijpt naar de handen van zijn heer. Bertrand zegt hij verdrietig: Charles de Blois is dood. Ik weet het, ik heb zijn lijk gezien. Hij zag er verschrikkelijk uit. Hij werd in de rug gestoken, driemaal, fluistert Mathies verstikt. En elk van die wonden was dodelijk duguay buigt het hoofd en slaat een kruis. Matisse, met zijn ogen op dezelfde hoogte als die van zijn meester, vraagt trillend. Heb jij bevel gegeven? Hij durft het verder niet uit te spreken, maar hij moet het weten. duguay blijft zwijgen. De hertog is niet gesneuveld. Hij werd vermoord, zist Matisse hem toe. In zijn borst ligt een loodzwaar brok verdriet. Petra? Stilte. Vaag dringt het rumoer van het kamp tot hen door, maar tussen hen in hangt Guesclin's stilzwijgen als een zwart gordijn. Eindelijk heft de Breton het hoofd op en levert zich uit. Ja, zegt hij eens, voor de strijd begon heb ik Clopin mijn instructies gegeven. Er moet vrede komen tegen elke prijs. En wat, grondt Matisse onverzoenlijk, is een vrede waard? Die alleen tot stand komt nadat een edel mens werd opgeofferd en jij je eer hebt verloren. Grote god, Matisse, begrijp je dan niets? Zolang die twee rivalen tegenover elkaar staan, kan er geen vrede komen. Eén van hen moest sterven, de verliezer. Het gaat om Bretagne, om het geluk en om het recht op leven van een miljoen mensen. Niet om de kwetsbare eer van eenen Duquesne. Help me, snikt Matisse boven zijn knieën, ik kom er niet uit. Het is allemaal zo vreselijk. Bertrand streekt zijn hand uit alsof hij over het hoofd van zijn vriend wil strijken. Dan bedenkt hij zich. Ga naar huis, jongen, zegt hij zacht. Wat moet ik aan Tiffin zeggen? Troost haar. Zing voor haar. Help haar mijn losprijs bijeen te brengen. Die zal minstens 40.000 francs bedragen. Dat is meer dan ik ooit bezeten heb. 40.000? roept Mathis ontsteld. Noem het de prijs voor de vrede. Ga nu. Zeg die fan dat ik van haar houd. En. Ach nee, zeg maar niets. Ze weten het allemaal al. De Engelse soldaat kucht ongeduldig. Matthies rijst op. Tot ziens, Bertrand, prevelt hij ontroerd. Het doet hem pijn zijn vriend te moeten achterlaten in deze toestand, vernederd, met een verscheurd geweten. Nooit eerder heeft Matisse zich zo klein, machteloos en onhandig gevoeld. Twee uur later is hij op weg naar Pont -torson. In het oosten breekt de dag aan. Zet je schrap. Voor kleine Robert stort de wereld in. Eerst komt daar Clopin de Verschrikkelijke met zijn honderd ruiters... en brengt het bericht van de nederlaag bij Oré. De volgende dag arriveert Mathis Cuvillier, de grote broer op wie hij altijd jaloers is... en Mathis ziet eruit als een lijk dat drie dagen in het water heeft gelegen. Kleine Robert begrijpt er niets meer van... Als helden zijn ze uitgetrokken om grote daden te verrichten. Als geslagen honden komen ze terug, zonder Bertrand du Guesclin. Het is hun eigen schuld, zegt hij mokkend tegen Thérèse. Dan hadden ze mij maar mee moeten nemen. Hij heeft medelijden met de lieve slotvrouwen, die bleek en ontdaan fluistert: Ik wist het, de sterren liegen niet. En dan haar troost zoekt bij haar boeken. Doodongelukkig ongelukkig dwaalt de Paasje door de kasteelgangen en zoekt afleiding in de reusachtige keuken. Bij vrouw Béchet, bij Therese, het dochtertje van de kokin vergeet hem te plagen als ze zijn verdrietige gezicht ziet en probeert hem te troosten. Op de met meel bestoven houten keukentafel tekent ze onhandige cirkel met spaken, als een wagenwiel: Kijk, zegt ze, dat is het rat van fortuin. Vrouwe Tiffen heeft me erover verteld: Alle mensen hebben zo'n rat en het wentelt. Dit ben jij. Ze legt een gedroogde paardenboon op een willekeurige plek op de cirkel. En omdat het rad draait, kom je de ene keer helemaal bovenaan en dan gaat het je goed. Maar het wiel wentelt verder en na een poosje zit je onderaan en dan gaat alles verkeerd. Die boon ligt te hoog, meent kleine Robert. Ik zit nu op het dieptepunt. Omdat je meester gevangen zit? Ach, van nee, je bent pas halverwege, het kan nog veel erger. Je zit hier, ergens tussen hoog en laag in. Niet eens. Wel eens? Wat weet jij er nou van? Vrouwentiefen heeft het allemaal voor me uitgetekend. Net als ik nu voor jou doe. Ze weet er alles van. We zitten hier. Weer prikt haar vingertje halverwege. En nu kan er van alles gebeuren. Het rad kan naar links draaien. Dan kom je onderaan terecht. En dat is verschrikkelijk. Of het wentelt terug. En dan kom je weer omhoog. En dat is fijn. Twijfelend kijkt de kleine Robert neer op de bestoven tafel en het primitieve rad. Hij overweegt Therese's woorden. Wat gebeurt er als het rad zover doordraait dat ik helemaal onderaan beland? Vraagt hij angstig. Dat, dat weet ik niet. Misschien krijg je een ongeluk of word je ziek. Maar weet je, je hoeft nooit te wanhopen, heeft vrouw Tiffen gezegd. Want het rad wendt tot altijd. En als je helemaal beneden bent en alles verkeerd gaat, kun je alleen nog maar stijgen. En dat is een hele opluchting. Woedend veegt kleine Robert met zijn hand over de tafel. Het meel stuift op. Ik wil het niet zien, roept hij. De gedachte dat die Willows aan zijn noodlot zit vastgeklonken en dat dit noodlot gemene streken met hem uit kan halen, kan hij niet goed verdragen. Toen is zo kinderachtig, zegt Therese. Koppig herstelt ze de vernielde tekening en legt het boontje weer halverwege. Kijk, zegt ze eigenwijs, als jij dat boontje bent, vastgeplakt op het rat van Fortuin... dan kun je toch tegenspartelen? Als het rat de neiging krijgt om zo te wentelen dat je naar beneden gaat. Moet je je schrap zetten, protesteren, je ergens aan vastklampen, zodat je niet helemaal onderaan terechtkomt? Kan dat dan? vraagt kleine Robert. Je kunt het proberen, maar het is zo'n groot rat en zo'n kleine boom. Dat is waar. Samen denken ze er een tijdje over na. Nu weet ik het, roept Robert plotseling. Het geeft niet dat het een kleine boom is, als die maar stevig is en, en dapper en het niet opgeeft. Dan kan hij de winterling van het rad tegenhouden of het dwingen verder te draaien zodat hij weer boven komt. Vast wel, knikt Thérèse opgelucht. Enkele weken na nieuwjaar komt Mathis Cuvillier met Rolin terug uit Parijs. Hij brengt gunstige berichten mee. Jean de Montfort heeft zich aan de geheime afspraak met de koning gehouden. Met een strak gezicht legde hij de eet van trouw aan het Franse koningshuis af. En de trotse Bretonse adel boog op haar beurt het hoofd voor de Montfort en erkende hem als wettige hertog. Voor de vrijheid van Bertrand du Guesclin eist de hertog 40.000 francs en koning Charles heeft zich bereid verklaard die te betalen. Die bereidheid mag echter niet de schijn hebben dat het een lang vooraf beraamde zaak was. Er zullen dus wel enige maanden overheen gaan. Bovendien stelt koning Charles het voor. Alsof die 40.000 een lening vertegenwoordigen met het graafschap Longueville als onderpand. In een brief die Matisse bij zich draagt, stelt de koning Tifain gerust: Die lening is maar een formaliteit en hoeft niet te worden afgelost. Bertrand zal in het begin van de zomer vrijkomen. Daarmee hebben alle partijen bereikt wat ze zich ten doel stelden. Na twintig jaar ellende heerst er vrede in Bretagne en de bevolking kan aan het herstel beginnen. De onbebouwde velden worden omgeploegd en ingezaaid, de ruïnes opgeruimd, de uitgebrande hoeven herbouwd, de zon breekt door en in de zomer van 1365 komt Bertrand du Guesclin thuis. Thuis, dat is niet Castel Longueville in Normandië, dat is het oude vertrouwde Pont-Orson. Wanneer de eerste vreugde over zijn terugkeer voorbij is, wendt Marie-Claire, die ook is teruggekeerd naar Pont-Orson, zich tot du Guesclin. Dit land leidt niet alleen onder aanvallen van buitenaf. Het wordt vooral uitgehold door compagnieën. Koning Charles heeft vrede gesloten met Navarra. Nu is er ook vrede gekomen in Bretagne. Hij krijgt eindelijk tijd om de compagnieën aan te pakken. Ik weet, Bertrand, dat hij dit karwei aan jou zal opdragen. Daarbij zul je alle hulp die je vrienden je kunnen geven hard nodig hebben. Lieve vriendin, zegt die fan met weemoed in haar stem, vergeet het. Het is de plicht van vrouwen om thuis te blijven, de haardvuren brandende te houden en onze mannen te laten gaan die het onder elkaar zullen uitvechten. Wij moeten ons daar buiten houden. We zijn het thuisfront dat de mannen mag opvangen als ze geslagen of triomfantelijk terugkeren en naar rust verlangen. Zo is de wereld nu eenmaal ingericht. Juist, knikt Matthies opgelucht. Voor Tiffens wijsheid heeft hij respect. Nee! Dat is de gebarste stem van Bertrand Guesclin, die eindelijk tot een besluit is gekomen. Zijn felle groene ogen laten Marie-Claire niet los. Achter zijn brede voorhoofd schijnen de gedachten als bliksemstralen heen en weer te flitsen. Gods vlindertje heeft gelijk, dreunt hij. Koning Charles moet proberen de plundercompagnie uit zijn land te krijgen, en hij zal die taken aan mij opdragen. Niet voor de eerste maal. Maar de compagnie zitten over het hele land verspreid. Wanneer ik één landstreek van de bandieten had gezuiverd, stonden er ergens anders drie nieuwe bendes op. Het kwaad lijkt onuitroeibaar zolang we geen kans zien ze allemaal bijeen te halen, op een hoop te vegen en het land uit te bezemen. Met hen één voor één bevechten bereiken we niets. We moeten ze allemaal tegelijk weglokken. Dat heeft koning Jean, God hebben zijn ziel, al eens geprobeerd. Door een kruistocht tegen de Turken voor te stellen, valt die fan in. Maar de compagniekapiteins voelden er niets voor... en lieten de koning met zijn oproep in de kou staan. Ik heb een beter plan, knikt Du Geclin, En daarbij zal ik de hulp van Gods vlindertje goed kunnen gebruiken. Meen je dat? Ik ben tot alles bereid, verklaart Marie-Claire roekeloos. Hey, wacht eens even, roept Mathis, die meent dat hij verantwoordelijk is voor Marie-Claire. Wat zijn dat voor plannen? Je wilt Marie-Claire toch niet in mannenkleren steken en met een zwaard leren omgaan... Met flikkerende ogen draait Klein zich naar hem om. Nee, dwaas natuurlijk niet. Heb ik jou ooit ergens voor gebruikt waarvoor je niet deugde. Je hebt me trouw gediend, maar altijd in de vorm waarin God je had geschapen. Marie Claire is ook een schepsel Gods. Ze heeft haar talenten en mogelijkheden. Die ga ik me dunten, niets meer en vooral niets minder. Het enige dat ik van je verlang is dat je me aan het werk zet, Bertrand, zegt Marie Claire snel. Werk zal ik je geven, vrouw. Misschien meer dan je aan kunt. Om te beginnen, zul je je mooiste Japonnen uit je kist moeten halen. Ik neem je mee naar Parijs. Dan gaan we de koning mijn plan voorleggen. En omdat er politiek gezien nogal wat haken en ogen aan zitten, zul je me moeten helpen die plannen door te drijven. Maar, begint Mathis opnieuw. Bertrand legt hem het zwijgen op, en de heer houdt gehoorzaamt, al weet hij niet goed wat hij ervan moet denken. Kleine Robert. Wie let er nog op het ondermaatse jongetje dat altijd door iedereen over het hoofd wordt gezien, dringt zich plotseling naar voren. En ik? Mag ik ook mee? vraagt hij verlegen. Ja, beslist Du Klein tot ieders verrassing. Jij gaat ook mee, Kabouter, en je moeder heeft gelijk. Elke levende ziel die mij kan helpen die vermaledeien bandieten het land uit te krijgen, is welkom. Ook al is hij maar vier voet hoog. Wie weinig heeft, leert zelfs brandnetels eten. En met een strootje een schip te besturen. Ik ben geen strootje, zegt kleine Robert verontwaardigd. Bertrand lacht bulderend en strijkt het kind over de haren. Dan zul je de brandnetel zijn die de plunderaars in het vlees blijft steken tot ze om genade smeken. Mooi, zegt het jongetje tevreden. Onverwacht trekt hij de korte gordel en werpt het wapen met verrassende kracht naar de schouw, waar het trillend in een gekruld ornament blijft steken. Daar, vuile moordenaars! zist hij. Mathis huivert. Wat is er gebeurd met ons, de kinderen van het licht? vraagt hij zich verontrust af. Zijn we dan geen trouvaires meer? De vrije vogels onder de mensen? Zijn we alleen nog maar instrumenten van de wraak in handen van Du Guesclin, de wreker van Frankrijk? Tiffan heeft zich in een zetel laten zakken en zit stil te huilen. Wie zal mijn eenzaamheid verlichten? Praat ze snikkend wanneer Du Guesclin zich geschrokken over haar heen buigt. Marie-Claire, kleine Robert, Matisse, Rolin, allemaal volgen ze jou. Ik houd niemand over om mee te praten. Voor jou, zegt Bertrand warm, koop ik een huis op Mont-Saint-Michel. Daar ben je veilig en er zijn honderden monniken met wie je over filosofie en wiskunde kunt kibbelen. De geleerdheid druipt er van de muren. Je zult je geen moment vervelen, lieve gravin van Longueville. Dat troost haar, want hoe vreemd het ook mogen klinken, de rauwe ongeletterde kampioen van Bretagne is getrouwd met een geleerde. Kleine Robert verrukt dat hij nauw betrokken zal zijn. Bij de nieuwe avonturen rent naar de keuken om Thérèse het grote nieuws te vertellen. Het rat is gewenteld, roept hij zijn vriendinnetje toe. Het dieptepunt is voorbij, je had gelijk Thérèse, onze boontjes stijgen weer. Waar heeft dat kind het over, stamelt vrouw Béché verbluft. Maar Therese tilt haar vriendje van de grond en zwiert hem in het rond. Ik wist het, ik wist het, juicht ze blij. Dan zet ze de paasje neer. Het komt door maman, zegt kleine Robert ernstig. Haar boon moest eerst even rusten, nu is die weer in beweging gekomen en het rat is gaan draaien. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar moeten aanhoren, klaagt mevrouw Bessier. Therese knipoogt, kleine Robert knipoogt terug. Het rad van fortuin is ons geheim, denkt hij genietend. Grote mensen begrijpen daar toch niets van.